uitzending en ga live. Let's go, boys. Lampje aan. Woe! Jezus, wat een lamp is dit, jongen. Alright, jongens. Alright. Oké, let's go. Headsetje op. Juist, man, boys. Hey, we zijn er op. Top. Kijk, is mooi. Dan wordt de stream in ieder geval uitgezonden. Even kijken. Nu gaan we even zien. Werkt dit allemaal ook? Dan gaan we even streamen. Even kijken. Die op Twitch gaan we nu ook aanjengelen. Kijk, de chat staat hier. De stream staat hier zo. Aha. Start op Twitch. Verbinden. Hey, George. Hey, mijn mannen. Welkom bij de stream, boys. Laat me gelijk even een storytje maken dat we live zijn, boys. Geef me een seconde, hoor. Hoppakee. Even kijken. Doe even zo deze kant. Bang. Ik ben live, uitroepteken. Ja, op Twitch worden we ook nu uitgezonden, jongens. Let's go, boys. Het blijft toch altijd een soort van apart dat we op beide kanalen live zijn, man. Insane. Terug naar Twitch. Dan pakken we die er even bij, kanaal. Let's go, man. Hey, hoe gaat het, chat, jongens? Welkom bij de stream, allemaal, boys. Nice dat jullie allemaal zijn. Let's get it, man. Let's go. Yo, Bart, wat zal ik keren? Wel met stream. Oké, de chat staat daar goed. Hier staat ook de chat goed. Ga je zetten, die ook. Toppers, even kijken. 27p. Aha, wacht eens even. Waarom kan je maar op Twitch 27p? Dan moet ik heel even iets veranderen namelijk. Oké, laat me heel even iets doen, jongens. Automatisch, kwaliteit 27p. Dan moet ik heel even hier naartoe. Maar dan gedoe ook weer, jongens. Gebruik van OBS. Doen we dan even iets anders. Dan doen we deze. Dan doen we deze op 8000. Zo. Ah, dat werkt dus toch niet. Deze op 2. Langzaam goede kwaliteit. Prima zo. Kwart fully. High, en dan oké. Okay. Wat nou als we dit even aanpassen? Krijg je hem dan wel op 27p? Of hoger bedoel ik? Goed. Nou, mannen, we zijn in ieder geval, jongens. Welkom bij de stream allemaal, jongens. Super dat jullie zijn. Ik ben nog heel van een storytje aan het maken. Hebben jullie er vandaag er een beetje zin in, jongens? Ik wel, man. Ik heb weer echt... Oh! Ik hoor mezelf. Jezus, ik ben de getver altijd, man. Alright, let's go, boys. Ik trek hem weer aan. Ik moet heel even de link kopiëren van de stream namelijk. Link delen. Let's go. Linkje delen. Let's go. Zetten we die even hierin. Yo, what's up, man? Geert, bro. What's up, man? Bitsuit feast in de livestream. Let's go, Geertje, bro. Maatje, je hebt de eerste donor van de stream, bro. Hoe voelt dat, jongen? Nee, Geert, dankjewel voor de liefde, maatje. Zo. Nou, die wordt gedeeld, jongens, op de gram. Let's go, boys. Hé, maar Geert met een drill daarna zegt... Yo, gaat het goede dag gehad? Oh ja, was vergeten gisteren nog te zeggen dat de voetbaltraining goed ging. Fijne avond. Hé, Geert, dat vind ik super dope om te horen, man. Sowieso love naar iedereen die gewoon lekker aan het sporten is. Shout naar alle gezonde mensen in de chat, jongens. Sap. Jullie hebben geen donuts uit. Kut, ik heb die vinkjes niet aanstaan. Ah, verdorie. Vanaf nu hebben jullie dit wel, jongens. Nou, ik ga gelijk even een viewtje opstarten. Let's go, boys. Ik ben nog heel veel op Twitch aan het kijken of die 1080p nu wel aangetikt wordt. Volgens mij moet je hem dan opnieuw uit en aan doen, man. Dacht ik. Ja, gaan we dat doen? Gaan we dat doen, is de vraag. Oeh, ik zit te twijfelen om dat nog heel even uit en aan te zetten, jongens. Wat zeggen jullie, boys? Want ik heb het gevoel dat... kunnen jullie wel 1080p aanzetten op Twitch? Nou, het valt wel mee hoe... het valt wel mee. Yo, Rick de Roos, welkom met de stream, kerel. Nice to the band, maatje. Let's go. Uit, we gaan ondertussen even de future joy. Let's get it, man, boys. Let's go. Yo, Lim, welkom met de stream. Hey, Dylan, je was bij de stream van Tony. Dat klopt, Jurgen, man. Af en toe ben ik ook hier en daar gewoon een beetje aan het rondsnuffelen op YouTube, man. En ja, Tony kijk ik wel vaak, man, als hij live is. Sowieso. Nou, heel veel drinken pakken, jongens. Even kijken. Een flesje drinken, jongens. Let's go. Oh, daar valt er één uit, joh. Ik doe mijn koelkast open, flikker er een fles uit. Nou, dan pakken we die gelijk, jongens. Let's go, man. Yo, hey, mootje, het gaat lekker, kerel. Welkom bij het streammootje. Dit, wat heb je gegeten? Ja, we hebben dus een beetje laat gegeten, omdat we even langs mijn opa en oma moesten net. Mijn broertje heeft trouwens een rijbewijs gehaald. Dus hij reed voor het eerst, zeg maar, dat ik ernaast stond, zat. Dus we hadden, ja, ik had hutspot gegeten, man. Eten jullie dat wel eens, hutspot? Alright, so, let's go. Yo, what's up, Pieter Drocht, jongen. Welkom bij het stream, jongen. ZNXCK, what's up, kerel. Welkom bij het stream. Nou, ik heb het gevoel dat ik mijn stream uit en aan moet zetten om eventueel, hoe zeg je dat? Die 1080p terug te krijgen op Twitch, maar we zien het wel. Oké, okay, even zien. We doen even deze aan zo. En even andere NanoLeafs presets. Let's go, boys. Let's go. Tere lekker is dat. Ja, ik vind het af. Oké, weet je wat is? Vroeger natuurlijk als jonger kind. Ik ben nog steeds niet natuurlijk heel oud of zo. Maar toen was je altijd helemaal sad als je iets gezonds ging eten. Maar nu de laatste tijd, omdat je best wel, ja... Ik heb het natuurlijk best wel vrij... Ja, ik bedoel, ik word 22 zelfs. Dan boeit het op een gegeven moment niet echt wat je elke dag eet. Als je maar gewoon goed eet. Waarom doen die NanoLeafs? What's up, Nick, bro? Timmer de submaatje. Dankjewel, Nick. Waarom werkt dat niet? Yo, First met een dream. What's up, zegt hij. Hey, First, what's up, keren we ook met een streammaatje. Jongens, de NanoLeafs veranderen niet. Wat een kutje. Ik zet die NanoLeafs in een andere kleur en hij doet het niet. Wat staat nou weer voor achter iets? Let's go, my First. Dankjewel voor de donor, maatje. Wat nou als we deze aanzetten? Ballgame hard net als bowling, jongens.
Dylan, wat heb je gedaan dan? Ik heb vandaag... Nu doet hij het wel in blauw. Nou, we laten het even blauw. Ik heb vandaag lekker gegymd. Ik heb echt voor het eerst weer natuurlijk echt met mijn auto gereden vandaag. Dus dat was ook wel een dikke wee. En verder, ja, ik heb dus gewoon een leg day gehad, man. Dat was echt wel weer goed, hoor. Ja, ik vind sporten echt leuk. Ik moet dat elke dag echt verplicht doen, anders... ja, ik weet niet. Daardoor raak ik heel erg gemotiveerd. Alleen, ik wil dus heel graag... me wat meer focus op video's maken en shorts maken. Maar het lukt me niet, man. Ik ben heel veel bezig met future zaken. En dit en dat communiceren. Waardoor ik gewoon continu niet voldoende tijd fix. Om aan de video's te beginnen. En ik wil dat echt, man. Want het dingetje is heel erg. Ik ga op vakantie. In juni. Dus dat duurt nog wel even. Maar. Ja, daar wil ik wel zeg maar een x-aantal video's voor vooruit gaan werken. Dus ik moet echt even een keer... er is gewoon heel veel gedoe gaan rondom Future. En heel veel ditjes en datjes waar ik me mee bezig moet houden. Maar daardoor kom ik gewoon niet toe aan video's maken. En dat moet ik echt even zien vast te pakken. Want ik moet gewoon echt even weer veel video's maken. Vandaag is trouwens wel een nieuwe video online gekomen. Zo is het aan iedereen die hem al heeft gekeken. Alleen ja, het is nog wel een beetje hier naar frummelen met de tijd, man. Dat is heel erg zo. Yo, man, Dillo, ik ben in plaats van mijn medicijnen... Wat? Yo, man, Dillo, ik ben in plaats van mijn medicijnen ziek. Ben ik nu ziek van de griep? Hè? Sluppy, wacht, ik snap niet helemaal wat je bedoelt, kerel. Maar het klinkt sowieso niet helemaal goed, maatje. What the fuck? Slup, ik hoop dat het goed gaat met je, bro. Maar het klinkt een beetje... Ja, het is een beetje een... Ja, niet lullig bedoeld. Maar ik snap niet helemaal wat je bedoelt, maatje. Yo, what's up, man? What's up? Yo, hoe is het, jongen? Hoe is het, jongen? Dat is Erik, jongens. Let's go. Rustig. Rustig? Ah, nog wel, nog wel. Ja, het is... Het, nog wel. Ik ben benieuwd, man. Wacht, ik kom even in de porto. Even kijken, jongens. Ik moet heel veel in de porto gaan. Je weet toch, even status 0 zeggen. Let's go, man. Future overheid. Even kijken. D is I. Let's go. Oh, Erik is letterlijk niet in de porto. Oh, je bent niet eens in de porto, joh. Nee, joh. Ik ben net in de stad. Oh, jij ook. Is er überhaupt iemand in de porto? Nee. Meld je eigen status 0 bij je eigen, denk ik. Ja, dat wordt wel een dingetje, inderdaad. Verdorie. Hey, Geert, thanks voor de terrorist. Je miste de sound. Geert, dankjewel, kill. Sorry, maatje. Ja, ik moest even een paar vinkjes aanzetten. Maar dat is zelfs nu, als goed is nu gefixt, man. Geert, thanks voor de fucking superchat, maatje. Let's go. Niet zo, hou je rustig, is slechte jongen. Kwaliteit? Ik zit even te kijken. Ik doe even de stream aan, zo. Is de kwaliteit slecht bij jullie? Wacht, ik ga heel veel heen en weer bewegen, zo. Ja, 27p, jongens. Oké, wacht. Dan ga ik heel veel Twitch even misschien uit en aandoen, jongens. Want dan komt als goed is de 1080p weer terug. Geen een seconde, boys. Op Twitch, ik kom er gelijk weer aan. Geen een seconde. Zien stoppen, wijzig. 8000, bla bla bla. Beste kwaliteit. Oké, high. Gebruik van OBS zien. Zo. Oké, start. Even kijken hoe het nu eruit ziet op Twitch, hoor, jongens. Ja, dat is altijd een gedoetje, jongens. Ik had namelijk iets van de settings veranderd. Maar toch was dat niet de beste, Sjijs. Hebben we nu weer 1080p, jongens? 27p. Ja, nu hebben we 1080p. Gefixt, jongens. Let's go. Aight. Ik moest hem inderdaad even restarten, jongens. Wat sap. Hey, Lorenzo, slot, jongen. Welkom bij stream, kerel. Aight, het werkt, jongens. Als het goed is voor de mensen nu op Twitch, hebben jullie nu 1080p, 60 fps. Ik wilde iets proberen met de setting. Helaas werkte dat dus niet goed uit. Maar nu is het wel gefixt. Dus het is gelijk weer helemaal chill, jongens. Let's go. / name in radio. Doe even high in DC. Hoppakeetje. Oh, ik mute me nu zelf in de porto. Dat is mijn keybinding namelijk. Zo. / porto. Hoppakee. 2, let's go. Ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren vandaag, man. Ik heb de sim, man. Twitch heeft een beetje pixels door de 27p. Daarom alleen. Ik heb het nu even veranderd in 1080. En als het goed is, dat ik nu gewoon zo beweeg. Even kijken, jongens. Ik ben gewoon benieuwd hoe het eruit ziet, oprecht. Ja, Twitch is wel snel. Even kijken, nog een keer bewegen, want ik was een beetje laat. Je kan natuurlijk niet terugspoelen op Twitch. Nou, dat is beter, hè. Nog steeds ben ik niet helemaal overeens met die pixels. Maar ik denk dat... Is dat... Ja, daar komt vanzelf wel. Ik ga wel even kijken. Ja, veel beter de top, man, Nick. Daar hebben we dat in ieder geval gefixt, jongens. Let's go, mannen! Alright, oké. Okay, er is helemaal nog niemand in de porto bij mij. Dus dat is een beetje een ding. Even kijken of er überhaupt iemand anders van de DZ aanwezig is. Nee. Ja, dat wordt wel een beetje lastig om nu dan op straat te gaan ronddraaien. Want je moet je eerst status 0 noemen. Hey, Games is live voor 2 maanden, jongen. Yo, ga er maar het chat en Games erin, jongen. Games, what's up, dude. Bro, het gaat lekker, man. Welkom bij de stream. Super dankjewel voor de fucking 2 maanden sponsor alweer, man. Shout aan jou voor de liefde. Hey, Geert, jongen. Okay, we hebben de 2 superchat, jongen. Let's get it, man. Let's go, man. En klaar voor de 48 uur stream. 48 uur. Je bedoelt van Barry Bengel. Bro, yo, Max, zijn we de 3 keer, man. Let's go, man. De bitch is in de woning. Let's go, man.
Pak even de Golf erbij, jongens. Nee, fuck. Kut, ik wil even een andere auto pakken. De RS7. Hé, maar Max met de 300 naast met de fiets. Hij zegt, yo, man. Hé, Max, hoe gaat het met jou, jongen? Nee, Max. Welkom bij het stream, kerel. Nice dat je er bent, kerel. Nee, lof dat jullie allemaal weer van de partij zijn, jongens. Het is een donderdag? Welke dag is het? Telefoonwerkers mee. Woensdag! Oh, Nancy is ook weer erbij! Nancy, Theo de fucking fijn, man! Let's go! Ik ben Marley. Wacht, ik heb Marley gisteren betrapt met Pacha slaan. Alleen weet ik niet wie Pacha is, maar anyways, hoe was je dag, Dylan? Oh, we hebben Nancy van de Tol weer, jongens. Die is een beetje. Maar hey, Nancy, what's up? Ik heb echt een chille dag gehad. Ik heb lekker gegymd, leg day gehad vandaag. Ja, je 140 kilo gesquat. We gaan als een raket. En ja, gewoon een chille dag gehad. We hadden hier naar wat dingetjes in de Discord besproken. En ik zit nu nog steeds, jongens. Maar Karel. Geen bericht, jongen. Gaan wij weer een keer samen dan? Ja, ik zeg dat al 10 jaar. Maar ja, jij moet iedereen die nieuw is een beetje rondleiden. Ja, iedereen wil met me koppelen. Ja, maar jij bent ook de gezelligste guy van het korps, hè? Dat weet iedereen. Ik zit te kijken naar nieuwe lampjes, man. Maar zullen wij even een keer zo'n dienstje draaien? Zullen we lachen? YOLO. Ja, ik sta voor AB. Alright, ik ben die grijze M3, man. Zo, top. Waarom de... Ik zoek nog steeds... Kijk, nu ben ik weer zo fucking wit. Dat is altijd weer zo gezeik met die lampjes. Even kijken, doen we dit even weer terug, hoor. Doen we het even zo. En dan doen we wat feller. Yummy. Zo. Is sexy of niet? Yo, man. Geef me een seconde, hoor. Ik ben heel veel met mijn lampjes in mijn hoofd bezig, of zo. Ja, dit werkt wel. Alright, ik laat hem lekker hier op je hoofd. Vindt helemaal goed. Ding op de laaier. Kijk, zo. Lampjes aan in de auto. Oh, lampjes aan in de auto. Ik ga stuk. Man, wat heb je allemaal gesnaaid, jongen? Laat ze even weten. Alright, let's go, boys. Wat ik heb gesnaaid? Ja? Geluid mag wel wat ik harder. Heb een zelfgemaakte salade. En zelfgemaakte salade? En bacon. En hoezo met ja, gewoon salades. Lekker sla, kipje erin. Ah, kipje erbij. En wat die kabonnetjes erin, weet je wel. Een beetje bacon erbij. Wat voor bolletjes erin? Het gaat weer regenen, gatver. Ik hoop dat maar niet op. Nee, je wel die harde kommetjes. Brood. Nee. Oh. Wat is dit nou? Van hier, de kleine... Oh mijn god, deze auto is gebukt. Kijk eens de lampjes. Als ik hem uitzet, dan blijft er nog één aan. Kut, sorry, ik moet deze een keer opnieuw doen. Verdomme. Wacht. Dat is nieuw. Oh. Wacht, ik ga ze er even afhalen. Kut, sorry, deze lampjes moet ik allemaal eraf halen. Kut, sorry. Oh, sirens laten we even op. Nou, ik heb ze er even afgehaald. Kutje, man. Dan moet ik... Oh, met heel die auto opnieuw. Nee, Hoe, er zit er nog één? Ja, huh? Yo, what's up, jongen Lars? Steen voor de 3, maatje. Lights. Oh ja. Zo. Ja, nu is alles eraf. Verdorie, man. Ja, deze auto, kutje. Nou, ik moet even een andere pakken, snel. Ja, kut, sorry. Ik heb die lampjes niet goed gedaan op deze. Nou, dan moeten we dat even anders een keer doen. Geen stress. Ik moet morgen om 6 uur eruit voor werk. Holy shit, man. Oh, 6 uur is wel echt bizar vroeg, hoor. Maar oké dan. Wat voor werk doe je dan, Johan? Johan. Ik ga het gelijk weer Engels doen. Johan, wat snap Johan? Lijp. Hey, mijn Lars advies me af met een 3. Zeg, yo, dillen we met mijn MW3 eens een keer. Kan ik je voegen op MW3? En lof naar jou. Ik kijk je al lang. En lof naar jou. Ga ze door advies en MAVO. Shout naar iedereen die MAVO heeft gedaan, jongens. Jullie zijn legends. Bro, we gaan zeker, weet je wat? Ja, aan het einde van de stream gaan we even een keer Bonnewap. Ik heb twee die grote loempia's doen. Oh, loempia's zijn zo lekker. Eerst was ik er totaal niet van, maar ik vind dat echt wat chill te eten nu, man. Holy shit, wat goeie. Hé, maar Lars, shout aan jou, bro. Het ding is, dus ja, ik snap er geen reden van, maar niemand kan mij toevoegen ofzo. Want ik krijg nooit meer vriendschap verzoeken van jullie op kot. Dus ik moet dat even een keer open gaan zetten ofzo. I don't know, maar dan moeten jullie me even helpen mee vanavond. Kom maar goed, jongens, let's go. Future heeft een RS7 app nodig. Ja, de RS7 die er nu in zit, is volgens mij al een app-versie, dacht ik, man. Dus het is, ja, hij zit al een soort van in, maar hij is niet zo heel speciaal. Want mensen vinden hem niet heel erg chill rijden, man. Yo, hey Dinan, het gaat lekker, kerel. Wel met stream erop. Installatiebedrijf, En wat installeer je dan, als ik vraag? Maar gewoon airco's, gewoon tech dingen, weet ik veel, wat voor dingetjes allemaal. Installatiebedrijf is wel hard, man. Dat is wel nice. Als ik 5 uur uit ben, boer, hoi, ja, man, als je natuurlijk als bakker of boer echt zo'n ouderwets werk... Zo'n nieuwe auto. Ja, ik hoorde bij Tony zijn bodycam dat er al wat vooruitgang weer werd gespeculeerd door onze timer. Dus ik ben hyped, ik ben hyped. Vuurwapenmelding. Waar? Ik heb hem niet gekregen namelijk. Hij top. Oh, dat is wel verder weg. Vuurwapenmelding! Let's go, jongens, schieten. Ik hoop dat er vandaag wel wat meer actie gaat ontstaan.
Sowieso, we zijn nu wat eerder op de avond. Ja, ik begin ondertussen, mijn portemonnee begint een beetje vol te gaan. Ja, ik ga stuk. Ja, die nieuwe waggies, oh mijn god. Ja, ik heb er wel een beetje hetzelfde, maar jij hebt echt waarschijnlijk 6 miljoen of zo. Ja, bijna, ja. Rijk, man. Oh, lijp, man. We hebben alle eens. Ik moet heel graag een witte Taycan. Witte Taycan? En het voertuig staat met de handen omhoog, maar dat ze een wapen hebben. Witte Taycan? Misschien op de locatie waar we nu naartoe rijden. Witte Taycan, boys. Onthoud het. Witte Taycan. Let's go. Yo, Rano, wat's up, kerel? Wel met z'n maatje. Rano is ook weer van de partij. Oké, okay, hier werd er... Bij HB werd er geschoten? What the fuck? Oké, okay, voor het politie... Gek. Voor het politiebureau werd er gewoon gemaaid. Staat mijn geluid hard, jongens? Of ik heb mijn headset gewoon zacht staan. Oh, jezus Christus, wat een keet. Dat is een collega hier neer. Ja, Kamar is geraakt. Niet verlaten meer. Yo, en rondstoot! We hebben een fucking liefde, man. We hebben een 3-maatje. Sorry? Ik kan je door je ramen heen kijken, man. Doe je even je vest uit, man. En ik zie wat je denkt dan, kom op. Ik moet mijn vest uit doen? Ja, ik zie door de ramen dat jij dinges bent. Je kan dat door de ramen zien, ja? Ja, of liggen ze eruit? Nou, ik zie niks over de ramen. Niet eruit, maar gewoon door die reken zie ik jou. Ah, ja, dat ligt aan de graphics pack of reshade, man, of denk ik. Ja, als ik jou was, zou ik dan een zwart t-shirt doen, man. Want dat valt op dat witte t-shirt met die zwarte vest. Ja, oké, okay, dan ga ik even dat doen. Goeie. Mij ziet hij niet zitten, mij ziet hij niet. Ah, oké, okay, dan gaan we dat even doen. Nou, dan ga ik even een zwart shirt aan. Fully black. Ja, oké. Ah, je moet even een zwart t-shirt aan, anders valt dat vest te veel op, zegt de collega. Hey, Ron, zo met die man. Yo, Dirk, ik heb toevallig enig idee wat ik eraan kan doen. Sinds vanmiddag werkt mijn voice chat ineens niet meer. In andere steden heb ik nergens last van. Alleen in Future heb ik GTA 5M als opnieuw geïnstalleerd zelfs. Wacht, ben ik zo terug, hoor. Ron, heb jij al in jouw settings gewoon gekeken dan, bro? Als in, gewoon bij instellingen, je voice chat. En dan dat je dit even aan en uit doet en een beetje heen en weer swiped. Want dat, ja... Als het in andere steden werkt, dan hoort het hier ook gewoon te werken, man. Hè, dat is wel raar, dat in andere steden dan wel werkt, hè? Apart, man. Vuurwapenmelding. Vuurwapenmelding. Achter ons, heel veel. Alright, George, let's go, man. Even hier, oh, die regen is wel kut, man. Hier wordt er gerateld, holy shit. Kom maar naar Daisy. Op brio, hier als gek. Automatisch vuur. Hey Brio. Kan Karel mijn in-game rol geven of niet? Leg hem heel seconde hoor, we zitten op een shootout namelijk. Oh, is goed. Ja, hier, heel veel wapens. Kijk, er wordt iemand gehandsupt. Ja. Gaan we uitstappen of niet? Die RS6 kunnen we nu pakken. Ja, zijn er te veel, man. Maar die RS6 kunnen... Nee, je gelijk eruit wordt. Ja, je moet één keer de rollen maken. Even kijken. We gaan er langs rijden, let op dit. Ja, we hebben versterking nodig. Heel veel versterking zelfs. Die wordt daar. Laat de focus op één auto, die RS6 of zo. Die kunnen we het meeste bijhouden, denk ik. Want ze gaan zo meteen ontzetten, 100%. Dit wordt gek nu, jongens, dit wordt gek. Is het? Zitten we in een koppen prio dan? Nee, helemaal, we hebben ook helemaal niemand. Die RS6 gaan we nu pakken. Ze gaan ontzetten daar, 100%. Kijk, even kijken, daar gaan ze al. We hebben nul backup. Ze gaan schieten. Bandjes lek. Voor de auto. Jezus, wat is dit dan? Juist, goed. We doen niks. Ze weten niet dat wij deze zien zijn nu. Ja, we doen gewoon mee, anders gaan we dood weer. Oké? Okay. Oh, jij doet net alsof dat ze anders niet schieten. Ja, maar dat daarom. Ik wil gewoon even kijken hoe en wat, oké. Okay. Nice, we achtervolgen 1 seconde en worden gelijk weer gerateld. Nice, oké. Okay, ik ga even repareren die handen, dan gaan ze catchen. Kut, man! Ja, je moet even kijken hoe en wat, maar dit is best wel lastig hoor, om ze te pakken. Ik heb 1 minuut gebeurd in dit. Ja, was een gekke shit, man. Wat is je nieuwe liefdesadvies? Nog steeds MAVO, boys. Nog steeds MAVO. Bro, met MAVO is het mij ook gelukt, bro. Dus waarom nieuw advies, boys? 100%, man. Met MAVO kom je...
Black, je zet je lamp. Oh nee, jongen. Ja, alsof ze niet zien dat wij deze hier zijn nu. Ik ernaast sta. Als een keertje, boys. Fuck dit. Nu gaan we ze echt pakken. Dus jij, kom eens aan. Collega, wat is jouw nummertje? Kan je kop 3 of 4 tonen? Er ligt een M19 dat. Wat een gekhuis, man. Verdorie. Die helm weer af. Zwart RS6, Taycan blauw, jongens. Zalm Taycan ook. Wat was er nog meer in de auto? Vooral die man. De persoon is omhoog geholpen door de ambu, dus graag snel met spoed hierheen komen. Dat is onze assistentie nodig. Jezus, ja, we zitten achter een shotgun aan. Jezus! Zwart RS2, A9 winkeltje. Even wat zachter, holy f... A9 met een SRT, oké, we gaan die kant op, let's go. Oké, jongens, wat de fuck? Er gebeurt van alles, man. Holy shit. Paars RS6 mag worden staande, man. Paars RS6? Wat zei je nou? A9. Jezus. Dan ging ik op blauw RS6. Snow? Wat is jouw locatie? Zeg ik nou, ik... Nee, wat zei ik nou Snow tegen jou? Ja, Paul. Oh, what the fuck? Sorry, Black, sorry. Ik ben mensen naar achter gaan, zijn heel veel. Ja, met die kate. Oké, let's go, boys. M19 dood. Bij de laatste command melden. Ze zitten dus achter een A9 richting stad. A9 richting stad, jongens. Doof. Ja, ik was ook doof, jongens. Sorry, man, dat zo hard stond. The fuck? Dus jullie zijn echt achter iets hard? Ja, als ik mijn PC restart, jongens, dan gaat hij automatisch dat geluid weer opzetten. Ik werd ook helemaal doof daar, man. Hoor, joh. Tegenover powerplant in. Oh nee, kan iemand zo snel mogelijk... Wat voor tips heb je als je iemand leuk vindt? Bro? Oké, wacht. Ja jongens, er zijn echt 2 maatjes bij vuurwapens. Ik moet even alles opsplitsen. Heel eerlijk jongens, je moet gewoon lekker afhaken omdat dat gewoon... Powerplant? Ja, heb je garantie, zeg maar. Bro, als je iemand leuk vindt, moet je gewoon jezelf... Bro, ik word helemaal doof. Ik hoor alles door elkaar. Wat zeg je nou? Ja, zie wel weer. Maar hoorde jij de porten dus? Jawel. Ja, oh, maar iedereen praat er. Ja, je hier zit ook nog geen stadsporter waarschijnlijk. Ja, dat kan zo wel uit. Die komt zet. Jezus. Waar wil je op focussen? Oh, we zijn nog niet gearriveerd, we hebben weer een spookrijder. Ah, oké. Zo, jij hebt een hoofdpijn, kerel. Potverdikkie, hé. Nee, joh, ik regel het wel, jongen. Dankjewel. Godverdorie, wat een drukte, man. Even die helm erop, ziet er niet uit. Jezus, dat gaat... Zwart ACT, wat een chaos, jongen. Ik hoor overal stemmen, dan wordt er helemaal kaal van, jongens. What the fuck? Je lampen staan te fel, je bent helemaal wit. Ja, ik ben een beetje wit, ja, dat klopt. Maar dat komt door... Mijn camera die corrigeert zeg maar de achtergrond. Locatie. Als ik dit zo doe... Powerblend. Dit is beter, jongens, zo. Let's go, we doen het zo. Let's go. Als je eerst zeg maar bij Powerblend ingang naar de overkant toe gaan, die ligt in... Nog altijd doof. Dat is nog steeds hard. Allee, hey, jongen! Bro, het hebben we de 501 stemmen. Hoppakee, smashing, kut, het is te... hoe is het, kerel? Bjorn, het gaat lekker, kerel. Ja, hoe gaat het met jou, maatje? Welkom met het stream, man. Bjorn, dankjewel voor de 501 cent, broeder. Als je hier bent, man. Het is echt... Manager gemaakt en het is weer in de commandantkamer. Degene met die blote buik of een wapenzak? Het is heel veel te luisteren, man. Blote buik heeft een wapenzak? Er ligt dus een wapen. Die wapens dan afnemen. Ja, hij gaat mee met de ambulance, maar hij heeft zo'n mails op zak. Moeten we hem afnemen, Jan? Kan iemand hem op? Ja, doe maar. Wat doen die boys erachter? Die blauwe SRT heeft hem geschoten net. Hé, wat doen die boys erachter? Dat weten we niet. Waar is het wapen op de overkant? Wacht, bij Pagplant overkant. Ja, hier links. Er staat iemand met de mails hier, maar die gaat mee met de ambulance. Die blauwe RS6, had hij ook toevallig iets gedaan? Ja, Tief. Onbekend eigenlijk. Nee, sowieso een zwarte SRT had een shotje in AK op zak. Hoe staat hier een zwarte SRT naast je kill? Persoon met die. Jongens, even geen onnodige communicatie geven. Brood, gewoon. Nee, veel wapen op zak. Okay, gewoon die wapens in beslag nemen. Kan me niet wel even afgeboeid worden ook. Dus voor ja, ik heb 1 mails in beslag. Oh, wat dit? Het is een weer, man. Het is een weer. Brig, moet je even gaan zitten? Sorry, Brix. Moet ik die mails aan jou geven? Ik heb er eentje afgenomen. Een persoon moest mee met de ambu. Even kijken, heeft deze meneer ook nog een vuurwapen bij zich? Ja, positief. Wij staan aan de overkant bij de andere vuurwapen. Nee, ja, kom daar wel in. Kan je een sap hebben? Koude handjes, man. Tering. Relax hem een beetje. Oké. Collega, ik pak heel even een kistje uit. Wie gaat er met die ambu mee? Zou je hem heel veel in de gaten kunnen houden, jongens? Ja hoor. Oh, okay. Even kijken, zo. Wat is de status momenteel op Powerplant? Momenteel liggen daar 2 vuurwapens neer. Het is momenteel nog heel druk qua voertuigen. Dus
Ik wil graag dat jullie met verdachte naar de voorzijde verplaatsen. Alright jongens, let's go. Komt ie dan, morgen. Zodat we... Alright kerel, je mag even gaan bukken. Ik wil even dat je op de grond gaat zitten. Ga ik even het vuurwapen onklaarmaken. Alsjeblieft zeg, haken we. De ambulance gaat er zo te zien al vandoor. Ja, die had één persoon bij zich. Hey, kom maar, agent. Ja? Even voor jou, er was daarnet ook nog iemand beschoten door een AK-47. Joop, Bjorn Tees, maatje! Ik word wel heel goed. Ik word ook gehinderd door een RCT. Hij is nog steeds niet terug, hè, dus. Alright, ga ik hem even kloppen. Een beetje uit de pitten. Kijk, voor mij maakt niet uit, maar... Ja. Niet dat hij daar ook een verdachte was. Waar is de verdachte voor Powerplant? Ja, staat van die verdachte voor Powerplant. Verdachte voor Powerplant, we gaan dit wapen af en toe, gaat hij dan weer met de ambulance. Okay. Kunnen dan meer collega's richting het ziekenhuis komen, dat we daar niet met zorgen gaan enzovoort. Hij rijdt toch wel de... Ja, meneer heeft geen vuurwapen meer bij zich. Ik heb gehoord dat hij een AK of zo had. Helemaal goed. Oké. Okay. Ja, wij worden ook afgevoerd. Yo. Waar, locatie? We rijden nu richting het ziekenhuis. Oké, dat moeten jullie wel versterken. Ik kom er ook aan. Die mechanic, doe even... Even kijken. In de ambu. Zo, even kijken. Misschien moeten we hem even hier weer inzetten. Zo. Huh? Heeft de verdachte in de ambu nog een wapen op zak? Negatief. Nee, volgens mij is die afgeladen. Zo, hoppakee. Ja, die is alles opgeladen. Oh, oké. Okay. Zo, hoppakee. Even ziekenhuis afzetten. Helemaal goed. Hoppakee, topper. Zo, nice! Maar het collega wapens onklaar, we kunnen hem meenemen. Yes. Alright, let's go. Ja, wij moeten even de andere kant op. Ja. Zien we niet. Dat er niemand een wapen komt rippen hier, joh. Wat er heeft hier nog een... Hebben we niet in de gaten, denk ik. Ja. Ambulance. Ja, wat ziek. Wat een crazy RP, man, hè. Dylan mag geen vuurwapens innemen, toch? Jawel, DC mag dat, man. DC mag dat. Als er recherche er niet is of zo. Dus ja, zeker, man. Hey, Bjorn met een fucking vijf, man. Vindt wel spijtig. Van dat je die kutkat niet af... Oh, je zei kutkat! Ik dacht dat je alleen kut zei, man. Sorry, maatje. Met mij gaat het ook lekker, man. Hey, Bjorn, goed om te horen, neef. Hey, Bjorn, thank you very much voor de support, maatje. Je hebt alweer 10 euro gedoneerd. Dankjewel voor de liefde, maatje. Bjorn, ik zou dat je er weer bent, jongen. Let's go, man. Dit is veel beter. Ja, weet je wat het is? Ik had het met Tony er ook over, jongens. Ik vind het gewoon bizar dat ik de Twitch-stream en de YouTube-stream vergelijk nu. Dat op YouTube de stream zo vaak vasthangt... Terwijl ik dezelfde settings gebruik op de Twitch-stream. Op Twitch is er niks aan de hand. En op YouTube, oprecht, het nekt echt mijn kanaal op de lange termijn. Ik zie het super erg, man. Kijk, jullie streamen loopt regelmatig vast. Op YouTube, zeg maar. En daardoor, logisch, hè, dan heb je gewoon minder zin om de stream te kijken. Dat is gewoon, dat hoort erbij. Dat snap ik ook wel. Alleen, ja, op lange termijn verlies je daardoor wel echt kijkers. En dat is echt jammer. Dus ik weet niet wat YouTube aan het doen is, maar ze verneuken echt de stream scene, man. Dus, en ding is, op Twitch blijft de stream gewoon lekker doorlopen, soepel, en er gebeurt niks. Maar op YouTube blijft die stream continu vasthangen. Dat is echt irritant. Ja, op een gegeven moment zien, maar zes en man. Afslag. Ja, Twitch is de kwaliteit ook beter, man. Inderdaad. Maar goed, daarom doe ik het ook allebei, man. Dus let's go. Jullie kunnen gewoon lekker kiezen, man. Let's go. Alright, boys, we hebben dit met een M1911 bij ons. Met ook kogels erbij. We moeten nu even 10 minuten lang een beetje uit ons neus vreten. En dank voor eventueel om me zo wegleg, man. Bouwen met de 2, jongen. Let's go, man. Yo, Dylan, hoe gaat die, maatje? Bro, Bouwen, het gaat fucking goed, jongen. Bouwen, hoe gaat het met jou, neef? Welkom met stream, kerel. Als je de band mag bouwen. Die mogen kiezen onder rood. Rolling, controlling. Meneer, keep it doet vies in de woning. Ja, man, boys. Ik heb vandaag voor het eerst naast mijn broertje in de auto gezeten. Dat hij ging rijden voor het eerst in zijn eentje, man. Fucking nice. Ja, hij kan het goed, man. Hij kan het goed. 120 kijkers op Twitch, jongens. What's up, man? Welkom iedereen bij de stream, jongens. Ook op YouTube. Nice dat jullie allemaal weer zijn. Hoe is jullie dag tot nu toe een beetje verlopen, boys? Laat het eens even weten in de chat. Ik ben gewoon benieuwd, man. Hebben jullie iets van het doel bereikt vandaag? Of zijn jullie aan het grinden voor iets? Ik ben gewoon benieuwd, jongens. Let's go. Zo is iedereen welkom bij de boys. Hey, bakolie is er ook weer, jongen. Dit doet vies in de woning. Hey, bakolie ben ik hier. Yo, ik kom vandaag een RS6 Abt Whitebody tegen. Met 900 plus pk. Tegen een M4 competitie. Met ook een Whitebody. 1000 pk. Bro, oprecht, een die gast op zak die nu een whitebody met 1000 pk, dat heb ik nog nooit gezien. Als excuus hebben wij volgens mij twee mails gekregen. Nee, 1 M90. Ik heb een M90. En mails, volgens mij.
Wauw, dat is wel lijn, man. Dat is echt fucking lijn. Twee moet je nog Twitch mods hebben dan ook al, die ook op YouTube, by the way? Druifje, ik heb al mijn moderators van YouTube, ga ik eerst even op Twitch zetten, man. Dus we hebben op dit moment best wel veel moderators, man. Maar inderdaad, ik denk dat we binnenkort zeker weer een nieuwe ronde gaan doen, man. Let's go. Goed, man. Jij dan? Ja, zeker, Ryan. 100% maatje. Ik ga binnenkort GTA halen en Future spelen. Ja, Liam, nice, man, broeder. De wachtkamer doen, zegt hij. Maar hey, Erik, heb jij een timer gezet of zo? Ik weet echt niet wanneer we hem in hebben genomen, namelijk. Even slokje, moet jongens. Je na het scenario doen. Ja, maar hij reageert helemaal niet meer nu. En dan vond je MAVO makkelijk of niet? Weet je wat het is? Het is niet per se het niveau, maar ik vind ja, school zeg maar. Moeilijk, man. Ik kan niet leren. Ik kan niet opletten, ik kan niet leren. Ik ben best wel een goudse guy. Dus heel school is voor mij niet makkelijk, man. Welk niveau ik ook doe, man. Ik had op mijn... Volgens mij ben je in groep 8 moet je toch zo'n eindcito doen. En die bepaalt dan een beetje ook mee voor je niveau wat je moet doen. Op die eindcito had ik een HAVO-advies, man. Alleen omdat ik gewoon een guy ben die niet echt in school past, zeg maar... Ja, hebben ze me toch naar MAVO gezet en bro, op MAVO, ik stresste hem echt om de cijfers, bro. Dat komt omdat ik gewoon... Ja, ik weet niet, man, je hebt jezelf niet gevonden, je bent niet zeker van jezelf, je kan niet leren, je kan die focus niet opgooien. Dus heel die combinatie, ja, dat ging niet helemaal soepel, man. Dus ja, dat zeggen ze ook al 4 maanden lang. Wat bedoel je, Dries? Die nieuwe buggy pack? Ja, jongens, maar kijk, ik heb ook gezegd, ik zal het ook even tegen jullie zeggen, jongens. De car pack op dit moment moeten jullie als spek en bonen zien en daarmee bedoel ik... Jullie moeten even alle vorige maanden skippen, hoe raar dat ook klinkt. Want Tijmen heeft het helemaal opnieuw weer gedaan. Dus eigenlijk is Tijmen zeg maar 20 dagen, ik heb het even vandaag teruggekeken. 20 dagen geleden is Tijmen begonnen met de carpack. Dus dat houdt in dat eigenlijk de carpack bijna af is in 20 dagen. Daarvoor helaas hebben we het helemaal opnieuw moeten doen. Het was niet soepel, de communicatie, het liep gewoon niet helemaal chill. Dus Tijmen heeft het op zich genomen, maar wel opnieuw gedaan. Dus dat houdt dus in dat de carpack... Tijmen geeft aan dat hij... Ik zag het in Tony's stream. Dat hij echt... Tijmen komt ook nu in de stream. Wat zal Tijmen? Shout out naar Tijmen, jongens. Maar ik snap jullie frustratie dat de carpack lang duurt. Maar Tijmen is fucking snel bezig. Die guy heeft het mega snel van alles extra bij ook al gefixt. Ik snap dat het lang duurt, de carpack. En helaas is het in het begin inderdaad een beetje fout gelopen. Maar uiteindelijk is Tijmen heel snel met deze carpack klaar. En moet het eigenlijk zeg maar even anders bekeken worden dan die 4 maanden ervoor. Ik snap jullie frustraties echt, want uiteindelijk wachten jullie echt fucking lang. Ik ook trouwens. Maar Tijmen is mega snel bezig. Dus ik snap jullie frustratie. Maar ik wil wel dat iedereen even nadenkt van, oh ja, Tijmen doet het nu en die maakt het ook echt af. Dus ja, als je het zo bekijkt is Tijmen echt bijzonder snel klaar ermee. Het is echt nice. En we hebben er ook van geleerd en we gaan het zeker in de toekomst gaat het niet meer gebeuren. Laten we het zo zeggen, jongens. Maar ja, dat is het faya eraan, man. Het is gewoon een beetje kut gelopen. Voor jouw collega die verdachte mag je gewoon via de voorzijde maar goed, afvoeren. Dat komt goed, jongens. Hé, hey, Erik, kennen we dat dingetje wegleggen of niet? Anders moet de hele tijd uit onze neus vreten, man. Godver. Nou, goede communicatie, jongens. Mag die gast gewoon via de voorzijde afvoeren? Ja, zo naar Time sowieso, man. Meneer Sip, kom in die jas in game. Ja, wie weet, man. Ja, ik had trouwens even gevraagd ook aan Tijmen over de EUP. Hoe zit het daarmee? En hij zegt ook, we hebben te veel kleding nu in zitten. Je persoon is steeds in rood. Dat komt daarna allemaal, jongens. Altijd broodje als ik herres eten. Ik ga stuk, man, Tijmen. Herres! Ja, man. Maar ook voor jou, hè, Tijmen. Het feit dat we, als die carpack erin zit, dat je ook wat meer rust op je schouders hebt. Dat zou ook chill zijn, man. Gewoon af en toe een autootje erbij hier en daar. Maar gewoon niet meer zo'n pack, man. Om 10 over? Oké, top. Om 10 over leg hem weg. Nou, ik vind deze regel echt dom. Ik heb 10 minuten. Ik vind het wat gaat er nu met ons gebeuren? Ik denk dat het best is om ook nog even te wachten. Wat gaan jullie doen aan de onderwereld aanzien? Je zelf zegt dat niet nou, steady genoeg is. AB, er moet veel gebeuren. En ik wil een duidelijke afspraak hebben tussen onderwereld en bovenwereld, man. Want kan iedereen die, ambrof, die nu wegrijdt, ergert zich aan elkaar. Rijden? En we gaan ik heb er ook over gehad hoe en wat. Hoe gaan we dit oplossen? Ik wil net... Met alle lead wil ik in een call zitten, man. Ik moet even kijken wanneer dat gaat. Want dat gaat gewoon een keer in de avond moeten. En dan kan ik niet live. En dat gaat gewoon heel veel tijd kosten. En moet het een beetje goed voorbereiden. Maar ik wil met alle leiding van onderwereld gangs. Alle gangs, de leider. Alle leiding van de... Nou, niet alle, maar gewoon de hoogste pie van het korps. Hoogste pie van ANWB misschien. Gewoon alle lead wil ik in één call hebben met staf. En dan gaan we gewoon afspraken maken. Want heel eerlijk... hier en daar vind ik... tuurlijk, ik moet ook gewoon eerlijk zijn. Hè? Ik zit zelf bij het korps. En ik krijg ook veel klachten over het korps hier en daar. Kleine en grote problemen.
En daar wil ik naar kijken, dus daar moeten we naar kijken. Maar de onderwereld ook. Iedereen doet dingen fout. En dat moeten we met z'n allen recht trekken. Nee, zodat het plezier wat omhoog krikt. Daarnaast natuurlijk alle cheaters moeten we even tackelen. Dus dat blijft nog steeds gewoon gaande. En als iedereen een beetje die cheats geband wordt, dan is er ook wat meer rust in de stad. Plus die nieuwe afspraken en goede afspraken. Dan kunnen we gewoon de stad veel chiller maken, man. Dus daar gaan we zeker, man. Daar gaan we zeker mee bezig. Nice. Even zien. Nog 1 minuutje, jongen. Hij blijkt nog 1 minuutje. Dan kan ik hem wegleggen. Moet ik hem nou in mijn eigen kluis leggen dat hij dan verdwijnt? Ja, je moet gewoon naar de bewijszak. Of ik weet niet of die bewijszak is. Ja, ja. Ze lopen al af te snijden, hoor. En eruit halen. En dan gewoon alles gewoon in je persoonlijke kluis stoppen. Ja, gewoon als je wordt beschouwd. Ja, voor de rest hoef je geen communicatie. Nou, het is 1 minuutje, dan leg ik hem weg. Ja, het wordt al een beetje afgeblokt. Hoppakee, zo. Wacht, leg is het dan binnen. We zijn er bijna. Penisource, let's go. Ja. Is hij nog in een kop op jullie helemaal? Salam alaikum. Alaikum al salam. Daar ben je nog ook te plaatsen. Ik had even een hoek, ja. Ik sleep jullie even apart. Eén of andere, wat is dit nou weer? Yo, bij de hand, hè? Hij wordt helemaal ingebomd. We hebben even een bij de hand, hè? Ja, we hebben even een vuurwapentje bij ons, jongens. Die gaan we even wegleggen. Lekker. Hoppakee. Hé, Tarik, ga zo wachtig draaien. Is er bij jullie nou wat gaande of niet? Want wij gaan niet wachten. Let's go. Nee, negatief ziekenhuis is helemaal rustig. Rustig. Zo, die memes zijn ook wel leuk, hè? Alleen naar prio 5 worden collega's afgeblokt. Prio 5. Gebruik. Bop, bop. Zo. Uit. Leggen we die in de persoonlijke kluis, jongens. Persoonlijke kluis. Ja, huh? Maar deze pissers zijn er ook nog. Wat nou als ik hem er nu in doe? Verdwijnt. Oh ja, en dit ook? Ja. Wacht, dan pak ik even die guns, pak ik opnieuw eruit zo. Dat gaat om het... dan ga ik die even er opnieuw inleggen. Van de eerste verdachte. Die erin, verdwijnt. Die erin verdwijnt. Er zit momenteel nog 1 verdachte in het ziekenhuis. Die wordt straks ook vervoerd richting politie. Mensen erin verdwijnt. Alles gaat weg, jongens. Hier, hop. Die eruit. Kogels eruit. En dat was hem. Ja, dat was hem. Nou, die tie-wraps die kunnen er ook wel uit. En verder hebben we geen gekke dingen. Werkt dat ook met tie-wraps? Oh nee, die blijven wel. Oké. Okay. Nice, let's go. Goed shit. Ah, daar gaan jullie wel hebben, jongens. Zijn echt... Dus nu zeg maar... Dat is wel een goeie. Dat is echt wel nice. Als een wapen dus in beslag genomen wordt, dan wordt die ook echt vernietigd. Je kan hem dan niet meer terughalen. Oh, ja, kijk. Zo. Die Andries reageert niet op hem. Hoppakee. In mijn plek, dat is wel 10 keer beter dat een wapen nu ook echt verdwijnt. Dat je hem niet meer terug kan eisen eigenlijk nu. Ja, klopt. Ik kom nu met de tweede verdachte naar buiten. Hey, morgen mannen! De ballen! Oh, de ballen! Je mag hem aan de voorzijde afboeien, hoor. Hey, Erik, mag hem nu afboeien van de ambulance? Ik heb een kop op hier, volgens mij. Kun je misschien slepen? Ja, zeg maar dat je dat doet voor je eigen veiligheid. Ja, ik ook. Ik ben even aan het luisteren wat die anderen nou aan het doen. Ze zitten ook weer in het ziekenhuis. Ze hadden net een heel achtervolging gehad. Zeg maar dat je hem ondersteunt, terwijl je hem vasthoudt. Ik moet ook even tanken trouwens snel. Oh, daar geen politieauto. Let's go, mannen. Ik ga volgende maand computer halen. Met een 4060 er nice, man. Voor Future IP, niet nice. Bro, ik zie zoveel mensen die een PC gaan komen de afgelopen tijd. Wat lijp, man. Er staan er iedereen die een computer gaat halen. Ja, nee, heel de gate achter die ena. Ook wat dik dat je... Ja, maar blijft toch wel speciaal om te horen, toch? Dat jullie dat echt waard vinden om daarvoor zelfs een PC te kopen. Wat dik. Goeie shit, boys. Goeie shit. Is de korpschef van de politie een staflid of een normale speler? Ja, Erik, die naast me zit, is de leider van de politie. Wat vind je van vapes? Ja, kijk. Ik ga eerlijk zeggen, jongens. Ik zelf ben... Kijk, tegen vapes vind ik een soort van lastig. Ik zelf doe het niet. Ik vind het gewoon niet chill, ongezond voor je lichaam. Ik zelf gebruik het niet. Maar ik zou bijvoorbeeld als iemand vaped om mij heen, ik zou ik er niet aan ergeren. Met sigaretten heb ik dat wel. Ik vind sigaretten echt stinken. Ik ben er echt fan van, mens. Dat vind ik wel irritant. Natuurlijk, als iemand gewoon in je gezicht loopt te blerren met een vape, dan word je daar een beetje geïrriteerd van. Maar, ja, ik ga er niet iemand op afkijken van, oh jij vape, dus jij bent raar of zo. Zoiets heb ik niet, man. Met rook heb ik dat wel. Dat vind ik echt, ik vind dat smerig, jongens, als iemand dat doet in mijn omgeving. Ik kan me heel goed herinneren. Waren er 3 en Black niet had? 2. Dus uiteindelijk, ik ben gewoon van mening, iedereen is wijs genoeg om onze eigen lichaam te beslissen. Als jij wil vapen, moet je lekker vapen. Ik doe het in ieder geval lekker niet, dus dat, man. Let's go.
Ja, ik heb heel veel shisha gedaan. En ja, shisha is natuurlijk ook gewoon echt bizar slecht voor je lichaam. Maar ja... Ja, dat is... Kijk, het is wel gewoon lekker, maar ja... Kijk, mijn shisha... kijk, je zit in een lounge. Dus jij valt daar niet echt mensen mee lastig. Oh, bij mij is het lekker, lekker droog. Jij wordt de laatste tijd wel snel gek, hè? Snel, is het best. Nee, maar is bij iedereen droog? Hoeveel van Zuiderveen? Ik heb een Zuiderveen voor gespeeld. Shout-out naar Zuiderveen sowieso. We hebben gewoon knus en teringrins. Twee. Oh, wat? Ja, uiteindelijk, je moet het zelf weten. Kijk, ik doe het lekker niet. Ik heb het wel eens gedaan, dus ja. Dat zou er gaan zijn. Maar dat is echt 2 jaar geleden ook weer, man. Waar was dat zijn? Ja, ik denk dat daar Jalisco weer binnen staat. Ik snel gebank, Karakau. Maar misschien hebben ze dan termiet en een boor weer nodig. Ja. Ah, waarschijnlijk gaan ze weer op 1 op 10 spelen. Wat voor voertuigen staan erbij? Okay. Ik ben er bijna. Ja, want wij zijn daar letterlijk helemaal verrot geschoten net. Op die locatie ook. Oh. Ja, zo'n zalme Taycan. En een beetje donkerblauwe Taycan ook. RS6 zwart. Ja, heel de cage, jongen. Ratelen. Hey, Marino met een turn in de film. Yo, ik ga beginnen met Future. Ja, hoe kan ik controle leren? De controls bedoel je. Bro, de enige manier om dat te leren is gewoon puur doen. Je moet gewoon een beetje alles gewoon vaker zien. En weten, oh ja, dit werkt zo. Er zijn twee... Ja, het is een overval, joh. Dus, Marino, je hebt niet echt een manier om dat te leren, man. Dat is gewoon puur doen, werk. Dit is de Lost of het is een andere mode club? Je hebt een Lost mission. De Lost? Motorclub. Oeh, een motorclub die een bankje doet, jongens. Ja, heel zinvol. Het is een overval. Spannend. Nice, man. Let's go, man. Ja, heb het. Echt over of je wat. Er zijn best wel veel gangs, denk ik. Alleen zijn ze niet zichtbaar omdat de meeste onoffies zijn. Ik ken auto. Ja, weet je wat ik... Oh ja, dit is bijvoorbeeld een dingetje, jongens. Dan ga ik even eerlijk zijn naar de onderwereld. Ik heb bijvoorbeeld nagevraagd van waarom krijgen on-offie groepen wapendeals? Gewoon puur uit interesse. Ze hebben niet mega veel wapens, dat ze echt overpower net zoveel krijgen als offie gangs. Maar toch, ze krijgen wapendeals. En dat is gewoon puur omdat onze... What's up, Joris? Bro, dit wordt een vijmer, Joris. Dankjewel. Hij zegt hoi, Joris. Wat sap, kerel. Welkom bij de stream, man, Joris. Dankjewel, Marts. We staan 7. Het is dus een ding... Offie gangs handelen niet. En dat is echt een probleem. Dat is echt ook een probleem. Dus dat soort dingen wil ik ook meer over hebben. Want bro, daardoor zie je ook superveel chaos, man, in de onderwereld. Want er zijn gewoon mensen die gewoon geen vuurwapens krijgen als onoffie. En dat soort dingen wil ik dus ook bespreken. Het is niet alleen maar Daisy en onderwereld tussen dingetjes. Maar ook de onderwereld moet ook echt wat meer gaan handelen, bro. Want kijk, prima als er te weinig wapens... worden geleverd, dan moeten we daar anders mee om en nieuwe dingen maken. Maar er wordt gewoon niet gehandeld, man. En dat vind ik best wel jammer, eigenlijk. Ze kunnen gewoon wapens kopen in een ganghuis. Ja, maar daarom, ik begrijp niet waarom... Kijk, ik heb het gevoel dat heel veel offie gangs de wapens voor zichzelf houden. En ik vind het gewoon jammer dat er bij... ik krijg ook te horen dat offie gangs klanten rippen en dat soort dingen. En ik vind dat gewoon een beetje raar, man. Dan denk ik van, ja... Dan moeten wij dus zeg maar on-offie groepen wapendeals gaan geven. Nee, omdat ze nooit een wapen anders bemachtigen. Ja. Ik vind dat is bijvoorbeeld ook een ding. Dat ik denk van ja. Dat moet ook echt onderwereld aan gaan veranderen. Maar dit is een andere groepering. Misschien duurt het deze niet zo lang. Nee, ik zie ook motordingetjes. Maar ik zag jullie ook al staan in die Brabus. Die nieuwe van Dylan. Ja, dat is die van mij. Ja, zie je? Leid, man. Je weet niet, bro. Het zit heel anders. Wij hebben tickets gemaakt. Doe je Arno? Nee, die snapt het niet. Hè? Huh? Ze kunnen gewoon wapens... Ze kunnen... Ja, hu? Die snap ik niet. Wacht, vertel. Maar anders... We gaan sowieso daar een call dus voor inplannen. Gewoon met alle offie gangs ook. Want ja, onderwereld is een scam gebeuren. Ja, daarom... Misschien... Ja, kijk, wij willen niet te veel regels op de onderwereld plaatsen. Want dan krijg je zo'n gevangeniseffect. Dat iedereen denkt... Oh ja, mag ik wel dit? Mag ik wel dat? Maar ja, als niemand van de offie groepen handelt... Hoe moet je dan als nieuwkomer aan een wapen komen? Hoe moet je überhaupt een gang vormen als je on-offie bent? Dat kan dus allemaal niet. Maar ja, dat moet ook, man. Kun je als 14-jarige een goede membership bij een gym krijgen? Niks. Jij zelf niet. Maar misschien jouw ouders kunnen dat wel voor je regelen, man. Maar dan moet je even overleggen wat er mogelijk is, man. Elke gang... Wij hebben een ticket gemaakt over dingen die wij willen... Oh, zo bedoel je, Arno. Ja, man. Kijk, daarom... Dat bedoel ik. What's up, man? Hey, Julian Timber, de submaatje.
We moeten gewoon met z'n allen... Het is niet alleen politie en onderwereld dat daar beef zit en dat dat opgelost moet worden. Yo, wat zal staan? Oh, tegen voor de sub. We moeten superveel aanpakken, man. En regels geven hoe zeg je dat? Er moet meer handel zijn, man. Hey, Moreno, het hebben we de supertent. Let's go, man. Heb je een goede tip voor deze problemen? Hassan, het is gewoon heel lastig, man. Kijk, het ding is, ikzelf doe mijn best waar ik kan. Ik kom niet eens aan mijn eigen kanaal toe, omdat ik hier naar dingen probeer te regelen. Maar ja, het is zo'n geavanceerd probleem. Ik blijf nog steeds zeggen, onze stad is te vroeg te groot geworden, man. We hebben nu op dit moment 575 spelers. En we hebben nog niet alles voor elkaar qua regels, qua scripts, snap je? We hebben zoveel mensen om tevreden te houden dat we dat niet kunnen bijbenen. Ik merk dat dat ook een reëel probleem is in onze stad, man. We hebben gewoon te veel mensen. Onze stad is te simpel qua wat je kan doen. We hebben nog te weinig updates. En je ziet dat daardoor een beetje mensen ook ergeren aan dingetjes. Hè? Waar blijft de carpack? Waar blijft de EMP? Snap je? Allemaal dat soort dingetjes. Dat komt puur... onze stad is te snel groot geworden, eigenlijk. Morgen! En als ze ook wel eigenlijk... Oh ja, mijn tas werkt inderdaad niet. Zullen we de kluis leggen? Zouden we misschien een ADB'er deze kant op kunnen krijgen, jongens? Voor de hekjes? Ja, dat is iemand van ons onderweg. Oh, dat is ook top, jongens. Dat is ook top. In de bank zat een... Prio slepen, of? Ja, dat zou wel top zijn, eigenlijk. Jij en Snow, ga ik vanuit. Black is het dit keer. Yes. Helemaal goed, jongens. Jongens, ik zie jullie hier allemaal neerzetten. Zullen we dan inderdaad deze twee rijstroken er nog bij afzetten? Dat we gewoon hier de afzetting doen? En dat ze even aan het slepen zijn in de Discord. Verdorie, man. Sorry, wat zei je? Zullen we dan deze twee rijstroken afzetten? Zometeen als logistiek er is. Ja, helemaal goed, jongens. Ik denk dat het zo is. Alright, helemaal goed. Alright, let's go. Collega, ik zet even mijn auto ervoor, hoor. Let's go. De Lisco levert aan twee gangs volgens mij. Kijk, ik zeg niet dat niemand iets doet, maar er gebeurt wel te weinig handel. En ik krijg heel veel dingen te horen. Gewoon niet eens van spelers, maar gewoon staf, mensen die hier en daar... Tuurlijk, de staf houdt gewoon gangs in de gaten. Dat heel veel klanten gescamd worden van Offie gangs. Tuurlijk, ik vind dat ook... Ja, het is onderwereld, dat moet je zelf weten. Maar volgens mij gebeurt het te veel, zeg maar. Dus ja, daarin, ja, er zijn gewoon heel veel situaties dat ik denk van... dit is een sneeuwbaleffect, hè? Want het moet leuk zijn voor iedereen. Wat is de meest georganiseerde stad, denk je? TDA op dit moment. TDA is de beste stad op dit moment qua script-wise geoptimaliseerd. Die veel spelers aan kan. Stad, vind ik. Yo, meneer, je mag even doorrijden snel. Oh, wat ze gaan dan? Ja, kerel, alsjeblieft, ik krijg zo vaak deze vraag. Kom even doorrijden. Je weet donders goed wat hier gaan is. Oh, die wapens binnen en wij staan hier. Even uitkijken voor mijn collega's. Yo, Oscar maatje! Ze hebben de fucking vijf, man! Heb vandaag een gym-abo aangeschaft en gelijk geweest. Morgen weer een dagje knallen in de gym. Let's go, man, Oscar! Oscar, ik ben trots op je, bro. Nee, oprecht respect naar iemand die net begint en gelijk ook weer doorgaat. Bro, ik hoop dat je het lang en lekker volhoudt, man. Oscar, shout aan jouw broeder. Lekker bezig, jongen. Sorry? Oh, ik dacht dat jullie mij riepen. Jongens, even niet zo voor langs rijden. Kom, even tempo. Wat zeg jij? Hey, kerel, je mag even doorrijven. Normaal doen. Grapjes. Af, Kees. Oei. Dan wil je toch even kapot schieten, jongen. Meneer de politieagent. Ja? Hebben jullie... En drie wagen niet om terug te komen op sodemieter, kom. Als je grote smoel hebt, kan je ook vertrekken, kom. Wegwezen. Borrelneutje met de drie! Hé, zijn jullie doof of niet? Kom, wegkarren. Meneer, wil je even... Rijd door, die man... Kom, moet ik dit ding in de snuffel schuiven, anders kom op de zaten. Rijd door, die man maakt me bang, zet je neus, joh. Ik ga stuk. Ja. Hé, hoe moet ik dat uitspreken? Borrelnootje? Met de drie zeg, joh, man, hebben gisteren een bekerwedstrijd gehad. En we hebben een penalties gewonnen in de wedstrijd zelf. Was het 5-5, bro. Shout aan jou, man, Bo. Goed bezig, maatje. Ik hoop dat hij ook... dan is de wedstrijd wel lekker spannend geweest, bro. Shout aan jou, maatje. Let's go, man. Timmer de fucking drie, broeder. Let's get it, man. Was het beste om te doen als beginner in de gym. Dus jullie gaan mee naar achteren. Ja, positief. In het begin... Kijk, weet je wat je best kan doen in het begin om in de gym? Leer oefeningen eerst. Met laag gewicht. Begin echt gewoon zonder bijna gewicht. Bijvoorbeeld, stel je gaat bankdrukken, doe alleen de stang. Ga jij met je armen, die dumbbells zo hijs, doe echt gewoon 4 kilo. Gewoon puur dat je weet hoe die movement werkt. Daag jezelf uit, ga veel TikToks kijken, veel video's op YouTube, weet ik veel wat. En zorg dat je geen blessures oploopt. Zorg dat je eerst echt fully focust op de movement.
in plaats van de kilo's. En ga gewoon regelmatig. Heb je een uurtje vrij op een dag en verveel je, ga naar de gym. Als je je verveelt, boys, ga naar de gym. Als je je verveelt en je gaat gamen en je bent in je eentje, skip dat. Als jij lekker actief bent, dan word je gemotiveerd, word je niet zo somber. Als je de hele tijd alleen bent, wanneer je verveelt, dan kom je zo'n drain dat je een beetje... Ik heb geen zin in dit, dat. En dan ben je de hele dag een beetje... Hoe zeg je dat? Een beetje somber. Ga gewoon als je verveelt naar de fucking gym, bro. Geloof mij, je hebt er geen spijt van, man. Wat vind je van RIP of zo van Future RP? Wat vind je van RIP? Hoe bedoel je, zeg niks? Ik ben grafisch design en ik wil alerts maken zoals je hebt. Met de pistol, weet je wel. Alleen ik kan nergens vinden op YouTube. Kan je me helpen hoe ik die shit kan vinden? Barry Bangle, man! Barry Bangle, bro. Barry, ik wil een handtekening voor jou. Barry met een 500 draad in de fiets. Lekker beest, een mooie stal. Let's go the grind, Barry. What's up, man? Shout out, bro. Barry, ik ben sinds kort, sinds dat je begonnen met mijn Future, bro, ben ik je aan het volgen, bro. Ik ben fan. Barry, ik heb alleen wel even een vraagje aan jou. Woon jij in Apeldoorn? Aangezien jij in Apeldoorn RP hebt gespeeld, woon jij in Apeldoorn? Want dan moet ik een keer een foto. Ik wil echt op de foto met jou, man. Dat zou goud zijn, jongen. Barry, thank you the fucking fijn, broeder. Lof. Bro, deze man is echt bizar. Barry steekt de meeste uurtjes op streams in de stad ooit, man. Wauw. Als dit weer dezelfde heren zijn, hebben jullie een probleem. Kom op, Zaten. 35-46. Ik geef ze echt nog... Wacht maar, via je. Ik heb Karel ook met huis. Nee, zeg maar in de kofte gewoon. Ah, top. Collega. Dus voor jullie, ze hebben 4 hostages in de bank. Even luisteren, jongens. Let's go. Wij hebben ze, 3 eisen. Die is dicht, man! Ze willen vrij doorgaan naar links, dus richting de stad. Vrij doorgaan naar links. Geen Zulu. Ja, de doorgang is er niet eens. Hostages mee aan de motor. Ja, en voor de andere hostages eisen ze gewoon een leuke achtervolging. Is dit los? Ik zie wel een motor. Roel op! Ze zeggen dat van beide kanten... Ja, toch maar! Dank voor de 5 te vies, man, kerel! Roelof! Roelof, de red nose reindeer! Ja, ik heb gevraagd of dat dat doe! Dat is prima, man. Twee overvallen. Hé, maar Roelof met een 5 te vies, zeg niet hardop lezen. Twee personen, beide een shotgun. Zou je het verder ook kunnen verwerken in IC met... Yo, T.O. zet even de 3 maatje. Wat? Yo, zo Roelof, bro. Maatje, je moet lekker je ding doen, broeder. Pas alsjeblieft wel op, man. Voor jezelf, hè. Dat je geen gezeik krijgt, kerel. Maar inderdaad, social media kan best wel braindead effect krijgen, man. Ik merk ook als ik in de ochtend word wakker, ga ik TikTok kijken. Je wordt er best wel somber van. Riley's er ook bij, Timber de fucking 3, maatje. Timber de fucking 3. Daarmee wil ik wel zeggen, los van YouTube, hè. YouTube is ook social media. Gewoon Instagram en TikTok. Kijk, je moet het op een manier gebruiken dat je gewoon positiviteit eruit haalt. Maar als je alleen maar... Kijk, weet iemand toevallig hoe die motor reed? Vluchtvoertuig? Ik zou niet weten, lijkt op een Harley. Ja, schrijf gewoon Harley deze. Ja, maar, hoe zeg je dat? Social media kan best wel een somber effect inderdaad krijgen. Hè? Je kan bijvoorbeeld, stel je voor je bent wat voller en je ziet van die guys met sixpack en zo. Je denkt van, oh, had ik dat maar. Bjorn, bro, thanks voor al die donors, mannen. Shout out aan jullie, mannen. Let's go. Ik zelf heb dat wel echt in een soort van swap gegooid. Dat ik echt uiteindelijk alleen maar motivatie uithaal. Als ik iemand zie met een dik huis, een afgetraind lichaam, krijg ik daar juist motivatie van. Van, oké. Hem is het gelukt. Hij is ook van vlees gemaakt. Hij heeft ook armen zoals ik. Hij kan hetzelfde als ik. Waarom zou ik dat niet kunnen? Snap je wat ik bedoel? Dus ik zie juist nu mensen met een duurdere auto, dikkere bak. Die zie ik altijd van, yo, juist als motivatie van, als iemand het kan. Bijvoorbeeld een heel klein voorbeeldje. Het is best wel, als je wat jonger bent, een doelloos uitzicht voor hoe ga ik een huis bijvoorbeeld afbetalen. Stel je voor, je wilt een dik appartement van 6 ton. Hoe de fuck ga je dat fixen? Er zijn mensen die het... Oh my god! Mark! Holy... Yo, Markie! Markie met een feit, man! Na een aantal maanden rug gebroken te hebben! Wow, dat is wel echt een hele fucking sap, maat. Sorry, Markie, dat ik een beetje uit de slof schiet. Ik schrok me dood. Pimmels, let's go, man. Bro, wodka ook met een fucking 15 euro, dankjewel, maatje. Mark, ik hoop dat het goed gaat, bro. Fuck, heel rug gebroken, man. 3 plekken? What the fuck? Nu weer langzaam back op the grind. Bro, oké, back op the grind. Dat is best wel een zieke...
Wow, dat is best wel een ziek, hoe zeg je dat? Woordkeuze, man. Back op de grind. Aha. Hey, voor topsport, bro. Markie, broeder, ik geloof in je, maatje. Het feit dat jij drie... Wauw, man. Je rug op drie plekken gebroken hebt. Maat, ik hoop dat je gewoon goed herstelt. Dat je weer vol op die grind kan gaan, broeder. En ik wens je alle sterkte, bro. Mark, tegen de fucking vijfde, bro. Je bent een fucking strijder. En hou die grind vast, broeder. Love naar Mark. Chat, laat je vol voor deze Mark, man. Let's go, mannen. Wauw, man, Mark. Thank you very much, kerel. Damn, man. Rug op drie plekken gebroken. Dat is echt... Oprecht zo... Oh, ik zou er niet aan moeten denken wat voor klapper dat is geweest, man. Wauw, man. Mark, het gaat je goed, bro. Dankjewel voor de fucking vijf, bro. Je bent insane, maatje. Insane. Vodka kan dan daar met de 15. Bro, wat zijn jullie allemaal voor bedragen aan het gooien, man? Yo, Dylan, veel 17, man, Vodka. Dankjewel, maatje, voor je positieve input, broeder. Dat zeg ik nooit, maar ik weet niet, het kwam in mijn hoofd op, man. Vodka, thank you very much, man. Ik doe altijd dit, hè. Salut, jongens. Dankjewel, Vodka, voor de 50, broeder. Nice dat je het weer bent, maatje. Let's go, mannen, let's go. Hey, Bjorn met een 5, wil ik daarna zeggen, even een vraagje, maat. Ik ga beginnen met sporten en ik heb creatine, pre-workout, eiwitpoeder gehaald. Maar weet alleen niet precies wanneer je wat in moet nemen. Kun je misschien een beetje uitleggen voor mij als je wil, Bjorn. Eigenlijk moet je creatine zien als tandenpoets. Wat ik altijd doe is creatine innemen letterlijk voor de eerste keer tandenpoetsen. Dat dan heb je een standaard moment van de dag dat je het inneemt. Je moet creatine gewoon elke dag eigenlijk innemen als je ermee begint. Dus het boeit niet per se... Ja, ik zou niet zeg maar om 12 uur 's nachts doen en om dan 1 uur in de nacht weer doen. Dat is wel een beetje raar. Gewoon elke dag 1 keer innemen. Maar ik zelf zou je aanraden om toch... Voor de eerste keer tanden poetsen, hè, dan heb je bijvoorbeeld ontbeten of noem het maar op, je bent net wakker. Even dat scherpje erin, gewoon dry scoopen, water erbij, vots en het is zo weg. Dan zit het in je ritme, man. Hey, goeie sip, Bjorn. Morgen, Lars, morgen. Dag, mag ik je wat vragen? Jij mag zeker wat vragen, jongen. Kan jij misschien naar jouw bonkie gamma, als je straks knap bij mijn bonkie gamma, even jouw main bonkie kijken op je smidje? Ja, zou ik even mijn gemeente heb even in de gang. Ja, ik heb hem als je skunt, maar ik heb nog geen reactie van Skakjes echt meer. Ja, nee, dan ga ik even naar de bodycam even kijken, oké? Okay? Zijn we goed, okay, jongen? Alright. Yo. Shana Lars. Bro, Zakka, wat's up, keren? Welkom bij de fucking stream, man. Zakka, komt de bro, besef dit. Zakka komt gewoon bij mij op Twitch in de chat, bro. Dat is gewoon een hoe zeg je dat? Een rare vibe, man. Dat Zakka, want Zakka streamt al op Twitch en nu komt hij bij mij in de chat op Twitch. Dat is heel raar. Zakka, wat's up, keren? Hoe gaat het, kijk, jongen? Kijk, voor jullie, de motoren zijn wel twee persoons. Motoren. Wat een mooi accent heeft die collega, jongen. Lijp. Twee motoren mogen vluchten. Motoren. Ben je daar Noors, jongen? Zie Loud, zie dat je hier ook bent, man. Ja, toch? Ja, ik dacht, ik doe nu tegelijk, Zakka. Ik ben ook op YouTube nu live. Dus ik doe tegelijk. Dat is geen probleem, man. Maar lof, man. Lof, man. Die motoren zijn helemaal niet zo snel. Even kijken. Waar was ik? Oh ja. Eiwitpoeder zelf doe ik niet. Maar Rob Bjorn, een dikke shout-out naar dat je nu aankaart. Want ik moet het wel doen. Ik wil namelijk wat afvallen. En ik kom alleen maar aan. Misschien ook in spier, want ik ben echt ook sterker aan het worden. Ik ben namelijk heel erg mijn buikspieren aan het trainen en benen. Daar ben ik echt op vol aan het grinden. Ja, spieren wegen nou ook eenmaal... ja, die zijn gewoon zwaarder dan... Spieren zwaarder dan vet? I don't fucking know. Kan mij het verrekken. Dus als je aankomt aan spier, dan word je ook heel snel wat zwaarder. En ik zit ook aan de creatine, dus ik hou ook veel vocht vast. En die combinatie, ja, ik weeg gewoon bijna 90 kilo weer. Terwijl ik eerst 86 was. Dus ja, in een maand heb ik weer 4 kilo erbij gegained. Gewoon, dat is bizar. Maar, eiwit shakes, man. Fucking goeie. Ik moet er zelf ook aan beginnen. Dat zou ik gewoon aanraden om na de training te doen. Gewoon, je hebt gegymd. Ga daarna een eiwit shakeje nemen. En desnoods, al heb je heel veel honger in de avond. En je hebt een beetje het gevoel van, ja, ik ga nu helemaal een zak chips wegvreten. Nee, dan nog een shake, bro. Een shake boeit eigenlijk niet zo... veel hoe vaak je het neemt, man. Ja, om het elke seconde van de dag te doen is ook een beetje gek, maar... Snap je? Dat is een beetje op feeling, man. Let's go. Zo. Je hebt de donderdag skin van de GFX design of zo? Serieus? Laten we eens even terugkijken. Oh, trouwens, de Joza los MC met een drill donatie. We gaan je neuken, veel succes. Bro, de Joza. Liever niet, kerel. Maar ik heb het gevoel dat jullie dit in-game proberen. Ik ga jullie allemaal een headshot gooien, man. Jari, bro. Ik ben maar de vijf, broeder. Dankjewel, Jari, maat. Ik lees hem zo meteen op, bro. Etioza, laat maar zien wat jullie kunnen. We gaan het zien, bro. We gaan het fucking zien, bro. Let's go. Heb ik iemand zijn donor geskipt? GFX? Nee, ik heb geen donor geskipt, man. Designer.
Wauw, my boy Funko, ook met een 5. Maar echt een stuk Funko, wat een leuke naam. Hé, maar jaren met een 50, Los MC on top. Ze zijn met de achtervolging. Is dit nou wel Los MC? Nu snap ik er geen reet meer van. What the fuck? Hé, what's up, man? Hé, jaren met een 5, man. We gaan jullie, dienst inken, man. Ik voel het. Dit wordt het, man. Dit wordt het. Dit geniet van je stream, Soldier. Ik ga weer verder, man. Met mijn potjes Fortnite. Hé, zakken, broeder. Nice dat je even van je laat horen, bro. En geniet van die, gimmas, bro. Hé, love dat je erbij was, man. Tot de volgende keer. Zo, dat moest er even in, jongens. Holy shit. Hey, Funko met een 50 draait zijn groetjes van de Los op leuke achtervolging. En hier Funko, maar de groeten van Ernst. Hey, Ernst zou er niet jou, Funko zou er jou. En zou naar Los, dus dit is wel de Los MC, wat dik. Mannen, laat eens even zien wat jullie kunnen, boys. Xander, neem maar een fucking 3 maatje. We gaan jullie catchen, bro. Ik voel het, we gaan jullie catchen. Waar is Erik eigenlijk? Met 3 motoren aan. Ik denk dat Erik aan de stap is. Dit wordt ziek, man. Dit wordt ziek. Ja, maar we gaan eens even kijken wat jullie kunnen, man. Penis, what the fuck. En Xander met de 3 zegt: yo, dit wil even zeggen dat je goed bezig bent. Xander, bro, lof voor die, man. Nee, sowieso, ik ga heel eerlijk, met jullie zijn. Ik weet, man. Kijk, tuurlijk, iedereen. Je hebt altijd haters. Dat hou je. En die horen er ook bij. Shout naar de haters, sowieso. Maar oprecht, de verhouding. Kijk, ik heb liever dat. Kijk, ik ben gewoon. Het staat ook in mijn naam: Games for Real, natuurlijk. Ik ben gewoon een echte guy. Ik stream gewoon wat ik leuk vind. Ik ga geen content uploaden die viraal zal gaan. Ik ben niet zo'n YouTuber, streamer, hoe we het ook noemen. Ik hou gewoon lekker van mijn dingen doen, dat ik het zelf leuk vind. En ik ben gewoon mezelf. Af en toe ben ik een mogol, schreeuw ik heel erg. Af en toe ben ik weer serieus, noem het maar op. Af en toe gezeikjes behandelen. Ja. Nou, het is wat het is. Oh, daar hebben we hem weer, hoor. Daar hebben we hem weer. GG met een team met de vie. Zo, en zijn we weer, GG. My fucking man, man! Hey, GG, welkom bij de zin, kerel. Nice dat je er bent, jongen. What's up, dude? What's up? Bro, GG, nice dat je er bent, man. Nee, maar wat ik dus wilde zeggen is... Gewoon lof dat jullie... Ik hoor dat zo vaak dat mensen iets positiefs uit mij halen. Of gewoon de shit leuk vinden wat ik doe. Dus dat vind ik dope, man. Dus door mezelf te zijn en gewoon te doen wat ik leuk vind... Dat ik daar mensen ook mee entertain, dat is lijp, man. Shout naar jullie, man. Ik weet niet. Een van de, Galoef, heb ik jou een donor geschikt, maar ik zit te kijken dan. Staan al twee waar heb jij gedoneerd, bro? Bro heeft hij gedoneerd? Ik zit even gewoon in die lijst terug te kijken, man. Waar heb je gedoneerd? Moet je achter de voorste motor aan? Marky, Bjorn, Riley. Deze, de volgende. Oh my god, Riley, ik heb jou donor ook geschikt. Wat een... Die pakken, die dat schermen. Ja, die rechtse, helemaal goed, joh. Dan gaan we die even doen. De linkse, excuus. Ja, dat is helemaal goed. Hé, Riley ben in 3 zegt geen bericht, want I don't know wat ik moet zeggen, maar ben er weer bij, zoals altijd. Riley, sorry. Jongens, ik doe echt mijn best met die donuts oplezen, maar jullie doneren gewoon echt te veel, man. Wauw. Dankjewel, Riley, voor de 3, man. Ja, dat is echt zo, Bart. Dat is echt best wel weird, man. Dat ik oprecht, ik ben aan het zoeken in die lijst, maar ik zie die donut niet, man. Oké, want het is iets met GFX design. Galoef of heet je Galoef? Ik kan hem niet vinden, bro. Oprecht, no. Bro. Je zegt mijn donor ook niet eens op. R? Zijn jullie nou aan het... hè? Oké, ik ga letten. Oké. Ik ga ze één voor één oplezen. Oké, de eerste donor is van Max. Nancy daarna. Lars. Ron Stone. Ja, Bjorn. Bjorn, Bouwen, Bakolie, Joris. Moreno met een superchat. Oscar met een 5. Borrelnootje. Berry kan daarna. Roelof! Nee, maar Roelof! Nee, is het Roelof? Nee, dit is niet Roelof. Galoef, ik zat in de war. Roelof, Tiosa, Riley, Bjorn, Mark kwam daarna met een 50, Wodka met een 15. Roelof! En Lars, kom eens uit. Sipper, hè? Ik ben gewoon op... Ja. Recht een mol. Hey, Roelof met een fucking 3, man. Ja, man, bro. Lof naar je reactie. Ik heb geen zin om telkens een perfecte plaatje zien te bekijken. Ik was stiekem ook wel jaloers op je lifestyle, maar durf niet te streamen met Cam. Heb je tips? Roelof. Bro, als jij niet voelt om te streamen met een face... Geen bericht, ja? Oh, moet een goed dag gaan zitten, man. Ja, is goed. Sorry, man. Echt, die bodycam is soms helemaal uit de hand, jongen. FK. Hey, shout aan jullie, man. Roelof, als jij het niet voelt om te streamen met een facecam, doe je dat gewoon niet, bro. Ga gewoon lekker eerst gewoon de gimma spelen en gewoon een... Zorg... Kijk, dan ga ik wel een tip geven. Zorg dat je een goede mic hebt. Zorg dat jouw stem gewoon
ziel is om naar te luisteren. Zodat mensen wel iets van kwaliteit al hebben. En dat is gewoon heel chill. Als je een hele goede mic hebt en je hebt gewoon een chille stem om naar te luisteren, dan heb je niet eens per se een facecam nodig. Maar dat komt vanzelf, bro. Maar jaloers op mijn lifestyle, bro. Roelof, ik leef oprecht no cap. Tuurlijk heb je af en toe je dingetjes, maar oprecht, mijn leven is... Ik heb het perfect voor elkaar, man. Wat zei je? Ik weet het niet. Sorry jongens, wat zei je? Wij moeten achter die achterste. Ja, dat klopt, inderdaad. Roelof, als ik het kan en deze lifestyle heb, kan jij dat ook, bro. Ik ben van mening, ik weet nog heel goed, toen ik 16 was, ik had een fiets, ik had een jas van 1000 euro en ik had 100 euro in mijn rekening. De mindset was helemaal fucked up, verkeerde prioriteiten. Toen ging ik op een gegeven moment ook voor het eerst uit, voor het eerst blowen, shit. Dus ik was ook echt dat strontkutjoch, zeg maar, met verkeerde prioriteiten dus. En uiteindelijk is het bij mij ook nog gelukt, bro. Het is puur keuzes maken, maar geloof altijd in hoge doelen en in jezelf. Succes. Dat is het belangrijkste, man. Meer kan je niet doen, bro. En uiteindelijk moet jij het doen, bro. We vermenen dat iedereen het in zich heeft zitten om succesvol te worden of een lifestyle te creëren waar hij zelf gelukkig van wordt. Het is puur doel, man. En zorg dat je gewoon een beetje mensen skipt die jou niet op het goede pad zetten, man. Ga niet aan de drugs, ga niet te veel zuipen omdat anderen om je heen het doen. Zorg gewoon dat je even bij jezelf blijft, man. Dat je gewoon lekker doet wat jij wat goed voelt voor jou, man. Dat is belangrijk. En natuurlijk, neem wel de mening van je ouders en je familie serieus en je vrienden. Dat is wel belangrijk. Mooi. Ja, er zijn twee SMT's en andere auto-videos. Alright, we zijn focussen nu, boys. We gaan zometeen weer even beppen met z'n allen. Ja, dat zal afrodig zijn. Eerst keer hem nog even afkoppelen. Ja, ik ben afrodig. Moet je het anders aankoppelen? Hij belooft dat ze die niet zomaar tussendoor rijden, man. Dat is wel hard. Ze doen dat een beetje, dat vind ik wel echt vet om te zien, man. Ja, maar ik vind dat wel nice als ze een beetje gewoon afstand blijven. Dat is, ja, anders worden ze ook geband natuurlijk voor vandaag, maar goed. Alright, the folks, boys. We moeten met die groene haren moeten wij volgen. Ja, je kan er veel meer aan de broek hangen dan, hè. Ja. Storing je ook, hè. Storing. Kijk, als ze meerijden of ze setup gooien is niet erg, maar niet, gewoon niet tussen heel die motorcade nu de doorgaan gas of zo. Chaos. Oh. Door even hier rijden, Rus. De snelheid zit er niet echt in, jongens. Volgens mij loopt het ding niet zo hard. Is dit ding... Ja, zou dit de max snelheid zijn? Ja, ik neem af en wel, maar... Oké, dan ben ik benieuwd hoe ze 130 of zo. Oh. Wat dik, man, die motoren. Dit is voor... Het is voor het eerst dat ik deze motoren zie, man. Kijk, 6. Maar je kan het nu aankoppelen als off-roader, of moet je echt afkoppelen? Ja, blijf maar als off-roader. Wat ziek, jongens, die motoren. De Los MC, man! De Los MC met een bankie, jongen! We gaan richting achterkant, rode kruis. SCT, je mag even opzaten. Kom. We zullen gaan. Achterkant rode kruisje richting AB. Score van een negatief. We gaan aan de overkant van rode kruisje. Wat een route dit, joh. Wat een route. En dan de ondergrond. Voordat hier 1000 motors klaar staan. Heel veel motoren. Oh, ik wist het! Oh, jongens, ik wist het! Ik wist het! Er zijn opeens... Ja, ik wist het! Wat shit, joh. Ja, hoor. Maar die kerel heeft groen haar. Ik zie hem nog steeds rijden. Ik ga stuk! Ze gaan in zo'n... Oh, wat nee, sick, man! Onze groen haar. Ze gaan in een ride, ja, wat lijkt, man. Kijk dit dan! Juist, man. Tering ziek. Hij gaat rechtsaf. Ze gaan in een ride, wat kate. Wat sick, dit. Dat is allemaal fucking lijf. Juist, man. Juist. Los en ziek. Die motor in de bek is al dik, man. Deze met die kenteken links. Ze rijdt sowieso helemaal voorop. Ik ga stuk, bro. Als hij porto praat, krijg je groen haar ofzo. Ja, oh shit, dat is wel een bug. Hij heeft groene haar als hij praat in de porto, dat is wel lullig. Wat dik, ik heb deze strijder in de bek dan. What the fuck, ouwe. Dit is al lijp, man, dit is al lijp. No. Ik ga stik, jongen, nee, dit is al lachen. Nee, hele ride-out. Hij bovenkant snel even op. En Kieran, voor jou gaat niet zo snel als de rest, jongen. Nee. Waar gaat hij heen, links? Links, ja. Ja, nice. Ja, die van ons is oh, wat slim dat ze dit ook doen. Ze splitten en dan komen ze daar misschien weer samen. Ja. What the fuck, man. Dit is wat we moeten zien, boys. Shout out to Los MC voor dit, man. Ja, ze hebben een paar vrouwen erbij. Dok. Kijk, ze gaan met die dingen. Hier komen ze samen. Ja, man. Wat een ding. Ik wil dat ik niet zomaar iemand per ongeluk aanrijden. Dat is wel eng.
Deze gaan, deze gaan. De snelweg waarbij achter de meest in Carina. Oha, bro, jij kan ze ook niet inhalen. Dat doen ze ook slim. Ze houden ons wel op afstand, man. Jijs, man, ze doen RP, man. Wat sick dit. Oha, nee, ze gaan afblokken of niet? Holy shit. Je hoort erbij. 100% de hele keten die afblokt. Wat de fuck is dit, joh? Het is een kijk, die guy heeft groene haar, jongens. Dus daardoor weet ik precies dat hij dat nog is. Zit ervoor, maar het is wel een bug, denk ik, man. Oh, daar heb je hem, hoor. Hij is er weer. Ik ben benieuwd, ze moet gewoon een steen nemen, denk ik, hoor. Excuus. We gaan linksaf. Ze moeten een steeg nemen, jongens, en die afblokken. Linksaf, rechtsaf, twee steegjes. Gaat hij naar rechts? Ja, dat is naar rechts, een steekje. Is dit hem nou, of die andere? Nee, die andere, hij rijdt hier rechts. Hier rechts is dat dan? Ja, dit? Ja, hij rijdt naar links. Hier links? Ja, daar rijdt hij, daar rijdt ja, hij. Links, ja. We zijn er even mega mal voorbij. Hier rechts? Daar rijdt hij. Rij richting CBN. Is dit hem zeker weten dan? Zo, dat ding gaat opeens sneller. Jullie niet achter het verkeerde trouwens? Karo en Lek. Hebben wij de verkeerde? Shit, deze hebben geen verkeerde. Volgens mij al, die van mij is nu voorkant rode garage. Oh, wij zijn er ook. Wij zitten achter jou nu. Jij hebt inderdaad een goede, denk ik. Ja, deze heeft nog groen haar. Ja, ja, dat ja, is dat is dat ook een groene haar. Notatie? Achterkant. Oh shit, deze kwam al bijna weg. Dit is dat deze motoragent er nog achter zit. Ja, we zitten erachter ook. Mooi Joost, ze hebben hier wel eens gedacht. Ja, ze komen bij ons oud HW uit, die van vroeger. Richting Plezierhaven. Dat ding gaat nog best hard, die los MC motor. Die Harley. Ja jongen, kijk ze gaan jongen. Nu fuck out Cardi. Richting Cardi. Wat dik, kijk dit is hoe ze dat doen hoor. Dat was dan gevonden voor hun. Hier, motoragentjes erbij, hoppakee. Ze rijden nu op Blokkenpark op. Kom uit bij Ambu AB bovenkant. Wat sick dit, jongen. Ik vind het zo lijf, dit soort dingen. Omdat je gewoon weer helemaal moet schakelen dat er van alles gebeurt, man. Ja, inderdaad. Wat lijf, man. Jammer dat ze het alleen niet gelukt is net. Maar ze doen het wel slim. Die hele splitsing. Ik was op een gegeven moment hem gewoon kwijt. Om wat voor route gaat het? Ja, om zo'n nog steeds op zo'n Harley Davidson. Harley Davidson, ja. Hoor die tegen. Is nu voorkant ANWB. Ik lig even een beetje lek. Dan rijden we een beetje links van de kant. Rijden we onder dood zo. Gek huis jongens dit. Holy shit. En mensen vrienden zitten te liken, te abonneren. Boys, zitten bijna op de 500 likes alweer. Zijn we jullie sowieso dat jullie allemaal er zijn, man. What's up? En voor de mensen op Twitch, vergeet niet te volgen. Jongens, we gaan richting de 2000 volgers, man. Insane. Rechtsaf richting politie B. Weer linksaf richting Plezierhaven. Voor de chat trouwens van YouTube jongens, ben je geïnteresseerd ook in mijn Twitch channel? Doe even uitroepteken Twitch in de chat jongens. Ik heet gewoon games op Twitch hoor, dus dat is ook zo. Dan rijdt hij hier een rondje, dan rijden we richting gemeentehuis. Wow. Dat scheelt me waar. Essence motor, Essence motor. Als je keus rijdt. Op de knieën. Op de knieën, kerel. Yes, collega's, ik hou vuur in. Hij is gekrist in de stad. Helemaal tegen wat is hij aangereden dan? GG's hoor. Hij is gecrashed hier. Oké, jongens, kijk, er komen hier ook wat motoren koppelen nu. Wij staan op het dak tegenover jullie. De andere had een beetje een ketting met een soort van mond erop. Kijk daar nog uit. Kan iemand even een ambu oproepen voor de verdachte? Hij heeft last van zijn knie. Positief is aan iemand de ambu oproepen. Het wordt heel druk jongens in de omgeving. Ik kan me heel goed voeten. Je hebt al meteen even communicatie met Laaf. Dit is snel. Politie en ambulance. Er is iemand van zijn monken afgevallen na hey, Black, blijf jij hier, dan rijd ik heel veel om. Want aan de andere kant van de zee staan allemaal motoren namelijk. Oh yes. Goed. Hij heeft die shotgun op zaak te verdachten. Ik heb een shotgun, Remington. Ambulantje en staak is twee. Is gehoord? Kijk uit voor eventuele gijzeling, jongens. Graag de vuurwapens in de handen. Ja, er komt ook nog een motor in die steek. Ja, ik sta aan de andere kant. Dat is de recherche, dat is de recherche. Op die Harley ook? Oké, sorry. Nee. Ik had het over degene die nu naar de verdachte toe loopt. Oké. Excuses. Nee, geen probleem. Ik heb mijn auto aan de andere kant van de steeg neergezet, zodat ze niet langs kunnen. Doorrijden. Hé, kerel. Jij mag even heel veel zeggen langs mijn auto, bij deze heb je nog geluk, maar anders moeten we jou aanhouden.
Verder langs of niet? Zo. Anders zet ik hem even aan de kant. Ja, ik zal proberen. Wacht, zet wel even aan de kant, anders wordt zo gedoe. Ik weet niet of deze guy echt erbij was. Je hebt geen bewijs, dus we kunnen hem niet vervolgen, deze guy. Alright, helemaal goed. Hey, hoi. Ja, geen idee of hij natuurlijk er echt bij hoort, dus vandaar. Ik ga hem nog kaartjes doen. Ik heb er niet overheen kunnen, joh. Wat is dit dan voor ladder? Wacht, even kijken. Oeh. Oh, oké, dat leidt naar niks. Alright, let's go. Skip de Danish, jongens. Skip de Danish, man. Let's go. Ja, je ziet naar deze man. Los MC, ja, man. Dat verklaart die motoren. Ja, Jordi. Los MC was dit. Pak gewoon die pistool. Ik bedoel, ze zijn niet echt. Ze hebben geen setup gegooid. Ga ik niet met mijn MCX hier lopen te ratelen. Ah, dit was wel leuk, man. Dit was een keer wat anders dan normaal, ouwe. Wel echt sexy achtervolging. Alleen, ja. De Los MC gozer, noem ik hem even. Met de shotgun. Die schrok van die Amarok. Maar ik schrok er ook van. Die Amarok ketst opeens die weg op, jongen. Maar dat komt puur omdat wij heel scherp door die bocht kwamen. Dus ja, opeens zit je een soort van in die bocht op de verkeerde weghelft trouwens. Dus vandaar, er wordt wel geraten, jongens. Ik zag ook Tom een noodknopje drukken. Maar goed, we hebben hem, jongens. We hebben hem. Let's go. Uit de vier kijken, let's get it. Kun je mijn vraag beantwoorden van de alerts met die pistool? Ja, Iced. Die alerts zijn gemaakt een hele tijd geleden. Door een persoon die ik ook helaas ja, niet meer in contact mee zit. Maar geen idee hoe je dat kan vinden. 3D models kopen, I don't know, die gun kan je bijvoorbeeld misschien ergens halen. Maar ja, dat animeren heb ik zelf ook geen verstand van, man. Ik heb nu een nieuwe alert designer gevonden en daarmee ben ik nu in zee, man. Dus daar gaan we weer mee verder. Goed shit. Ja, man, binnenkort een nieuwe alert, jongens. Wordt ook wel weer tijd, hoor. Ik heb al zo lang deze alerts. Sorry voordat ik twee keer stuurde, ging per ongeluk. Ik ben geen stress, bro. Dat kan gebeuren, bro. Hé, mijn mannen, wat hebben jullie gegeten in de avond? Laat eens even weten, boys. Weet iemand hier welke PC-specs hij heeft? Iba, ja, dat is wel een dingetje. Goed dat je het zegt, trouwens. Kijk, op YouTube heb ik bijvoorbeeld al die dingen al in de beschrijving staan. Maar op Twitch dus nog niet. Dus thank you very much voor het even aankaarten voor dat. Je kan Lars, blijf aan deze op mijn YouTube-kanaal dat eventueel checken. Ik heb ook een video gemaakt met mijn PC, noem erop. Kan je helemaal zien hoe ze er ook uitzien. Ik weet niet of jij wil, dus check even op YouTube die video, van je rechten. Ik kan wel onder de button, zeg maar, onder de stream, op Twitch gewoon wel mijn YouTube-kanaal gelijk aanklikken. Dus dat is wel lekker chill. Ja, shout naar de Los MC, man. Helaas een L gepakt bij deze guy. Maar hij schrok van die andere op. En toen crashte hij hier volgens mij tegen een paal aan of iets. Ja, dat is gewoon kut, man. Dat is gewoon kut. Ik ga stuk, die muziek in die skyline is wel een vibe eigenlijk, man. Dat die guy zo loopt te driften. Oh, die pure sank is zo dik, hè. Oh, lepe bakkie. Sorry. Yo, man, yo, Jochem, wat's up, man? Gehakt broodje met krieltjes salade. Oh, sure, doe maar weer, hoor. Doe maar weer. Krieltjes blijven toch lekkere aardappeltjes, hè. Gewoon die gekruiden zijn helemaal nice. Kippendijfilet uit de airfryer en sla met aardappels. Lekker, man. We zitten wel lekker aan de salade met aardappels. Hij heeft zijn jasje uitgedaan. Stapt uit zijn zwarte M3. Hij rent jullie kant op. Ja, nou ja. Oh nee, zwarte M3. We hebben net een grote smoel ook. Jatten onze deze spijtig genoeg. Serieus, Simon? Ja, man, ja. Maar eerlijk, Simon. Kijk, op dat idee staat niet een soort van copyright, noem ik het maar even. Want hè, met de Los MC en met al die motoren in zo'n convoy rijden, ja. Ik vond dat wel bij hun passen, man, dit idee. Dus je kan ook even rechts naar de muur kijken als dat beter werkt. Hamburgers, ja, is lekker, man. Boerenkool en on top maar een stuk kleine teen. Ja, boerenkool is ook wel lekker, hè. Zo'n worstje erbij, ja, man. Gaat er een politie komen? /politie. Kijk, het ding is, we hebben er wel eens over gehad. En de reden waarom het er nu niet in zit, is puur omdat shirt uit. Anders mensen, hoe zeg je dat? Omdat je hetzelfde is als mij aan hebt, hè? Een outfit snappen. Dus, stel je voor, recherche gaat het misbruiken, hebben een wapen afgenomen, doe /EP, verander hun snel een outfit in een steeg en gaan daarna gewoon weg. Snap je wat ik bedoel? Het kan ook misbruikt worden. En daarom hebben we het op dit moment toch niet in zitten. Want ze een beetje bang zijn dat mensen... Ik heb ze rechten en alles al voorgelezen. Hij wil nergens gebruik van maken. Nergens gebruik van maken, joh. De volgende keer kom ik weg. Kijk, San. Hey, meneer Ben, heeft hij... Nou, ik heb volgende een vraag, maar is dit nou van de bank ook van net? Ja, yes. Kijk, vegetarische meuk, serieus, Barty? Vegetarische meuk. Maar is dan even ja, is of is je vriendin of zo vegetarisch? Dat kan. Vegetarisch, ja. Ja, dat zou zo niet kunnen, man. Vegetarisch eten. Dank je wel. Mijn ouders vinden het heel fresh, maar het is niet goed voor de bulk, man. Ik ga stuk, man, Barty. Ja, dat is wel een ding. Ja, hello fresh. Dan krijg je toch random recept of zo thuis. Gezien is dat zoiets? Ik heb geen kleding. Ik ken het alleen qua naam.
Nee, anders, oh ja, het is wel handig om een zware vest aan te doen in shootouts. Zink, inderdaad, we willen inderdaad wel dat je een zwaar vest uit en aan kan doen. Dat is wel goed. Of in de auto kan pakken. Zoiets willen we er wel inderdaad in hebben, man. Dat is wel nice. Kan ik die verdachte zo in die Land Cruiser zetten? Zat is wel lekker. Ja, positief. Wat zat frikandel uitjes, jongens? Wat zat frikandel uitjes? Lopen we op breed of niet? Borstel, white. Ja, zo moeten we lopen. Ah, tjies, man. We hebben gewoon een keer een bankoverval gehad zonder schieten, man. Kijk, tuurlijk vind ik het schieten ook wel leuk, hè? Ik ga niet liegen, maar... Het is wel een andere vibe, dit. Ik ga even hier beneden staan. Goede spot voor eventueel een shootout. Ik ben geboeid. Oei. Nou, dan zal ik even omkeren met het water. Er staat toch wel een hele kit hier aan de overkant. Je weet maar nooit. Zal ze iets proberen of iets jatten, weet ik veel. Dankjewel, Rens. Ja, man. Specht Skyrim muziek, maar hij is gekeken. Ik had het inderdaad gezien, man. Ja, eerrepen, ja. Waar was Chris? Dankjewel. Penis, jongens, penis. Maar kijk, zo zie je maar weer, jongens. Kijk, ik ben wel van mening. Kijk, wij zijn nu dan bijvoorbeeld met de Los MC bezig met een bankoverval. We hebben nul keer geschoten, we hebben niet genaaid. Kijk, als je gewoon chill bent met de onderhandeling, zijn we ook gewoon chill in de achtervolging. Je ziet ook dat we geen setup hebben gedaan. We hebben gewoon geen kogel gelost hier. De Los. Oh, die vond ik leuk. Ah, was wel een beetje grappig. Dus, kijk, daarmee wil ik zeggen, het is niet dat wij altijd kut zijn of we het expres willen verneuken voor de krimis. We willen het juist gewoon zo chill en eerlijk mogelijk voor beide partijen. Maar wanneer wij een beetje in de zeik worden genomen of onze positie niet wordt bekeken, zeg maar. Dat wij maar op alles ja moeten zeggen, want anders gaat iedereen dood, weet je wel. Het moet gewoon een beetje medewerken van beide partijen zijn. Dan zie je echt dat het goed loopt, weet je wel. Maar ja, daarmee bedoel ik heel erg te zeggen, jongens. Stel, je zit nu in een criminele groep in de stad of je hebt een vuurwapen. Onthoud gewoon altijd deze twee woorden, actie, reactie. Daarmee wil ik zeggen, hoe criminelen naar ons doen, daarop handhaven wij. Stel, jij zit in een winkeltje bijvoorbeeld met een mes. Het is alleen een mes en er wordt zoveel geschoten in de achtervolging, gaan wij jouw band schieten. Snap je wat ik bedoel? Maar stel, jij hebt nul kogels gelost, mogen wij niet eens een kogel lossen. Snap je wat ik bedoel? Hoe hoger de dreiging is, hoe gevaarlijker het wordt, hoe meer wij moeten anticiperen. Dus daarmee wil ik gewoon zeggen, wil je gewoon een leuke achtervolging, zorg dat je het zelf gewoon lekker chill houdt. Hoe chiller jij bent naar ons, hoe chiller wij ook terug gaan doen naar jullie. Dat wil ik gewoon even duidelijk hebben voor gewoon iedereen. Iedereen is ingestapt. Dus gewoon een beetje rekening mee houdt. Niet dat je zeg maar de dakhoef van de politie moet zijn, van dat je altijd maar moet buigen voor ons of zo, zeker niet. Hou gewoon een beetje rekening met hoe je het doet. Dat is gewoon, want hoe chiller je het doet, hoe chillen wij ook terug doen. Excuus kerel, verdorie. Gaat dat? Ja. Helemaal goed, jongen. Helemaal goed. Ja. Dus dat wil ik gewoon even zeggen, man. Shout naar iedereen sowieso. Ja, zeg maar. Oh, je bent er weer. We zijn ijs omgelopen en we zijn weggereden. Oké, we zijn weggereden. Zullen we even Black naar die snowmelding gaan? Ik ben hier voor jullie, er werd heel veel geschoten in Prio 10, dus ik heb het anders als jullie niet aan het gaan. Moeten jullie sleepen? Ja, doe maar. Goed werk, collega's. Hier wordt er geschoten en die andere is noodknop. Wat wil je eerst doen, een Black? Noodknopje? Ja, weer in de regen. Op de berg. Eentje neutralisatie, nog twee aan het schieten. Hij leeft nog. Nou, ik was afgeleid. Shit. Excuses, heren, excuses. Ja, helemaal bij Armee. Shit, wij moesten ook naar een melding. Excuses, mannen. Ja, geen probleem, man. Oei. Ja, ik was afgeleid met die porto. Pats erop! Ik dacht, waar komt dat vandaan? Wordt echt schuil. Deze is helemaal kloten. Ja, ga achter die Amarok staan. Andere kant, achter je Amarok. Ja, dit was eigenlijk een beetje lullig. Bij die G800. Die G800 schiet nog steeds. Sorry! Daar gaat de wagen, jongens, daar gaat de wagen! Oh, je hebt hem. Jezus, wat een wapen! Er werd nog één iemand, bij de G800. Benen. Ja, benen. Goed zo. Benen. Van achter in A6. Nee. Helemaal van achter de berg. Sorry? Vertel, we moeten wel snel weer weg, kerel. Oh, sorry. Je hebt 2 seconden, man. Ik ben een documentaire aan het maken en waren jullie net bij een incident daar zo ergens? Ja, positief. Ja, kunnen jullie mij iets vertellen over de documentaire ervoor? Het ging om de groep Los MC. Ze zijn met een hele groepering een ride-out gaan doen na een bankoverval. En ze hebben vuurwapens gebruikt. Een shotgun. En als het goed is, wat was er nog meer, collega? Pistol of zo? Shotgun alleen. Maar helaas, voor hun, maar voor ons goed, is er een gearresteerd. Maar wij moeten nu ervan tussen. Onze collega's hebben ons nodig. Eerst helemaal goed, jongen. Succes, hè. Hoi.
Staat de 6 en de collega's aan de kast? Dat soort dingen. Blik. Dat vind ik dat ze. De hele stad mee de dolle. Misschien nog de met z'n bevet doen. Wow, yo, zo mijn dolle van jou. Is iemand al ambu te plaatsen? Deze jou, je wordt geen onrood. Pak hem wel even een onrood of offroad, wat zegt jij? Ik denk heel even voor deze situatie offroad en daarna weer onrood. Ja, maar er loopt de ambutante ver weg. Hey, Auken, meneer, joh, hoe gaat het met mij? Gaat het goed, jongen, Auken? Wat heb ik jou lang niet gezien bij de streambal? Auken, het gaat lekker, kerel. Welkom bij de streammaatje. Nice to meet you. Hoe gaat het, jongen, Auken? Hey, zei al... Jij zei al dat het goed ging. Auken, shout out jullie maatje. Als je hier komt, ga ik op banden. Oh, jeetje, dat ging nou goed. Zo, let's go. Shout out jou, let's get it. Het is hierboven, hè? We hebben hier. Let's go. Quinty! Quint, hoe is het met jou, jongen? Ja, meisje, maar ik zeg altijd Quint. Ja, jongen. Ja, oké, okay, leuk, Venus. En mijn Quinty, wat zat bij ook misschien? Oké, ik sta er kapot te assetten. Hier, ja, boven. Zie je mensen liggen? En die kopje ook niet. Die wapen? Ja, voor mij wel bijna. Ik weet het niet, want hier is de marker. Maar er ligt 1 HRB dood, 1 agent. Ik ben weer levend. Waar yo? Staat een RS6 boven jullie in? Bij je RS6 boven? Zijn wij collega? Zijn wij? Als een beetje niet grenzen. Kopje 10. Volgens mij zitten we er al in. We zitten er al. Ja, we zitten er al in. Cool, ja. Kun je op die berg staan? Rijdt nu ook wat een X5. Niet meer. Ik denk dat twee mensen beneden zijn. Zijn daarbij op de weg? Zijn die ook nog? Die collega's zitten praten. Er zijn eentje dood hier. Nou, er staat een ambulance daarbij een ramp bij de fabriek. Ja, volgens mij werd daar niet geschoten. Volgens mij zijn die gewoon doodgereden. Een rebel heeft dat ook geschoten. Er ligt momenteel 1 verdachte bij de HRB op de afslag en 2 man bij die G800 op de berg. En moet iemand deze wapens afnemen voordat ze omhoog worden geholpen? Of gaan we ze G800 op de berg? Ja, sure. Is dat hier beneden of niet? Oh ja. Hey, wat rijdt deze op dit moment? Dat is een tegenreis. Recherche, ik was even twee keer getestineerd. Ik denk dat de recherche die is fijn is, maar die rode Cayenne is al verdacht, boys. Wat zei je? Oh, dat is een stuk. Pak maar, als er nieuw omhoog wordt geholpen, pak maar zelf even af. Wij zijn er nog niet. Snow, wat ga jij? Snow is denk ik dood. Snow dood. Wie heet er Snow? Duke? Ja, Snow is overleden. Er staan echt heel veel voertuigen op de A7 sneller, boven de HRB. Zodat je niet beschoten worden. Heb je dat begrepen, HRB Brent? Rabres? Pak zelf maar een vuurwapen af. Zullen wij daar maar even op gaan op de snelweg? Daar staat een hele keten voor jullie. Wij zijn zwarte KNCT, dus ik weet niet wie de rest is. Wij zijn geen ZST. Worden mensen omhoog geroepen bij de G800? Ik kan mijn wapen niet afgeven. G800, ik ga daar kijken. Oh, laat hem eens één keer eens spelen. Oh shit, wat een gekte hier, man. Hey boys, hey, bijna de 600 likes. Dus ik wil die likes even aantikken, zo dik zijn, man. Wat doet deze gast? Op de 31.50. De Africat die net op ons schoot, die is net geript door Jelisk. Onder de snelweg. Ik heb nog een rode kijk aan. Ik heb een locatie gestuurd. Vanmorgen kan je daarin komen. Er zijn 3 locaties. 1 dagje, bro. Stel-driving. Ja, weet ik veel. Stel-driving, schrijf toch zo? Hoe zijn we dan anders? Stel is toch als in... De manier hoe, of zo, hoe zeg je dat? Stel. Steldriving, weet ik veel. Stel is toch stel, weet ik veel. Er moeten wel 2 mensen omhoog. Steldriving, stel. Het is toch de stijl? Wij pakken snel. Hoe zeg je dat dan? GTA Steldriving. GTA Drijfstijl. Ja, GTA Steldriving noemen ze het ook. GTA Stel. Met onrood voertuig opzettelijk of rood rijden, dat is wat. Ik heb hem een dag gegeven, even snel. Ja, ik weet niet hoeveel het erop stond. Ja, 2 dagen. Dat is een Bash M5. Met elke keer de berg op en al. GTA Steldriving. Ik ken het op die manier. Is het dan. Het is toch GTA Steldriving? Ja, en die rode kan moet je ook oppassen. En die zwarte. Wie is die paarse? Wij zijn zwarte cayenne trouwens. Ik zag het. Ja, die rode zwarte, ja, of die paarse bedoel ik, die rijdt de hele tijd rond. Ik heb 100 euro gekregen. Wat een liefde. Wat een liefde, jongens. GTA Steldriving. Ja, GTA Steldriving. Ja, zo ken ik het. GTA Driving stijl. Ja, dat kan allebei denk ik wel. Status 0? Ja, status 0. Is QRF nodig of niet? Of die motor. Ik denk dat de situatie nu wel onder controle is. Nou, daar werd net echt door oprecht echt door 10 voertuigen geschoten op. Ja, en als het goed is, rijden er ook nog mensen omheen. Er rijden echt nog heel veel mensen rond met wapens. Is die groene er tegen pak geweest?
Oh. GT Stealth Driver, let's go. Ja, lag, ik weet het jongens. Ja, nee, die is toen echt steeds gepakt. Die is uitgestapt en overgestapt op iets. Maar wij hebben wel eentje gepakt voor mij ervan. Nee, ze rennen onder Cat. De brug door en ze rennen richting de treintunnel daarop. Maar ze zijn, een Afrikat is sowieso geript door andere criminelen. Voor jullie, wij rijden nu berg op bij jullie met een zwart X5. Alright. Spannend! Ja, zeg maar wanneer ik op YouTube is ook crazy. Ook een andere X5. Ja, ik heb ineens delay opgezet jongens, het is gewoon gewoon X5. Ja, de standaard delay I guess op YouTube man. Op Twitch is het daar best wel snel. Wat? Nou, een. Hij is een pitch, joh. Oh. Wie is een rode Cayenne komt weer terug. Wat is een daar? Hallo? Nee, even gebied verlaten, keer. Kom, zaten. Hallo? Oh, sorry, hé, meneer de DSG. Yo, kerel, kom even wegwezen dan. Ergens nog wat bezig. Ja, ook van de berg af, niet daar boven gaan rijden. Kom, even je weg vervolgen. Ja, die maar hebben daarover mag je gewoon rijden. Nou, ik heb geen zin om jou eventueel te controleren. Dus ga dan gewoon even weg. We zijn niet bezig namelijk. Er zijn overleden personen beneden. Nee, ik ben hier gewoon een berg toch aan het maken toch? Nee. Dan mag je even een andere berg uitkiezen. Ik ben mijn auto aan het uittesten toch? Ga even op die berg lekker uittesten. Kan je hem ook door het water gooien. Dus denk wat beter. Is goed, dan ga je me zo zien. Ja, hey, succes hè. Ga even vliegen jongen. Ruben Beans. Ruben Beans! Hé, wat geschoten bij olievelden hier, jongens. Ja, misschien dat is een afleiding. Waarschijnlijk afleiding of zo. Ja, het gaat om een oranje Cayenne volgens mij. Die rijdt daar tenminste. Ik ga gewoon even een rondje rijden. Mag je stem herkennen van de oranje Cayenne, er rijdt een blauwe of groene Brabus. Ja, ik ben dan van mening, dan moet je gewoon maar een voice changer gebruiken, inderdaad. Ja. Weer een auto, jongens. Die Cayenne rood is Ruben Boon, dus dan weet je dat. Ja, net ook wel doorgegeven. Ruben Beans! Ja, maar volgens mij zijn hun geript. Even kijken of hij gaat racen op die berg. Ik zag ze met de handen omhoog staan naast een rode Taycan met water. Ja, hij is gewoon een stuk rood. Is het nog hetzelfde scenario als bij Dorisland? Cheaterboon. Ja, het is wel van die groene SCP. Oh jongens. Ik ben gewoon van mening, als je eenmaal cheat, word je uiteindelijk toch wel een keer gecatcht. Dus het is aan degene die cheat, hoe en wat, we zien het wel joh. Bruine Taycan die net op het begin bij de Fanta geschoten. Zijn dat iemand cheat, weet je al. Hey, daar komen we vanzelf wel achter. Hè? Tegenwoordig kan het iedereen zijn, laten we eerlijk zijn. Kijk maar die dip, daar komt hij hoor, daar komt hij, Ruben Beans. Daar gaat hij. Daar kun jij een bob. Tegenwoordig kan het echt, de aardigste guy in de stad kan cheaten. Die kan je even van ons hier op de berg. Dat is wat wel. Die rooi je niet. Ik heb, dit is echt geniaal. Ik weet niet meer wie het is. Er is ooit een guy geweest die een cheat programma gebruikte bij de Ambu. Zo kon hij mensen makkelijker vinden als ze dood lagen. Bro, dat is toch bizar? Dat iemand cheats gebruikt om mensen te zoeken. Nou, ik vond die gewoon oprecht lachen. Dat vond ik gewoon grappig. Kijk, cheat is cheaten, maar toch. Ja, blijf maar gewoon. Dat heb ik nog nooit gehoord dat iemand dat heeft gedaan. Dat is toch goud, jongen. Dat iemand gewoon puur dat doet om mensen te kunnen zoeken in veel bosjes of zo. Echt geniaal. James, jullie die grijze SCP toch? Helemaal op de top van berg. Even een wafel. Dat is gewoon vet slim, man. Echt bizar. Ja, het is goed dat jullie toe, James. Ik was maar pakken. Ja? De golem. Man is toch zelf ook. Ah ja, je mag wel even QR koppelen, maar ik verwacht niet dat er heel veel mee gebeurt. Zegt jullie naar de groene SRT? Ja, is goed. Ja, ja. Ja, moeten we wachten tot het is dood los. Pak even een onderrode en rij eventjes... Nee, steeds iets overgestapt. Weet dat om cheaten om mensen te neuken met aimen? Inderdaad, Jordy, eens. Het gebied gaan verlaten, kun je. Oh. Blijf leuk. We mogen alweer het gebied verlaten, verdorie! Oh, dat is zo grappig. Neemt een zwarte BMW-positie op de afslag. Mannetje. Was hij ook geband of niet? Bro, Julian, ik weet het echt niet, man. Dat is echt heel lang geleden. Ik weet niet achterliks, bro. Ik weet het echt niet hoe dat is gegaan. Jordy is achterliks. Jordy is achterliks. Dat is wel horen, man. Naast die ambulance. Kijk, uiteindelijk bij de ambu ben ik altijd wel van... Ja, boeien. Ambu is ambu, weet je wel. Dat maakt niet zoveel uit of hun dan bijvoorbeeld wel zo'n pijltje erboven hebben, maar... I don't know. Ik weet niet zo goed, man. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden.
Lekker eten. Ik ga op voeding letten. Ja, maar top 10 fits. Kijk, onthoud dit, hè. Als jij niks eet, word je slap. Elhan neef. Word je slap? Is er nou iemand ook in de buurt van als je helemaal niks eet, gaat je lichaam juist alle vet opslaan om te overleven. Dus uiteindelijk, af en toe moet je gewoon ook kunnen eten. En met streamen... Bro, als ik niet eet tijdens een stream, ga ik plat. Al je ramen liggen eruit, de James. Er is ook een taikan uit. En het is gewoon zo'n kale eiwafel. Beetje eiwitjes erin en zo. Het staat op de A7. Ik heb een goed goede. Een stukje achter de sif op de afslag. Hij is aan het repareren. Nee, laat het maar niet, dan wordt het te veel gespeeld. Je bitch doet vies in mijn woning. Ballgame hard net als polen. Lekker wapen, man. Ja, ik moet nog een keer kouwen. Hij staat nu boven die sif, pas op. Hey, wat is locatie? A7 afslag. Oh, kijk, A9 afslag. Hele keten, joh. Je is wel druk. Kijk, ik heb een party. Wij zijn nu gewoon weggereden. Niemand achter voor ons. Ah, goed. Waar rij jij? Puntje, met deze is dat echt goed. Maar rij je 3 voertuigen heen. Maar goed naar de kloot, want tegenwoordig. Tegenwoordig de hulpdienst die dood zijn geschoten, worden omhoog geholpen en gaan door. En tegenwoordig pakken ze het wapen af van een persoon en mogen de personen verder. Dus dat gaat steeds meer naar de kloten. Kom nog wel terug. Huh? Ja, dat is goed naar de kloten. Tegenwoordig de hulpdiensten die dood zijn geschoten worden omhoog geroepen. En gaan door en tegenwoordig pakken ze het wapen af van personen en mogen de personen verder. Ik zei. Dus dat gaat steeds naar de kloten. Nee, ik zei. Soort. Maar oké. Okay. Ja, dit daardoor hebben we net achtervolgen, man. Puntje met de 3. Jij zegt nu wel een paar voorbeelden, wat zeg maar, daar ga ik heel eerlijk in zijn, dat ligt niet aan de stad, maar dat ligt aan de personen. Want jij, hoe zeg je dat, schetst nu situaties wat aan enkele mensen bij de ambu of enkele mensen bij hulpdiensten liggen. Dus vooral de hulpdiensten. Ligt dat aan de stad of ligt dat aan de leiding van die hulpdiensten? Als iemand... dat doet en een clip daarvan maakt en dat opstuurt naar een ticket, wordt diegene geband. Dat, ik vind zoiets dat niet bij ons als fout zit van de stad. Ik ben al van mening dat er een paar rotte appels in de stad zijn. Dat hou je in elke stad. En dat die het verneuken. Maar ik vind dat de stad naar de kloot gaat, vind ik best wel een grote beschuldiging. Terwijl dit probleem wat je nu schetst... Kijk, er zijn veel dingen waar inderdaad de stad naar de kloot gaat. Cheaters bijvoorbeeld. Toxic houdingen van heel veel mensen. Maar dat de stad naar de kloot gaat doordat af en toe een politieagent als voorbeeld omhoog geholpen wordt. I don't know. Wat voor woord je dat weer gooit? Ja, ik weet het. Ik ben echt slecht in praten soms. Het is echt bizar. Van mijn streamer ben ik best wel shit in praten. Yo, Timmy, welkom in stream, bro. Mag niet eens, joh. Maar kijk, dat ligt gewoon puur aan mensen. Er is nog één. Snap je hem? Dus dat maakt gewoon van alle problemen van dit soort dingen gewoon een clip. Ticketje aanmaken en man wordt geband. Maar ja, dat ligt echt aan de spelers, jongens. Wij kunnen niet boven. Hoeveel man zitten nu in de stad? 557 man een staf laten vliegen. Er gaat zo'n verdachte naar ziekenhuis. Dat ligt echt toch aan de spelers, jongens. Dat hun de regels naleven en dat hun netjes spelen. En dat niet doen, dat ligt niet aan de stad. Dat ligt aan de persoon. Kunnen we weg hier of niet, Black? Ik denk het zo. Hier zijn we wel. Ja, ik zie. Snap je? Niemand om jou heen. Ja, ik zag gewoon bij de vliegen man. Dus dat man. Af zijn duur. Ja, maar mensen hebben ook veel. Oh, weer een noodknopje. Zullen we heel ver daarheen rijden? Ik denk dat dit wel onder controle is nu. Maar je schalen weer op. We gaan net bij noodcontrole kijken. Wat zegt hij? Waarom moet hij helemaal hierheen? Rijd nu wel een voertuig richting jullie. Een ander X5. Daar. Ja, zit hij kijk, de noodknop. Ik weet niet, dat zie ik niet, dat zijn uitrange. Even actionen zien, man. Dat niet kunnen doen. Er worden meerdere noodknopjes gedrukt, maar nooit van chaos. Bij de RS6, die de band slik. Net op twee kleuren soms. Ja, zijn gele kern hier naar boven gegeven. Ja, positief. Hey, jongens, er is chaos. Damien gooit zijn ding. Rood gekleed, allebei de handvuurwapen. Handvuurwapen. Handvuurwapen! Gele kern en een... donkergrijs keer, gaan richting Firewood zijn. Ah, dus, ja, nog steeds. Kamar zit er nog achter, een Amarok. Die wordt nu volgeschoten. Firewood zijn. Gele keer. Waar? Firewood zijn. Hier linksboven.
Spanjaards zijn. Waar staan naast je snow? In de benen. Wat da- wat is dit dan? Achter Feyenoord zijn, ja. Ik heb geen overal. Ga dat kerel, je hebt de grootste die ik ooit gepakt. Oh, het is ook geleden. Dat is een hele keer. Bij Feyenoord zijn naar boven. Ik ga die weg zien naar boven. Ja, even op je. Wacht, ik repair die voor jou ook. Dat slaan nergens op. Zo zieke die sync, bro. Hey, Snow, je kan hier gewoon. Bij mij was wel bijna bij Duimpje Snow. Ja, heb ik gedaan. Wat? Gele kern en donkergrijze kern. Feyenoord zijn naar boven de berg. Ah, yo. Ja, what the fuck, man. Moet je raam niks terugkijken. Nou ja, die teasing. Kijk, soms doe ik dit gewoon wel. Het slaat helemaal nergens of zoiets. De teasing. Oh, op mijn net vind ik dat geen teasing. Oh, bij mij echt vol. Dat is een normale case. Die SCT glitste bij mij helemaal naar achter. En toen pats opeens in onze nek. Frontaal. Ik denk nog steeds een gele eens van de grijze. Was het nou? Grijze. Is er normaal nooit abuse in een scenario, maar dit slaat echt helemaal nergens op. En daardoor kom je weer te laat op iets flikker op. Hulp van de Vodka? Ja, die heel catch ik wel, goeie. Dat is dan even zo. De gele kan je aangetroffen als twee lekker vodden. Deze zwarte kan je aan. We zijn bij ze. En wij. Yo, pinch, let's go! Rolling, boven? Bitch doet vies in mijn woning. Een Lafaventer. Er komt een zwarte kern naar boven rijden. En dat zijn wij jongens. Waar is die grijze kern heen? Grijze kern is Lafaventer planken opgegaan, de bocht. Het is wel een grote bocht daar ook. Grote bocht filewijken, hu? Ja, dat is zo duidelijk, hè? Ik snap die niet. Zit nog iemand achter een voertuig? Dat is een RS6. Is er nog iets in zicht? Negatief, maar ik kan maar plegen een headshot. Is dit vernomen? Mogelijk zijn deze zo meteen je 3 op maatje. Of hij heeft een trick gehad. Oeha. Hij is zielig boven, misschien dat hij even de berg kan afkomen. Hij is gewoon naar beneden richting La Fuente. Zie, daar kan je rijden op de La. Maar die gele kan nog wel in beslag genomen worden. Ja, dan ik ga even de sleepwagen regelen. 2788. Vittorie in Hovond, collega. En de RS6, waar het ontstaan is... Hey, Punch, het is constant, er gebeurt niet veel mee. Je moet onderwereld en overheid beter handhaven met je team en betere, strakkere, duidelijke regels. Steeds meer mensen praten slecht over Future, niks naar jou. Maar het is wel een feit, ik waarschuw alleen. Punch. Sowieso, bro, positieve planten vandoor voor ons. Het ding is alleen, ik ben nog steeds van mening, er zijn strakke regels, maar oprecht, er zijn ook mensen die echt bizarre scheet aan hebben. Maar het ding is, wat we nu met z'n allen gaan creëren, is dat wij meer mensen gaan bannen. Dat warnsysteem moet erin gepusht worden, want ik wil echt warns uitdelen aan iedereen. Nogmaals, die gewoon irritant doet en niet regels volgt. Recht door. Sorry, was er richting oud-otto's. Er moet wel nog rode aankoppelen of een Zulu, want wij zijn allemaal rode. Dus wij komen die kant op. Dus inderdaad, puntje. Kan ieder moment het ding is, de verantwoordelijkheid ligt wel inderdaad bij clips maken, maar of tickets. Maak tickets zoveel als je kan over problemen. Dan kunnen we mensen bannen en shit, man. Want dat moeten we hebben, man. Dat moeten we echt hebben vanuit de zin. Gaan we linksaf Mirrorpark in? Mirrorpark in? Alright, dus ja, man. Als je blijft daar wel mee doorgaan dan, oké? Maak tickets aan, dus. Zo kunnen mensen bannen. Gaan we linksaf bocht mee richting Diamond Casino? Oh, die velden flink is er. Ah, wat geraadet, ja. Pas op, mogelijke setup. Ja, is positief setup. Meerdere bandjes. Wij hebben geen bandtrek. We gaan rechtsaf richting La Venta. Gaat hij rechtdoor? Oh, hoeft niet zo heftig hoor, terug. Maar is goed. Gaat hij richting La Venta Blanca nog steeds? Ik wou hem gewoon even inblokken, maar goed. Gaan we nu langs van je bol, gaat hij rechtsaf richting de afslag bij de Duim Casino. Gaat hij de afslag bij de bocht richting Duim Casino pakt hij, of rood. We zitten langs voor van Duim Casino. En ja, we gaan weer terug richting die setup, jongens. Ja, dus we zitten achter die setup heeft geplaatst. Oké, hij gaat rechtsaf richting een grote bank. Ja, daar komen jullie tegemoet. Hij focust er wel op van dat. Naar beneden, als, richting boven van het ziekenhuis. Kijk dan, loopt de hele keten mee anders. Ja. Lekker. En dat is ik weet niet wie je zegt. Waar rijdt hij? Hij gaat richting Otto's, car dealer. Ja, dat is de D-Sync. Die M3 beukt ons fucking hard en wij hem ook weer schokken aan die D-Sync. Wow. Otto's. Jezus, wat achtervolging allemaal, joh.
Oh, een gekkenhuis op! Lukt hem wel hard. Nee, ik zet hem ervoor, maar ja, daardoor, ja... Kijk, je mag hem gewoon een pit geven als hij onder een snelheid zit, maar doe niet. Ah, jezus. Ja, joh! Maar welke neus gaat er midden op een product die erin kwam? Ook een car dealer. Rechtdoor richting auto B. Gaat daar rechtsaf voor UV. Richting het noorden. Hoe gaat het, collega's? UV richting het noorden. Oh, wat een klappen was dit. Toen ik een appa. Richting, sorry, opeens naden een voertuig voor mijn neus, Theo. Linksaf richting Rockford Plaza. Daarvoor weer linksaf richting rode garage. Jongen, what the fuck? Sorry? Momenteel rode garage noordelijke zijde. Nou, ik heb die helaas niet, maar bij deze heb ik hem wel gehaald. Jongen. Collega, neem je even notities? Zag je hoe ik vloog? Dat was wel goed, toch? Voldoende, denk ik wel. Mamma mia. We zijn geland hier in de muur, hè? Mama. Ja, Tony, gang appa. Sesame krijgt nek en het is klaar. Je weet het, Mavo. Je weet het. Maar pion top, bro. Mam. Hé, hey, meneer de Subaru, je mag even hier komen, mafkees. Repareerkit, Tony. Nou, en hoe dat je die mag inleveren. Maar in hoe de godsnaam ga jij hem keren op een brug, maat? Godverdomme, joh. Hey. Ik dacht, ik rij hem gewoon de andere baan op. Ja, maar dat moet je niet meer nog een keer gaan uitspoken. Jezus. Nee. Ja. Die is niet veilig. Die auto doet het soort van, maar die heeft wel kuren. Ja. Alle lampjes branden. Ik ben daarbij, meneer. Ik heb een rijbewijs, meneer. Ik weet hoe ik veilig kan rijden. Auto geloof, auto geloof. Hé, wij gaan er weer van tussen, mannen. Hé, hey, maar dit is niet meer drillers, hè. Let op. Oh, wat zijn jullie voor gekkies? Ja, dat is een leuk. Hé, jongens, de ballen, we moeten snel gaan. Oei. Ja, dat is helemaal kapot, man. Eet je benen. Fucking hell, bro. Wat een chaos, jongens. Wat heel veel graag gezien. Ik ben bijna neer ook. Hier links. Waar zijn ze? Zit op die gebouw. Hier M3, grijs. Daarbovenop, of niet? Zit hij ergens op het gebouw? Oh, daar, daarbovenop. Hij loopt weg. Waar is de M3, grijs? Zit daarboven. Kijk, daarboven. Oh, kijk uit. Oh, hier Zalm. Zalm heeft ook geschoten. Er komt ook een Brabus aan. Ter plaatse. Hier, we kunnen headshots geven. M2 is quest. Deze als we hier gaan schieten... Wacht. Waar hebben ze neer of niet? Ja, ik zit in de benen. Maar dan zit ze schoten daar. Waar staan ze? Ze komen omhoog. Ja. Waar is daar boven? Ja, is er hier in gaan? Maar deze mensen... Ik kan omlopen. Deze mensen zijn omhoog gevlogen op dit gebouw en ze zijn uitgestapt. Ja, ik krijg een grillampje in plaats van een rode nu. Ja, toen weer help die trap. Ja, maar je kan via de andere kant ga je ook... Ja, dat ga ik nu doen. Top. Ik ga met je mee. Heeft u een rode mouwen? Waar meerdere collega's neer liggen. Ik ga nu die andere kant, dus niet lukt, man. Eentje met rode mouwen is al doorgelopen naar de andere kant. Kunnen wij omhoog? Kleeg mouwen. Ik ben via de andere kant nu omhoog gaan. Ja, jij kan omhoog. Oké, kom. In de benen? In de benen? Kunnen we. Hou de. Kom maar. Hij is genutiliseerd, Kom maar. Waar? Eentje benen. Waar loopt die vlek? Hij is uitgeschakeld door het midden, dan zie je hem daar liggen. Kijk, er loopt waarschijnlijk nog een persoon. Ik zie hem. Kunnen meerdere personen nog lopen daar, jongens? Bart, let op. Ik tref hierboven, ik zie heel snel vier personen neer. Laten we move daarheen, man. Achter, ja. We zijn te ver nu. Met je kan doorlopen, Bruce. Iedereen is hier neer. Oha! Waar lukt het jongens? Ja, snow is neer, maar we hadden hem net iets te laat. Maar wel clean plek, man, dit. Holy shit. Waar zijn ze nu? Noordkant van de bouw? Ik raak dus deze trap en ik heb opeens van een rood lampje en een gele. Dat is ook wel zie. Ligt hier allemaal mensen met vuurwapens dood? Ja, er liggen hier 3 of 4 mensen. Holy fuck, bro. Wat was dat voor een piek, trouwens? Snow is bij de trap in shit. Die M3 grijs, wil die beter geveeën? Wij staan bij Snow. Hij weet het ook. We houden hem in de gaten. Die heeft een M19 op zijn. Die heeft een pistool, ook nu voor de rijd. Zo'n grijze M3 Touring heeft ook trouwens. Ja, dat bedoel ik. Die is voor mij. Albrecht? Uitstappen. Top, dat goed. Ik heb de ambulance al geroepen. Ja, ik heb het gezien. Bandje lek.
stapt mogelijk uit. Ja, stap uit. Er stapt een nieuwe witte R6. Ja, dat kan ik doen. Dat kan ik doen. Morgen headshot op de M3. Hij trok een vuurwapen op jullie. Ik praat als jullie aan mij, lekker. Is die persoon geneutraliseerd bij de M3? Nee, die is overgestapt naar witte R6. Wat? Gaat richting een uurduur. Let op dat je daar niet echt in je eentje loopt, hè? Koppel maar af. Blijf maar hier in deze omgeving. Ik heb iemand vol geraakt daar. What the fuck? Ik moest hem naar headshot omdat hij anders misschien collega's schoot. Onbekend even op sodomieten. What the fuck? Hé? Je hebt ook veel wapens. Hoe kan hij opgepikt zijn? Ben ik nou blind? Kan iemand ook zorgen dat de ambulance. Ik wil wel checken, man, voor zekerheid. Ik heb ambulance al. Even kijken, heb ik daar echt niet van? Wie is Grijs R6? Wat, hij is weg! Ik dacht echt dat ik hem headshotte daar. Wauw, what the fuck, bro? Lijp? Nou, alleen maar. Ja, kijk, ik hoef niet te winnen. Prima dat hij weg is gekomen. Ja, is alleen maar goed. Zo bij mij, die is nog. Maar ik moest hem daar wel headshotten, bro. Die man die richt hem pissen op die Kamar daar. Ik heb geen zin dat die Kamar kapot gaat, weet je wel. Ik heb hierboven ook één collega nog te redden. Wat? Hoe? Nou, alleen maar. Ja, prima. Dan is hij weggekomen, lijp. What the fuck? Hij stapt uit, pistol trekt hij. Vots. Maar zijn de collega's allemaal daar rest hier? Yeah? Ik vertrouw die Zalamoni, die had ook ons in het begin van de avond geraakt. Dikke gekkies. Zijn ze dan hier of zo? Waar zijn ze aan het schieten dan? Hier waar, was dat toch? Hier in deze. Wat een gekte huis. Oh. Van die vuur op zien had. Nice man. Yo, Jaro. Jaro is het denk ik, hè? Jaro, dankjewel man voor het vraag sowieso, bro. Ik heb echt een chille dag gehad, man. Ja, Tom dood. Is de ambulance al wat? Bezig of niet? Nee. Tom werd gekild door die guy met die rode moutjes, jongens. Wij schoten die rode moutjes iets te laat. Maar Tom, we schoten maar nog niet toen Tom dood ging, man. Is die al ter plekke? Dus ja, nee, man. Dat is geen. Ik heb Tom niet geraakt aan, man. Oké, zijn er toevallig twee eenheden of niet? 36 of 7. Ik weet niet zeker. Voor mij is het wel eentje. Graag zo snel mogelijk dan ook naar boven sturen. Ah, mijn hoofdwond. Ja, Griekse yoghurt is lekker, hè, Lin. Je moet dus Griekse yoghurt met chocoladesaus er doorheen doen. Dat is lachen. Kom met agentje wel een beetje, Henkie. Maar ja, dat moet je ook zijn. Ik bedoel, criminelen die schieten er ook. Dan moet je soms even kunnen. Hoe jij dat kunnen maaien, hè? 37-33. Oh. Ook een hoofdwond. Verdomme, altijd. Dat is niet met een hoofd, jongens. Wauw. Ze moeten combat log toevoegen. Ja, hebben we als mogelijke update in de challenge staan. Hey, Karel deed 2-3 met de vies, jongen. Thanks, Nate, thanks. Er staat Ambu bij Basepack. Ik hou geen seconde, hoor. Ik lees hem zo meteen op. Kan het toevallig kan die naar boven? Ja. 36. Ja, dan moet de agent hem daar even heen luiden. Kan er een hoofdwond? Gast. Ik Karel deed ze met het. Zo, moest hij voest. Met een dier eruit met de vies. Yo, dit hoeft dit niet hardop te lezen. Er staat nu Ambu bij meespelen, dan moet jullie zelf even roepen. Karel, man, jij krijgt een hele rare melding die je nog nooit hebt gehoord, bro. Ik vind dat wel lastig, Karel. Maak een ticket in de Discord aan, want ik zelf. Nee, want ik moet zelf het voortouw nemen. Collega's zijn allemaal headshot, man, deze heren. Ook die collega's bij de Discord. Ja, nee, klopt. Ik ben hier aan het reanimeren. Dan laat je me even los. Ik ben Karel, tenminste 3 maart, maar voor jou een probleem, broeder, oprecht, daar moet je een ticket voor maken. Want ik zou echt niet weten hoe en wat. Dan moet ik nu naar de achterkant toe. Zorg dat je bij de, in principe de laatste etage, alle trappen rolt. Gekhuis, man, gekhuis. Dat ze nooit omhoog kunnen om komen. Ik wil toch verpest, zeg jullie eerlijk. Nou, verpest wil ik niet zeggen, maar weet je wat het is? De onderwereld, vooral de offie-gangers, moeten iets nieuws hebben om voor te grinden. Stel je voor, je kan bijvoorbeeld je MLO of je wapens upgraden. Dat je bijvoorbeeld Mark 2 wapens kan ontgrendelen door RP. Zo'n systeem vind ik zelf heel nice en vinden meer van ons heel nice. 39, 97. Weet je wel, zulke dingen, ben je nou dom? Wat? Waarom? Oh, what the fuck? Oh, hij moet even A-speed doen, denk ik. Maar zulke dingen moeten we bijvoorbeeld hebben voor Offic Gangs. Dat ze echt door middel van RP en grinden ook nog meerdere leuke, vettere en dikkere wapens kunnen ontgrenderen. Dat er ook een soort van motivatie achter zit om te RP'en voor Offic Gangs. 34,90. Maar ik wil ook eigenlijk af dat dat niet. Ook een headshot, lijp. Ik wil ook ervan af dat eigenlijk onoffie groepen wapendeals moeten krijgen. Omdat er te weinig wapendeals in omloop zijn voor de onoffie mensen. Daar moet de fix in komen.
Dus ja, we moeten gewoon vinden. Die rijden nu weer op Meeswenk. Je moet hem halen. Wat sleutelen er nog, jongens? Maar kijk, en daar ga ik heel even een harde stempel op gooien. Kijk, ik ben gewoon van mening. En dit is gewoon even een ding wat ik gooi. Je moet het zelf weten. Geert, hebben we er twee, man. Ik ga er weer vandoor. Zet nog even. Geert, dankjewel voor de support, jongen. Geert, dankjewel dat je er weer was, man. Tot de volgende keer, maatje. Kijk, ik ben gewoon van mening. En dit. En ik wil dat iedereen dit even in zijn hoofd knoopt. Onze stad is niet perfect. En wij proberen daar alles aan te doen om updates te gooien en om eraan te werken. Karel, ten we de fucking 3 maatje. Dankjewel, maatje. Het ding is, onze stad bestaat maar een jaar. En ik heb het gevoel dat wij heel veel steden... we komen vanuit heel veel steden die al jaren bestaan. Die ook heel veel scripts al gebruiken van eventueel andere steden. En wij hebben gewoon best wel nog een karige stad, laten we het zo zeggen. Maar wij willen eerst gewoon de simpelheid en de karigheid hebben. Dat hebben we nu. De stad runt. En nu is het tijd om te perfectioneren. Hè, dingen aan te pakken, dingen te veranderen, dingen toe te voegen. Snap je? De stad heeft superveel gezeik gehad. Hè? Alle hackers, dat iedereen dood ging en zo. Anti-cheat dingen. Ook onze stad werd gecanceld, hè, met die gezeik en zo. Noem maar op. We hebben superveel shit meegemaakt. En daar zijn we ook bovenop gekomen. Daarmee wil ik gewoon zeggen, jongens... onze stad is nog niet af. En onthou ook gewoon van... het is nog niet zoals het hoort te zijn. Dat weten we allemaal. Maar ik merk een heel erge toxic gehalte... naar de stad toe. Dat wij alles verneuken. Dat wij niet goed doorwerken. Dat wij dit niet hebben. Ik ben gewoon van mening. En daarmee ga ik gewoon even eerlijk zijn. Neem een pauze van Future... als je dit op dit moment niet leuk vindt. Ik heb natuurlijk kritische houdingen... is welkom, maar ik heb het gevoel dat er alleen maar gezeik ontstaat. Mensen zijn niet meer kritisch, maar die janken nu op een gegeven moment. En dat is niet lullig bedoeld, maar we weten wat er fout is. We weten dit en dat. We gaan eraan werken. We gaan een call inplannen met de leiding van elke groep, noem het maar op. Dus we zijn ermee bezig. Maar als jij het op dit moment niet leuk vindt hoe het nu gaat, neem alsjeblieft een pauze. Oprecht. Want... Karel, had je ook nog een pleister nodig? Eigenlijk wel, ja. Ja, hier is helemaal een zier. Goedendag. Hey, shit. 3. Ja, welke prijs dat je hebt? Ja, ik heb een flinke beschadiging op mijn schouder. Ik zou mijn shit voorzichtig. Ja, ze rijken, ze zijn niet zo goed. Nou, collega. Ik heb mijn voorhoofd. Die Subaru, die gooide hem instant onder. Ja, we zijn flink gecrashed net. Yo, what's up, man? Snoezenpoes! Tegen de 5, man. Sorry? Op de schouder, hè? Ja, op de schouder er inderdaad. Flinke schaafwond. Kijk. Daarmee wil ik zeggen, jongens, er zijn gewoon heel veel mensen die al heel lang... Heb je pijnstillers nodig? Ja, zou ik een potje mee kunnen krijgen? Ja, dan moet ik even uit de ambulance halen. Ja, is goed, dan wacht ik hier even. Al die vuurpsies zijn er van 1 tot 10, wat is de pijn een beetje? Ah, het valt op zich wel mee. Ik heb geluk gehad dat ik een uitrusting heb met eventuele bescherming. Maar een goede 8 is het... wat zeg ik nou? Een goede 2 ongeveer. Ik denk dat het gewoon even spierpijn wordt vooral. Dan ga ik even... Even een potje. Ja, dat zou fijn zijn, Zoes, ik lees hem zo meteen op, kerel. Het ding is, jongens, kijk, weet je wat het is, mannen? Er zijn gewoon heel veel mensen die al heel lang Future spelen. En die mensen zijn gewoon toe aan iets nieuws. Ben ik het 100% mee eens. Alleen die mensen zeiken ook het hardst. En dat is niet lullig bedoeld. Er zitten echt goede punten bij. Maar om dat de hele tijd af te reageren door massa-RDM's te gooien. Door cheats te installeren. Door ons stafteam uit te maken voor neuzen. Alleen maar zout te strooien naar iedereen. Gisteren was ik ook bij Barry Bengel in de chat. En onze grote vriend, ik weet even niet meer wie het was, zijn naam, Banku. Die was er ook helemaal klaar mee, wilde even 8 kwitjes gooien, niks persoonlijks naar hem. Maar ik snap gewoon niet waarom je dan niet even stopt met de stad. Waarom zou jij een spel spelen waar je geen plezier meer uit? Ik begrijp dat niet, man. Als ik het kut vind, ga ik het niet spelen. Maar... er zit nog steeds dus een drang, en dat is misschien ook een goed iets, dat er nog steeds een soort plezier gehalte zit in Future. Alleen dat er gewoon heel veel geruis zit. Dat de dingen dus niet kloppen, noem het maar op. Oké, prima. Maar neem dan even een pauze. Geef de stad een maand of 2. Laten we dingen aanpakken en zorgen dat we het beter gaan doen. Maar al dat geram op die stad gaat het helemaal niet helpen. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Het is aan jullie hoe en wat. Hier zit dat een potje paracetamol. Kijk, eens stop. Wat is hier gebeurd dan? Ik shootout of? Ja, hele flinke shootout inderdaad.
veel succes met je dienst. Hey, dankjewel kerels. Hey, jullie ook hè. Hey, fijne avond jongens. Fijne avond. Hey, hoi. Fijne avond. Dus ja man. Kijk, het ding is gewoon heel eerlijk mannen. Ik hou van jullie en ik waardeer echt wat jullie allemaal voor Future hebben. Betekent gewoon alle spelers ook. Maar ik, jullie, mensen die niet meer plezier nu hebben, speel het alsjeblieft gewoon even niet meer, man. Laat het dan op die manier handhaven. Want om dan maar scheid te hebben, massa RDM's, cheats, zeiken, continu rellen en kijk, lullig is. Kijk, of het ding is ook, Barry Bengel, excuus. Die streamt 6 uur lang Future. Zonder iets te zeggen van, oh, ik vind het zo kut. Snap je wat ik bedoel? Het zijn gewoon de mensen die al te lang hier zijn. Nou, niet te lang, maar die gewoon toe zijn aan vernieuwing. En dat snap ik. Maar, snap je wat ik bedoel? We kunnen niet toveren. We willen er aan de slag mee gaan. Laten we het aanpakken en een betere stad ervan maken. Maar het is gewoon, op die manier vind ik gewoon, dan ben je het ook voor jezelf aan het verneuken, man. Dat is het ding. Dus ja, man. Neem extra devs aan. Daar zijn we mee bezig, man. Dat zijn we aan het doen op dit moment ook. Alleen ja, het is gewoon heel, heel voorzichtig moeten we handhaven. Hé, collega, laat hem maar weer inpakken hoor. Ja, iedereen is. Ja, toch. Dus dan. Verder rijden. Hé, hey, Soes, push met een 5 zeg. Hey, je moet zo, zo met levels werken. Nee, nu, voor level 1 bijvoorbeeld krijg je dit wapens, level 2 nieuwe wapens en zeg eerlijk nieuwe ouders toevoegen. Ja, want wat zij nu komt eraan, Soes, oprecht, bro. En door iedereen zelf ouders rijdt ook. Maar sowieso goede stad en respect naar je. Snoes, de wankjes komen eraan, de EUP komt daarna aan. We gaan nog steeds bezig met updates. We hebben Marcelle weer aangenomen, dus een nieuwe dev erbij. Jullie nog okay, en hier en daar gaan we gewoon kijken wat er mogelijk is. We willen de APV op de schop gooien. Daar zijn we al een beetje mee bezig, maar moet even af worden gemaakt. En kijk, dat is dus het ding. Ik weet dus al die behind the scenes dingen. Ik weet waar we mee bezig zijn, waar we aan het sleutelen zijn. Alleen jullie zien dat niet natuurlijk. En daar, ik denk dat perspectief daarop ook een beetje frustreert bij mensen. Logisch hoor. Nee, jullie weten niet wat er gebeurt, wat er aankomt. En dan zie je helemaal geen inzicht in vernieuwing. En denk je alleen maar, oh, het wordt niks mee gedaan. Dit, dat. OBS er even uit, jongens. Nu vliegen OBS er even uit. Oké, we zijn er weer, jongens. We zijn er weer. Zo, we zijn er weer. Hoppakeetje. Hutse fluts. En een hele goede avond. Hey, Snoes bij de 2 zegt top om te horen. Ik heb zelf ook een pauze nu met de. Sorry? Staat daar lekker muziekje op. Ah. De radio staat aan. Oh, serieus? Oh, sorry. Ja, af en toe draaien we even lekker voor een lekkere pokoe. En Toepel door, ik zelf heb ook een pauze nu met de stad, want vind het niet zo leuk meer en wacht op de vernieuwing. Snoes, ik vind dat gewoon, dat is denk ik de perfecte manier voor iedereen. Ben je het nu zat, speelt even niet meer, want oprecht, zo, de stad joh. Heeft er niks aan dat er mensen spelen die eigenlijk het niet leuk vinden. Hele grote dankjewel, Kerel, jij ook. Hey, hoi. Dat is denk ik het beste wat we kunnen doen, man. Het heeft geen zin om dit te spelen terwijl je het niet leuk vindt, bro. Dus als we dat met z'n allen gewoon kunnen doen, jongens, dan gaan wij sleutelen. Bro, tuurlijk, en daar ben ik het echt wel mee eens. Er is ook veel vernieuwing nodig en er is ook veel dingen nog niet goed. Maar dat kost dat tijd. Dat is zitten. Ja, dat is waar. Ach joh, dat komt zo heel goed, joh. Er zijn 3,5 kilometer uit. Maar we moeten gewoon even met z'n allen sleutelen. Het ding is, er zijn ook gewoon heel veel mensen die het wel leuk vinden. Natuurlijk, die wachten op nieuwe waggies, maar dat komt eraan, weet je. En ja, nogmaals, ik blijf het herhalen. Die carpack is in de soep gelopen, maar die is opgepakt door Tijmen. En in 20 dagen heeft hij heel die carpack af, hè, jongens. Onthoud dat ook. Hij moest helemaal opnieuw beginnen. Dus vandaar dat het nog even lang duurt. Natuurlijk, we wachten al heel lang daarop. Maar het moest weer opnieuw, man. Dat is gewoon kut. Dat is gewoon fire. Maar daar leren wij ook weer van. En natuurlijk moet je ook helaas de L's ook accepteren en toegeven dat het soms ook niet goed gaat bij ons. Maar daarmee zijn we, we geven het niet op en proberen het wel gewoon alsnog dan aan te pakken. Snap je wat ik bedoel? Nou, laat even een andere wagen pakken. Weer een onroder. Schut. Ja. Het kut is alleen, ja, ik heb ook geen geduld. Zoals natuurlijk wil ik ook nu een nieuwe waggie schrijven, bro. Ik zit al jaren te geilen op de Golf 8 die erin komt. Ja, hè. Ik heb dat ook wel, man. Alleen ja, ik weet een beetje wanneer en hoe en wat. En ja, dat is het verschil met de tussenhaakjes normale speler. Die heeft geen inzicht in waar iets is, in welke staat, hoe lang het ongeveer nog gaat duren, snap je? En ja, dan snap ik de frustratie ook wel na zoveel maanden. Ja, die carpack, ik durf oprecht niet eens te vragen hoe lang heeft het geduurd dat wij hebben gezegd, joh, nieuwe voertuigen komen eraan en dat ze er nog niet in zitten, ik heb geen idee. Maar ja, ik hoop ook oprecht dat dit nooit meer gebeurt. De pack komt erin en dan mondjesmaat, hè, dus per week nieuwe voertuigen af en toe toevoegen en gewoon op die manier volhouden. Ja, je moet ze even eruit zetten, ja. Wat zeg jij? Oh, lampjes. Lichtjes, ja. Right. Ik ga heel veel die packetje halen en wat snel, hè? Dat, man.
Waarom niet iets als een groep mindere leuke, goede scenario's opzet zonder enige probleem dat ze niet worden beloond met iets? Daarom, Vibe, dat wil ik ook doen, man. Maar de onderwereld moet ook gesleuteld worden, man. Ze moeten meer handelen. En ik zie echt... Kijk, dat is ook het ding. Hoe kut alles misschien ook lijkt of gemaakt wordt of over gepraat wordt. Je ziet ook veel mooie dingen. Laten we dat ook niet vergeten. Ik bedoel, los MC's zijn er ook hier. Snoes, stay with the fucking dream. Ik ben zelf een BMW-fan, dus hoop dat er nieuwe snuffers komen. En Snoesepoes. Voor Snoesepoes. Hey, Snoesepoes. M3. Sorry, staat iets vast. En er komen nog meer Bampies. Oeh! Houd vast, man. Houd vast. Ondanks al het gezeik en een beetje de zoute vibe in de stad, zie ik ook gewoon echt veel verbeteringen. Een Netas die als on-offie groep echt aan het ram is met RP. Een losse MC die een leuke bankscenario doet. Je ziet ook oprecht dat mensen wel gewoon bezig zijn. Snap je wat ik bedoel? Het is dus niet één pot nat allemaal. Het is gewoon, ik vind het wel gewoon vet om te zien dat ook gewoon mensen nog steeds gewoon aan het vlammen zijn, man. En dat geeft me ook wel motivatie van, besef als die stad helemaal weer perfect is. Veel updates zijn geweest. Dat iedereen weer iets heeft om voor te grinden. Dat mensen echt weer een soort van arm worden. Hè? Dat ze weer geld moeten sparen voor nieuwe dingen. Dat een beetje erin komt. Dat zou fris zijn. Lekker bij je werk, kerel. Dankjewel, man. Oh, Jack Witgold. Oh, nee. Ja, dat zou fris zijn. Oh, is ze er weer? Ja, hij is ook af en toe aan het rondneuzen. Gestuk, man. Dus, ja, ik hoop gewoon oprecht, boys, dat we op een gegeven moment over 2 maanden terugkijken op de situatie van nu. En dat we denken van, ja, gelukkig zijn we daar niet meer, weet je wel. Dat lijkt me zo chill. Let's go, man. Met heel veel drinken pakken. Penis! Jack with gold, jongen! Je weet toch? Ik hoop dat Nederlands wel een goede RP blijft zetten zodra ze office zijn. Vaak willen gangs zich bewijzen en zodra ze office zijn stoppen ze RP. Klopt. We zijn bij je, smelterij. En er is een DC gehandicapt hier. Staat ook in de boeien. En er staan meerdere vuurwapens binnen bij smelterij. Oh, ik zie wel jezus. RP, jongens. Kunnen jullie komen? We komen er zo wel. Oké, het is Cuprio 9. Moet ik jullie alvast yes. Yes. Ja, dat is ja. Hier, er wordt weer iets gedaan, zie je dat? Ik heb een AB brengen gekregen. Oh ja, kut, tuurlijk. Ja, daar ben ik. Volgens mij hebben ze een B3-wapen. Ja, dat is wel waar, inderdaad. We zijn er al lol. Yo, ik wist niet eens dat het was. Ik heb de zijdeur, dus vuurlijnen op de deurhogen. Oh, ze zijn weer bezig, jongens. Kijk, er wordt ook echt veel gedaan, man. Ik hoor het al, ik hoor een shield. Ik hoor een shield. Inval. Ik heb een locatie gezien in de laatste manier op de politie. Wie is die zwarte? Ik ga met lampen rijden. Gewoon met spoed gaan naar de AB. Ja, ik hoor er maar weer. Anders kan ik niet snel rijden. Shield. Kan je trouwens weer kopen, hè? Deze hier. Ja, ik hoor het inderdaad. Wil je die pakken dan? Dat jij die meeneemt? Skills 1000. Ja, ik wil hem meenemen. Dat is goed. Neem er mee. Jan, houd eens de hele achter. Houd eens de hele let's go! Is het niet weer ook in gewoon band? Ja, ik wou net zeggen. Jake, probeer eens. Deze sirenes doen het wel goed, man. Ik heb zicht vanaf de andere kant van die deur. Op het dak. Probeer eens naar binnen. Oh, hij schiet. Schiet. Ja, ik heb die blauwe deur, ik sta op het dak. Ik heb zicht op de deur. Hey, niemand is genetiliseerd. Oké, okay, top. Uit gepompt. Hey, je kan er één HB en één... Ja, wacht, die HB staat er al, maar ik kan er nog één nood op auto die... Ik wil eigenlijk wel een instap doen als ze nu al beginnen te schieten. Ik weet niet of je meer DC kan oproepen. Ik maak wel even een oproep. Ja. Is die zwarte SRT nou? Is niet bij ons toch? Hey, ik hou die deur, die rechterdeur, ja. Rechterbovendeur, ja. Ja, niet zo radicaal, hè. Ik ga even Pavel oproepen, man. Ja, ik denk dat hij deze instap wel leuk gaat vinden. Sassas? Ja, als je al tijdens snelterij binnen ging, werd je ons vragen bij de deus. Right, zo was het koud. Ja, bij smelterij daar. Kut, mijn aircon. Er zijn mensen met vuurwapens binnen en er wordt van buiten af. Ik heb dezelfde. Oh, ja, voor jullie, je hebt hier 3 ingangen, ja? Je hebt 3 ingangen in totaal. Ik heb letterlijk eentje, dezelfde kleur, aan de voorkant, eentje een beetje links van en dan helemaal achterkant. Hé, maar Timo, met de 3 zijn precies om bij elke auto liter inhoud toe te voegen met hoeveel er in de tank kan, zodat er je auto koopt echt op alles moet letten met... Thief!
scene, scene, man! Let's go, man, Snoes! Bro, we hebben er 15, man! Let's go, man, Snoes! Hey, wauw, we hebben er 15. Het ding is, Timo, met die liter inhoud, dat wordt lastig, man. Aangezien je... alle voertuigen hebben dezelfde inhoud, namelijk, man. Deze paarse SCT blijven. Dus, je kan helaas... We hebben daar het script nog niet op gebouwd, man. Dat kan. Heel veel, man. Hey, Snoes, laat me zo meteen die 15 oplezen, man. Dank jullie wel voor het support, jongens. Ik denk niet dat iedereen daarom... Nee, dat is een radio daar, maar... Thank you very much, allemaal. Yo, hey, Adi, we hebben een euromaatje. Ik ga er niet staan. Ik heb bij die paarse steeds uit. Ik heb er nog gewoon een auto. En een golf AGR. Oh ja, ik sta nog gek. Mensen, wacht. Politie, Amaro, kunnen jullie eventjes dan naar die paarse steeds? Ah, wat een kut, sorry. Ik heb zo'n echte wacht. Waar is dat? Moet die kant op rijden, hoor. Noor, steen voor alle support, man. Snoes, steen voor de 15 kerel. Dankjewel voor de fucking support, bro. Die donorbank staat even helemaal vol. Let op, groene Cayenne van DSI is genakt. Met twee mensen. Wil je auto of wat? Right. Nu doen we de lamp er even uit. Zo. Okay. Snoes, dankjewel, ja, jongen, kerel! Ik wil de noodhulp gewoon te plaatsen hebben en afzettingen maken. Oh, ik 14 wil bpm. En ik wil dat de DC gaat schaduwen. Oké, okay, luister. Hey, politie, Amarok. Ja. Staat iemand met een rode duikerspak naast jullie, toch? Ja, ja. Ik, we gaan een beetje veel, want hij had, hij stond net bij je ANO1 toen ze hem hadden geboeid. We gaan even kijken hier. Hey, maar Snoes met een 50! Hey, ja, ga ze door met de content, je doet het goed en denk aan jezelf, neem wat tijd en rust. En ik weet zeker, je schopt het goed met je streams en de stad. Ga ze door, maar sowieso voor iedereen die hier kijkt, love naar jullie boys. Snoes, je bent een fucking legend, bro. Dat rust nemen inderdaad heb je gelijk in. Morgen heb ik een dagje vrij, namelijk ook een tijdje geleden dat ik dat had. Morgen ga ik met mijn vrouwtje lekker uit eten. Even. Ja, ze zal een noot op de plaats. Ja, Kong versus, hoe heet dat? Godzilla. Daar heb ik zin in. 3D, aha. Dus ja, inderdaad, morgen even een dagje vrij. Maar inderdaad, ik vind het super leuk om te doen. Maar één keer in de week vrij nemen, dat is ook echt wel nodig. Je moet ook natuurlijk gewoon af en toe. Kijk, ik merk heel erg, omdat ik vind het heel leuk om YouTube te zijn en met Future bezig te zijn. Maar elke dag ben je bezig met allemaal mensen die wat willen. En je bent toch wel een soort van... Ja, dan ga ik even proberen... Ja, de hele tijd druk mee, man. Met dus één dagje even niet en dan die dag gewoon weer verder. Ik heb hier nog sowieso een Martin, sowieso. Maar ik vind het heel lastig om vrij te nemen van YouTube, man. Ik vind het gewoon echt... Ik vind het gewoon leuk. Ja, bro, ik game voor mijn werk, is hij nog te redden of niet? Als hij onder de 11 is, is hij niet meer te redden. Ik heb niks te klagen. Snoes, dankjewel voor de 15 keer al scene. Die tonenbank moet gewoon weer omhoog hebben, boys. Maar dat is weer Ambu, dat is Ambu. Dank jullie wel, boys. Ik roep die Ambu die nu voorbij komt. Barry, kan jij naar degene gaan die doet goed? Ja jongen, Barry Bang, wat een legend. Dan kun je ze wapen afpakken. Hey, Timo's de donor ga ik even teruglezen. Misschien is het idee om bij elke auto de inhoud toe te voegen met hoeveel er in de tank kan. Zodat als je de auto koopt, echt op alles moet letten met hoe snel de tank leeg gaat. Zodat je bij de tankstation andere tankprijzen kunt gaan hebben. Het is een fucking zieke idee, alleen het is heel lastig om dat nu nog te fixen. Wie weet voor de toekomst is dat echt wel ziek. Ja, ik zie ze. Hey, werd geschoten. Ja, ik schoot ook op een band, hij heeft die auto gestolen. Ja, waar zit hij erachter? Even kijken wat hij doet. Ja, die auto gestolen is. Ja, hij gaat vol brood of rood gooien. Dus. Ja, ik dacht wel. Ja. Is gecrashed volledig, maar hij rijdt natuurlijk door. Is het een neus of. Ik denk het wel. Ja, hij had voertuig gestolen, maar ik weet niet of het een neus is. Er zijn twee man in. Zullen we het redden? We gaan even naar boven de olifant, we hebben ook een motor. Zullen we hebben ook een motor? Ah, die fixen dat wel, joh. Hi. Schoot! Oh! Sorry, hey, maar Timo, dankjewel voor je... Ik vind het wel echt een vet ding dat je erover nadenkt, bro. Oprecht. Wat jij daar zegt in dat bericht is wel dik, man. Ik heb dat nog nooit gehoord, namelijk, zoiets. Ik vind het wel een vet iets, maar ik weet gewoon heel eerlijk... daar is de stand nu nog niet aan toe, man. Is, doe we dat moeten even echt superveel eerst gaan fixen voordat we zoiets kunnen doen, man. Dus wie weet voor in de toekomst vind ik het echt een vet iets. Ja. Is er ergens ambulance nodig? Wie is die witte white body? Hé, het zijn Wout hier zo. Met wie rijden? Wat hè? Dave. Zo'n sprint is hij ook al. Ja, met Sam, maar ik weet niet, hij is gijs. Ja, staat bij ons in de shot. Ja, zit hier naast. Ik ben ontvoerd. Top, dankjewel. Wat een mooie auto heeft die Tom ook, hè. Zo heeft echt een mooie auto. Holy shit. Het is wel een neuskarel. Ja? Was er nummertje? Een 3793. 3793. Ja, werkt ook niet mee terwijl een vuurwapenteam staat gericht. Die paarse Lambo heeft vanmorgen gewoon met de auto een pistool die hier rondrijdt. Wat zei Juke? Die paarse Lambo. Die paarse Lambo heeft vanmorgen geschoten met een pistool. Ja, dat mag je niet meer gebruiken, maat. Nee. Wat? Intentie.
Ja, vanmorgen hoor je. Nee, je mag maar een half uur gebruiken. Intentie, schrijf dat nou zo jongens, mijn spelling is echt shit namelijk. Je weet wel, geven van een week. Een week hè, ik heb gegooid overheidsvoertuig stelen nee, zonder sorry, intentie voor RP. Heb ik. Ja, echt... kan. Ja, dat is wel prima. Schrijf je intentie met I-N-T-E-N-T-I-E? Intentie, ja. Is die top. Met RSS? Sjasje. Intentie. Volgens mij deed ik het vorige keer met een S. Nice. Hoe lang heb je me gegeven? Een week. Oké. Oh, vuurman, nee. Ja, vuurman. Ik ben vanzelf alweer voorbij. Even kijken. Ga je daar even eens nog? Maar ik blijf hier wel. Penis. Die zie je wel tot zo. Piemels! Ali en Manero zeggen: hé bro, doe zo verder. Je bent echt een strijder. Oh, de volg Christ. Die... Zijn sub iemand. Oh, wat? Fuck, hierboven, hierboven. Wapens, wapens. Ja, doe jij even rustig. Holy shit, we zien het, ja. Doe even een onderkoppel, ga dan niet in deze geest een koppel doen, alsjeblieft. Ja, wij kunnen nooit uitstappen hier. Te veel voertuigen, holy shit. Ja, er zijn fucking veel mensen hier. Ja, skip dan maar gewoon, ja. Ja, dat is voor ons gevaar nu. Dan ga ik wel dan die niet te kort zit. Ja, alleen Snow zit daar nog in. Met Duke. Maar hij zit in die golf, hè, maar ze hebben hem niet door, ze hebben hem niet door. Als we niks doen, gaan hun ook gewoon hier weg kunnen komen, denk ik. Man is vol aangereden, dat is nog Riptium. Ja, dat doe je wel onder die linker rijdt. Nee, niet die noto. Die noto, we moeten even weg. Hij het is Karel van je disco. Oh jee. Ze rippen een mes nu. Kan iemand die noto weghalen voordat hij op is? Ik denk dat we dit beter niet kunnen aangaan. Oh ja, zit hier. Oké, top. Ja, voor jou veiligheid man, anders gaan ze jou helemaal... Oh nee, maar goed. Snow, we kunnen dit beter niet aangaan. Nee, skip dat. Voor een mesje zou ik dat niet willen. Oh. Kop af. Sorry Alian, ik was even een beetje... Ja, er gebeurde opeens van alles. Holy shit. Ja, best is goed. Ah, je kan gewoon doorrijden als Karel nog kan rippen nadat hij is gekrist, kan jij doorrijden als je... Je moet niet zo aanstellen. Hey Alian, mijn zeggen, hey bro, doe zo ver, je bent echt een strijder, die blijft doorzetten. En zou je een SO willen doen naar Yara? Yara, dikke shout aan jou en ook een dikke shout aan jou Alian voor de support bro. Thank you very much voor de liefde jongen. Nou, zo zijn we. Nou, ga ik hem auto maken. Zo, Jalisco zit daar even te rip, jongen. Hé, man komt een auto. Wat een shit. Hoe zit het met de situatie in die smelterij nu? En daar heb ik geen actieve communicatie over gehad, dus dat wordt een beetje lastig. Jan, kom eens uit. Nee, zo dum. Piebels! Kijken, Benis. We gaan het oplossen. Goed. De koffer in de golf, Ben, die... Wacht, wat?! Undercover in die golf, Ben die hele dunne jongen, ja, maar mijn zakken die zijn mollig. Ja, ik ben met een... Ik weet precies nu welke lijn het is. Zakken die zijn mollig. Hoe ging die nou verder? Okay. Ja, die lukt het. Zakken die zijn mollig. Ja man bro. What the f... Zijn er. Oh, ja toch. What the fuck hoor ik allemaal, joh. Ja, ik hoor ook al mijn geluid. What the fuck? Dat ziet er op die zijn mollig. Jongen. Zo kon je niet aangaan. Ja, dat is het. Ik was dat heel... al in de gijzeling zitten. Zakken die zijn mollig. Daar is goed al van mij af. Die uitvalt, die hoor je zo hard, dat je die als je op de brug staat, dan hoor je... Plekst! Oh, man. Afkees. Stoldaas, inderdaad. Ja, deze wordt volgens mij... We got some leaks in van je. Oh, ik deed het niet eens, hè. Besef. Ja, dat is al weten. Maar je nou is dat tijd van cursussen bij CBR, man? Die zit 20, 30 andere steden. Maar moeten ze even van jongen, deze iets in Porto? Wordt gedwongen, is er ergens is op één wapen Nee. Ik zou dat nu maar niet gehoord, man. Ja, toen ik opreed, zag ik drie verschillende wapens. Een shotgun, een mini AK en een pistol. En daarna werden ook nog van buitenaf geschoten. Maar weten we dat zeker dat dat binnen is, of niet? Dus ze stonden er net wel. Maar ik weet niet of ze nu binnen zijn. Ik weet sowieso dat er een shot die binnen zit. Maar Jan kan dat dadelijk over. Niet handig om zo'n gasmasker aan te doen, omdat... Je hebt gelijk inderdaad, doe maar even een gasmasker aan. over vette RP. Dat is wel vet inderdaad. Dat is echt cool, dude. Maar geen grap. Gewoon aandoen. Hey, dat wil ik ook eigenlijk wel aandoen. Ik heb, ja, moet je even... Dan kunnen wij je in de plekken doen, je. Ja, ik zou jou wel even pietje willen. In de buurt, bro, gewoon hierna. Plekken aandoen? Nou, je plekken... Wij kunnen dat. Je moet wel eens geschoten, man. Leef nog maar bij die gijzeling. We zijn er bezig. Ja, wat bij die gijzeling, bro? We zitten met 10 DC's hier, hoe bedoel je? Ja, dan kop je af. Dan moet je maar aan moet ik even een andere kop op prio geven? Geef me een op, ik zit hier achter wapens aan. Oké. Okay. Stuk, jongen.
Je moet allemaal daarbij slepen. Snow zit er in zijn. Ik roep zelf op. Er zijn er twee naast. Maar wil jij een dingetje doen dan? Zo'n gasmasker opzetten? Dat is wel lachen. Goed. Slepen jullie wel een kopje zes, hè? Ik ga doen. Ja, fuck it. Ik ga voor de Crazy RP. Ga ik het jongens, even doen. Jongens, ik kan het niet, hè? Drie zijn ze allebei dood. Ja. Kijk, doen we even zo, jongens. Gaan we even. Jeuk aan de hand. Even nog een dikke RP gooien, let op dit. Oh ja. Dus skin. Ja, dat is echt crazy misbruikings, maar even dat doen. Even doen, dat is ziek, joh. Kijk, hij is eentje hier. Kijk dit. Hoppa, zo. Nou, voor nu een kleine sit-up. Ze gaan nog één eis bespreken. Het zijn in ieder geval twee overvallers. Hoppa. Het gaat om een shotgun. Een shot-off shotgun fucking en een M1911. Ziet het er wel uit, hoor. Hebben een DC-collega gegijzeld. Ze geven aan dat dit hun pand is. En dat ze deze collega voor hun pand zagen staan. En dat niet pikte. Ik heb een bril nodig. Nou, in ieder geval, de eisen komen straks in de IC te staan. Welk voertuig ze gaan vluchten, dat zijn ze nu aan het bespreken. Dus voor de rest hoeven ze zich. Eisen, ze hebben één hostage. Ja, komt goed, maar ze willen niks qua geldbedrag of zo. Of is dit gewoon mijn graphics? Alle nee, deze universiteiten hebben we doen gasmasker op. Ja, we hebben hem opgedaan. Doe mij ook even vergeten, want als ik dat doe, dan kijk ik automatisch uit de kleding. Wat zeg je? Oh. Tering ziek. God, ik heb echt jeuk op mijn handpalm. Sorry dat ik zeg, maar wait, yo. Meneer Graphics Pack Review. Hey, bro, ik heb NVE, maar ik ga er een video van maken hoe je dit helemaal krijgt zoals hoe ik het heb hier. Dus die houden jullie van mij het goed. Dat wordt een video met uitleg hoe je eventueel je game zeg maar zoals mij kan krijgen. Lukt het? Lukt het? Nee, je hebt hem nog niet gegeven. Oh, ik moet het nou aan jou geven, 3242. Ja, want als ik dat doe, dan ga ik jou bekleden. Ik kijk uit wat is in een stoffie. Wat is nou je dingetje? 4-2? 32-42. Zo. Alright, jongens, dan moet ik weer dit doen. Oh nee, ik heb geen tas op. Ja, fucking ziek. Maar let's go, man. Ja, eindelijk echt RP, bro. RP naar RP, man. Ja, dit is fucking vet. Jij had hem al aan de broek hangen, hè? Eigenlijk moet je die uitdoen, man. Ja, ik hoorde net iemand van hun bij te praten over dat ze die bril is helemaal gek, ja. Vliegen een beetje weg. Ja, ik heb een andere. Als ijs. Kunnen jullie later weer aankoppelen. Ik hoop eens niet thuis, want ze hebben maar één hostage. Kunnen wij naar binnen of niet, plek? Ja, een beetje zicht hebben. Ah, oh, ze nog aan het onderhandelen. Tierenfiet. Ja, die M5 is sick, hè, taxi. Ja, hè. Dankjewel, bro. Ja, deze is echt vet met dat blauw. Met die lampen zo in de geel daar, hier. Kofferbakje open. Ziet er wel fris uit, hè? Dat we net de hele zooi eruit hebben gehaald. Dit blijft. Oh, ik vind het eigenlijk nog steeds een hele chille mechanic. Dat je die alt-knop erop doet en dat je hem gewoon zo dicht kan doen. Ik vind dat zo vet eruit zien dat je vanaf buiten hem open kan zetten. Nou, ik vind dat nog steeds hard. Vanavond nog even kort met de frisse wapens. Maar zullen we dat eens even doen? Ik heb hele frisse wapens. Ik heb zo'n pack gekocht, man. Hey, is goed, man. Hey, Zen User Flames. Shout out, bro. 100%. We gaan er video van maken zodat je een beetje. Dan kan ik het in alle rust uitleggen nu. Om nu even zo, ja, ik heb dit en dit en dit. Heb je ook niet van. Derde oog, inderdaad, man. Derde oog. Ja, brug. Is het mogelijk dat even kijken kunnen nemen? Een shot voor jouw thumbnail, zo. Ja, dit is fucking. Ja, maar geen actie. Gaan we een keer voor een thumbnail maken? Ja, dat is wel lijp. Gewoon twee man kunnen kijken. Voor de rest niks. Je lijkt wel op een Call of Duty skin, man. Zo'n Call of Duty pack. Morgen. Chachi boy. Boven zit één persoon. Zo, dikke maskertjes op, hoppakeetje. Ja. Even zien, waar is precies die gijzeling hier binnen? Dan helemaal achterin of zo? Bij die. Ik weet het ook niet. Lava man. Shit. Shipje. Oh. Zie ik nou de enige echte ice? Dat is een IC. Nou ja. Ik zal even kijken. Ik ga even in die IC kijken, jongens. Waar staan ze, ODK? Ik heb even wat bewijs. Ze staan boven aan de zijingang, dus jullie moeten even beneden IC. Binnenkomen. IC, politie, basic informatie, arrestanten, bewijs. Waar staat het ook weer? IC. Kutje, ik kan niet vinden. Nou, ik geloof het wel. Anders moet ik weer heel lang jullie op wacht zetten. 900 kijkers, man, jongens. What's up, boys? Welkom bij stream allemaal, jongens. Lekker, man. Kun je nog niet subben? Nee, Kilian, helaas nog niet, bro. Mijn kanaal bestaat letterlijk 2 dagen. Nou, bestaat al wel langer, maar dat ik actief stream. Dit is de 2e stream pas op Twitch.
is de tweede stream pas op Twitch. Dus vandaar, we zijn nog lang niet in aanmerking voor die... Wow, wat is dit shot dik zo? Met die Bearcat. Hey, dit dan bro, met die lampen zo? Kijk dan, fuck is ziek. Ja, dit is wel vet man, die Bearcat er zo bij. We hebben wel wat hier in de stad hoor, fucking dik man. Ja, dit soort dingen vind ik wel altijd vet om te zien, gewoon hoe dat erbij staan en zo. Oké, okay, lekker man. Goeie shit man. Het deed gisteren nog met de sniper. Iedereen ging laag. Ja, Marwan. Was gek, hè, die stream. Of, ik heb oprecht, hè, no cap, hè. Die clip, zeg maar, dat ik die drie guys instant sniped, heb ik teruggekeken. Ja, ik vond het echt leuk, man. De X6 taxi zit daarin. Maar ik vind hem niet heel nice. Maar er komt misschien een nieuwe erbij. Gewoon weg, man. Kerel, kan je even het gebied verlaten? Gewoon het gebied verlaten, kerel. Dat is voor je eigen collega. Die gaat tot gaan, hè, dan? Hij heeft honger en dorst, maar is goed. Oké, dan. Dille, geef bouw even mod op Twitch, is goed, man. Bouwen, ik zie je, man. Dus bouwen 01. Kijken, slash mod. Oh, wat de fuck druk ik allemaal in? Slash mod. Bouwen 01. Hoppa, let's go! Mod. Moderator privileges heet het ook. Jezus, wat maakt Twitch dat een dure bedoeling, man? Moderator privileges. Is er al meer duidelijkheid? Lijp hoor. Ja, we moeten even het verhaal aan horen. Zo, een dikke piek hebben hier, jongens. Morgen. Komt een zwarte SRT op rij? Is dat een van ons? Motorkap ligt er ook af. Oh, rijdt er weg. We zijn een dakduif, jongens. Jet een duifskin en kot, wel ziek. Ja, joh, vergeet niet, ik heb de volg op Twitch, boys. We gaan fucking lekker, man, met die volgers. Echt lijp om te zien. We zitten nu op de 1.300 alweer, man. Dus beter dan YouTube. Ja, op Twitch hapert de stream niet. Jongens, dat is zo kut om te zien, hè. Ik zie oprecht op YouTube. Je hebt een chart met hoeveel kijkers je hebt, steeds. Je ziet dit. Continu. Het is echt bizar. Ik zie het ook oprecht in lange termijn... YouTube streamen, je ziet dat het gewoon kijkers afneemt door die buffer issue, man. Het is echt bizar hoe vaak mijn stream vasthangt op YouTube. Terwijl op Twitch die gewoon door blijft frummelen. Het is gewoon jammer dat YouTube oprecht een soort kill switch op die streams knalt, man. Het is gewoon echt bizar. En ik zelf denk nog steeds dat het komt door de adblocker. Hè, dat de adblocker geblokkeerd wordt bij heel veel mensen en dat je daardoor die buffer krijgt. Ik zelf heb ook een adblocker. En als ik andere streamers kijk op YouTube, dan hangt die bij mij ook af en toe vast. Het is gewoon gezeik, man. Het is gewoon gezeik. Volgens mij heeft YouTube zelf een soort systeem ingebouwd om tegen een adblocker te vechten of zo. En daardoor hangt je stream. Dus ze pushen gewoon eigenlijk bijna iedereen om YouTube Premium te kopen. Laten we het zo zeggen. Want anders... Dat is een hate stream. Ik weet niet, Edge. Dan is het ook misschien een algemeen YouTube dingetje. Oké, dan rijdt die NST op die... Ja, ik heb zelf ook Premium, man. 11 euro in de maand of zo en heb je nooit meer advertenties ook op je telefoon. En met muziek is het heel chill. Ik luister namelijk heel veel muziek op YouTube ook. En met sporten, als je je telefoon uitdoet, normaal hoor je dan niks meer van YouTube. Maar nu blijft hij zo doorrunnen, dat is nice. Zou misschien je deze outfit mogen namaken op een andere stad, bro? Deze outfit hebben wij gekocht, bro. Dus dat moet je echt bij de maker vragen, bro. Wij hebben deze EUP aangeschaft. Ik weet alleen even niet meer wie qua naam. Dus dit was niet een goedkoop dingetje, maar... daardoor heb je een hele scherpe outfits. Kijk maar hoe HD het eruit ziet. En als ik dit op 4K zet... ik heb alles besproken. Eisen staan in het IC. Ze willen een F-Riket hebben als vluchtvoertuig. Die rijdt hier ergens omheen. Dus die mag doorgelaten worden. F-Riket willen ze die mag aan de zijingang neergezet worden bij de trap. Ik weet niet of iemand die F-Riket al heeft weggestuurd. Nee. Ilias, jongen, wat een liefde, maatje! Nee, 3. Hey, Ilias, shout-out aan jou. Wow, daar gingen we bijna. Ik kan niet heel klimmen. Hostjes mee naar buiten, Zoelalskade en de F-Riket. Hey, Ilias, dankjewel, maatje. Dikke shout-out aan jou, broeder. Oprecht, man. Geen sexy mod? Ja, man, goed shit. Ja, de F-Riket is gewoon een vluchtvoertuig, toch? Eigenlijk fijn, man. Die Zoelie toch eens twee, man. Sexy moet even. Maar info is niet nodig, hoor, want ze willen gewoon een leuke achtervolging. Maar zijn we gehoord? Maar ik begrijp nog steeds niet Ik zie jou een Bearcat staan. Ik ga de Zulu wel gewoon laten namelijk. Ja, de Zulu, ik weet niet of een Zulu aangekoppeld is, die kan gewoon nergens anders... Ja, maar ik koppel sowieso. Ja, je Zulu hoeft niet af te koppelen.
Nee, die kan verderop gaan staan. Je kan toch geen 4 uitspreken in ons. Ze willen gewoon een leuk scenario neerzetten, dan laat ik ze dat doen toch. James, het zijn niet hele erge eisen. 30ste gijzeling, leuk man. Scenario, leuk scenario, gijzeling. De YouTube blijft vasthangen. Af en toe, dat heeft te maken met dat hij een AD, een ad wil inladen op die plek, maar die ad-blokker stopt dat. Ik weet niet of dus iemand die de stream even blijft hangen. Eigenlijk die dus die 3 seconden advertentie. Dokter Licht. Wat ben jij een snuggere guy? Oprecht? Ga in ieder geval op een FGCAT vluchten. Ik heb wel dan lichte motoren nodig. Dat is logisch. Ik weet niet of de politie. Dus YouTube wil eindelijk. Maar hoe zit dat dan op. Als je bijvoorbeeld YouTube Premium hebt dan. Hoe zit dat dan, Dr. Licht? Want oprecht. Dat zou. Het is best een logisch redenering, laat het zo zeggen. Dat is wel iets, man. Daar zeg je wel wat, ja. Oké dan. Zou misschien anders in je PM dat vragen, omdat je nu niet weet. Misschien komt straks weer in je hoofd. Die FGCAT is de rode helm en een zwart t-shirt. Jullie kunnen hem binnenlaten. Lijp oudje, bouw het T-smaartje. In YouTube Premium, maar ik krijg ook op. YouTube ook die buffer, ja daarom, ik snap dat niet, man. Hij komt via de hoofdingang naar binnen. Switch is goed, man. Ah, ja, deze is gesneuveld zo te zien. Wow! Ja, die komt weer onder. Wat een vette lamp, hè, heeft dat ding. Hey, Black? Meneer de Afrikaat. Die Afrikaat staat nu aan de voor. Ik pak even een andere auto snel. Moet even een off-road. Ja, helm op. Ja, doorgang, denk ik. Ik hoor al de collega's zeggen, ze zijn op RP. De Afrikaan is er nog niet, hè? Ze willen gewoon plezier maken. Oh, wel, dan zijn wij juist zo van. Wij moedigen het juist aan dat mensen gewoon een leuk scenario in zijn. Wij willen niet altijd schieten rode, dus of binnenvallen. Met zwarte t-shirt. Ja, we hebben hem. Oh, ja. Oké. Hotse vlots. Oh, dit wordt krap. Zo, die doet dat soepel. Meneer de ANWB zit heel veel jouw voertuig iets naar achter, hoor. Ja, dat is helemaal goed. Helemaal goed, anders komt het niet langs. Autodeur. Oh. Oh, en ik doe hem zelf dicht. Wat een achter iets. Collega Karel, waar ben jij naartoe? Even een SCT'tje pakken. Ik weet niet of de DC... Zo, ik zie het kan. Hé, hey, helemaal goed. Ik heb zo'n FGCAT, dan kan ik zo'n test samen gaan doen. Black, zullen wij dan in een andere of rode rijden? Ja, je ging toch een SCT pakken? Ja, zullen we die gewoon pakken dan? Ja, is goed. Skirt. Zijn over het motor van nood op? Ja, die roep ik straks. Woi, joh, dikke wat een spoiler, bro. Wordt gerateld daar. Er is wel veel gaande. Moeten we zo wachten tot James weer kan nemen? Nee, er is hier iemand die excuus. Oh, meneer, ben jij even uit de vlak of ik? Pak jij maar wat. Deze agent. Morgen. Zo, Lambo ride-out ofzo, jeetje. Dat is een klein. Ah, ja, pak maar. Al die auto's hier, hoor, ik ga stuk, bro. Danny! Ik was gewoon in shock van, ik hoor die plingel, maar de... Werkte. Hey, dank u. Hey, Nigel, de ballen. Wow, Dani met een honden van mijn morgen. Hoe is die dan? Oh, jongens, ik zweer het, jongens. Kunnen we allemaal in hard spammen in de chat krijgen voor onze fucking Dani met een 100 euro klapper? Way, yo. What? Ik kwel gewoon. What the fuck? Hey, Dani. Wow, man, dude. Oprecht, bro. What the fuck? Wow, ik zat echt in een soort van trance. Ding van... Ik hoor zo'n plingel, maar hoe kan dat? 100 euro? En toen keek ik pas naar het bedrag. Holy shit, Dani. Dank je fucking wel, broeder. Je bent echt in... Oh, jezus, zo'n gretver. Dank je wel, Dani. Je bent de top te neten, maar dat had je al lang zelf in de gaten. Broeder, ik rijd verkeerd. Wauw, man. Dank je fucking wel voor alle support, maatje. Insane. Ik rijd echt helemaal verkeerd. Jan heeft alleen Dani, een groot auto. Je bent een strijder, broeder. Shout out niet aan, man. Chat, laat je volgen voor deze man, man. Sorry dat ik even schreeuw, maar dat moest eruit. Wauw, man. Deze Dani is ook gek, jongen. Hij is echt een gekkie. Wauw. Dank je fucking wel, kerel. Insane. Zo. Ham, ham, hamseleta. Ta-t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 a
Poeh. Wat een geweld, man, soms, die dono's. Sexy, hoor, dat ja, wel. Dani, je bent een strijder, maatje. We gaan die, we moeten die dono-balk weer verhogen, bro. Man gooit instant een fucking bar erop, man. Dani, ik ga eerlijk zijn met jou, man. Je blijft me verbazen, man. Oprecht. Soms denk je echt van, na zoveel bizarre bedragen, zit er een keer een rem op, maar... Nee, man. Ja, doe maar. Vond het wel chill, eigenlijk die rustig rijden. Ja, sorry, Zink. Dan moest Games even zijn dikke vette strot open schreeuwen. Ja, voor de mensen die nieuw zijn met Twitch, want dat zou best wel kunnen, hoor. Voor de nieuwe mensen laat je voor in de chat. Ja, hier is schreeuw bij... ik schreeuw heel veel. Dat is echt zo, man. Ik ben echt een... Oh, joh, wat een geratel in de stad, jongen. Potverdikkie. Snelterrein. In, jongen. Wat een... Wat een man aanmaakt in de commandmaatskamer. Ja, het is actief. Zo, het is echt actief. Wow, joh, jongens. Het wordt echt gemaaid hier als een gek. Hè? Dan noodknop hier. Bij je olievelden was het al. Fucking hell. Sam Klaas. Ja, daar wordt gerateld als een gek. En wij zijn hier aangekomen, jongens. Acht parkje lijst, jongens. Thanks voor de support, man. Bromskik, jongen. Dr. Lion, wat's up, kerel? Maar het ding is, ook Dylan, dat YouTube het... echt moet fixen, want alle streamers gaan eraan en zou denken dat voor YouTube community dit ook niet goed is. Marwan, heel eerlijk, kijk, ik ga wel eerlijk zijn, jongens, ik stream niet voor de kijkeraantal. Al heb ik 200 kijkers, heb ik 200 kijkers. Het is wat het is. Ik ga niet, zeg maar, me gedemotiveerd voelen als ik minder kijkers heb dan normaal. Het ding wat daar wel dan aan gekoppeld is, wat ik wel heel kut vind, is dat heel veel kijkers die normaal gewoon chill mijn stream kijken, door dit gehinderd worden en daardoor niets meer kijken. Dus voor, voor jullie vind ik het wel echt gewoon kut. Kijk, ja, uiteindelijk, ik kijk mijn eigen stream nu niet live. Ik moet even stream zelf. Hier dus voor de mensen die het kijken, daar is het meest irritant ook bij de afzetting, vind ik wel die mogen die weghalen, trouwens. Ik wil gewoon graag dat jullie lekker vlekkeloos mijn stream kunnen kijken. Vandaar dat ik nu ook die extra druk en motivatie voel van ja, nu gaan we Twitch in gang zetten. Bij de hoofdingang voor de mensen die echt gewoon bijvoorbeeld fullscreen altijd kijken. Weet je, die kunnen gewoon Twitch zonder die buffer gezeik gewoon kijken. Nou, als je op PC zit, kan je af en toe wat makkelijker refreshen natuurlijk, dat is wat makkelijker. Heel handig, want we hebben een motor. Ben je nog live tot 12? Ik weet niet, man. Ik denk tot... ligt eraan hoe het loopt, man. Ik weet niet hoe laat mijn moeder bijvoorbeeld gaat pitten, man. Op zich, misschien verlaten, wens je nog een fijne avond. Hey, Noah, shout-out aan jou, broer, dat je erbij was, maatje. Tot de volgende keer, kerel. Ham, ham, hamseleta. Hey, dikke Jake. Waarschijnlijk. Ja, man, maar het is wel inderdaad... Ja, op lange termijn net dat wel mijn kijkers. Ja. Eerst hadden we gewoon standaard 1000. Misschien dat het ook, ja, de stad wordt steeds op zich, dit soort sluizen vind ik echt wel lachen. Juist! Zij? Collega. Ja? Hey, Jake. Moet je dit shield eens zien, jongen? Sterk. We gaan eens eten halen, ga eens even kijken. Yo, Yannick Klister! What the fuck? Ik ga stuk! Je had elkaar sturen in de politie met elkaar. Kijk hem, hij pusht de hele auto. Op mij rijdt, hè? Ja. Dan rijdt hij tegen eigenlijk een betonblok aan. Ik kan niet omver. Ja, klopt. Dat heb ik een keer laten zien, ja. Ja, sick. Of, oh nee, dat was Tom die dat liet zien. Ik ga stuk. Ik kan ook hele auto's. Ja, het staat echt een heel zwaar. Maar dat is wel grappig. Ja, en Jannie, dankjewel voor de 25 met de vies, man. Dat V-nummertje, jongen. Woe! Ik heb dus, dat wist ik niet eens. Ik heb, ik zat vandaag te bouwen in de ochtend. Wacht even, de lichte motor kunnen we en, ik keek voor de grap, ik kreeg zo'n Travis Scott concert. Dus ik was een beetje aan het verder zoeken daar, hè. Het blijkt dus dat hij dat nummer Fiend soms wel eens 10 keer in zo'n concert propt. Ik ga stuk, man. Gewoon puur om die hype helemaal te pushen. Goud, jongen. Ja, ik zie goud. Ja, doe je. Oh, shotgun, pistol. Kijk ze staan, bro. Kijk ze staan. Welke is die trap mogen? Gewoon gijzeling. Wie is dit dan? Die fabriek hier. Ik weet niet wie het is. We gaan straks vluchten op een Afrika. Het alles staat in die zin. Ik ga stuk. Ik hoor wel stemmen die ik zelf nog niet heb gehoord. Dylan, probeer anders morgen of zo de volgende keer dat je weer live bent op YouTube je adblocker uit te zetten en te kijken of het dan nog steeds is. Wacht ik even op de recherche. Jordi, weet je wat het is, kerel? Oh, nog een. Oh, zo bedoel je. Ja, man, daar heb je gelijk in. Ik op. Heel eerlijk, op YouTube heb ik er geen last van. Op mijn telefoon. Maar op PC? Daar wel, man. Daar is je. Wacht, ik pak even een FD cut. Als jij terug gaat naar die dingen. Dus ja, man, misschien inderdaad dat het echt een FD cut is. Oké. Een Bearcat. Oh, mijn god, jongens. Die ben je zo kwijt. Fien! Sorry, ik moet zeggen. Nee, wanneer ik graphics mod video ga ik binnenkort maken, jongens. Morgen hebben we een vrije dagje. Maar vrijdag, ik kom er helaas niet aan toe, boys. Ik ben echt... Wij komen in jouw kamer. Kijk, weet wat het is? Ik vind het leuk, hoor. Maar, ik ben veel aan het praten. Ik ben echt veel aan het praten. Dit, dat aanhoren, zus en zo. Ik wil gewoon...
Yo, ik schrik me dood, man. Hey, al die geester? Ik denk voor de sub. Waar staat Olieveld? Ja, ik heb gewoon de locatie gezet in de politie. Wat wil je zeggen? Ik ben gewoon heel veel aan het praten, aan het communiceren. Gewoon hoe dit, hoe dat, hoe kunnen we dit veranderen, dit, dat, zo. Ik kom niet echt naar de files toe en dat is wel echt jammer, want ik wil echt weer even flink wat opnemen. Maar, ik sport veel. Mijn broer heeft ook vandaag zijn rijbewijs gehaald, dus ik was ook gewoon lekker. We gingen even naar Open Omen toe. En ja, dan gaat de dag best wel snel voorbij, man. Dus ja, hij moet gewoon oplezen, joh. Wat is er, Sixen? Wat is er, Sixen? Oh, hallo, Dylan. Sixen, what's up? Doe eens even rustig aan. Tastic Seven. Hoezo moet ik rustig aan doen, jongen? Niks ervan. Sorry, dat moest even. Oh ja, ik vind dat zo leuk om te aanhoeren, jongen. Niet normaal. Ja, ze moet ze afschrikken. Fien. Let's go. Oh, jij niet. Oh, Tastic Seven. Nee, grapje. Oké. Hey, Tastic Seven. Love, man. Dylan, straks met 4DZ in de beercat en na elke wapenmelding rijden. Ja, dat ding is wel zo fucking dik, hè? Het is wel lei, man. In het echt hebben ze dit ding dus ook, hè? Berry, jongen, schiet eens op. Ik heb nog nooit zo'n ding zien rijden, maar... Zo, wat een PK-snuiver dit ding, hè? Wat een gerammel. Niet normaal. Jongen. Ik zit vast. I'm stuck. Oké, sorry, jongens. Ik moet Sixen even mod maken op Twitch. Jij moet Sixen even mod maken. Ah! 611. Zeg maar, als je te plaats bent, kunnen we gewoon liggen. Catchen of niet? Alsjeblieft, Sixen, what's up? Yo, Willem, what's up, kerel? Timmy ook, Dylan? We staan even alweer een tijdje. Wat is Timmy zijn naam dan? Ja, we wachten op... Yo, Snuffel, yo, Tom Poes, what's up, kerel? Hè? Ja, oké. Prime Game, zo gewoon, Timmy. Als een DC ook op de FG Cat kan gaan zitten. Aan de voorkant. Gewoon... Ja, hij staat voorkant. Slash mod, gewoon Timmy. Aha. Oh, wat de fuck doe jij nou? Oh, je zat er echt. Dave, kan jij op je echt. Ik weet ook niet wat dat was. What the fuck? Zeg, ik kom later. Wij sluiten wel achter, jongens. Nee, gaan jullie maar voor. Nee, jullie kunnen heel mooi voor. Jullie kunnen heel mooi voor. Nee, die Amarok kan niet rijden, dus ik. Oh, dan moet je achter, dan moet je achter. Ja, ik heb ook hoofdpijn. Oh, ja, oké. Maar wat nou als wij van plek even omrijden? Wacht. Fien! Oh, sorry, wat zit in mijn hoofd? Hé, mijn god? Fien! Hey, maar Jasper. Vanavond ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Nee, je dansen een beetje sexy. Hebben jullie vakantie al, man, jullie? En draai eens met die wil. Bitch, doet vies in de woning, man, FRP! Let's go, man, we hebben een dode maatje. Moet heel veel focus, jongens, de achtervolging begint. Gaat hier rechtsaf? Controlling. Ik ga het doen, vies in de bowling. All game hard, net als bowling. Die rechtdoor gaat hier in de politie inpakken. Wat zou die sirenes doen het niet? Wij hangen naar boven. Oké, okay. Bowling. Ik ga het gaat hier in de CBR. Erik, we gaan ze catch-up! Die rechtdoor gaan nu voor. Ik ben jouw rijkunsten. Ah, daar komen we terug. Kijk, rechtsaf. Focus, focus, jongens. Want we zijn al een paar keer dit te meten. Ja, doe maar zo, Erik. Die Subaru kon ik niks aan doen. Blijft hier recht doorgaan. Nee, ik zeg al, de neus die aan de verkeerde kant in. Welke kon ik wel iets aan doen? Dat was volgens mij ook eentje. Ik voel dat ze het huis. Vanavond ben jij de baddie en ik de sugar daddy. Ik moet hier ook ervan bezig. Ik heb steeds richting noorden. Gaat hij daar linksaf? We hebben één politie erachter en er is een afhangertje. Heren, misschien wel handig om een beetje sirenes aan te doen, anders hoort niemand dat we een achtervolging zitten. Ik zie je richting het westen rijden. Dan zie ik weer allemaal neuzen de kruispunt opknallen als een gek. Eclipse, maar steeds richting het westen. Ja, dat wel. Ja, maar de sirenes hebben toch een beetje een soort afschrik van, oh, er is ergens een achtervolging. Hij blijft nog steeds richting het westen rijden. Ja, dan komen ze juist af, Erik. Excuse. Dan richting Juwelier. Hey, Jari jongen, dit is die jongen! Thank you very much, Maatje. Vies in de woning. Ball game hard, het is bowling, I'm controlling. Dikke piemel in je woning. Ball game hard, is woning. Oh! Wat zei jij? Ja, dat denk ik ook. Zo'n ramp van links. Voertuig op die linksaf. Garage. Gaat iemand uit op de brug? Garage 1.
staat Z er klaar, zwart RSS. Op de brug, 2 man. Komt hij uit door de garage? Gaat hij nog een keer rechtsaf? Was een Z, maar er is niet geschoten. Ik heb lukken mijn neus, jongens. Gaat hij nog een keer rechtsaf? Ja, zet op de brug. Zet op de brug en op de construction site. Is daar linksaf, langs de construction site langs. Mooi, yo, ze hebben geaccounted volgens mij. Oh! Hij gaat de construction site niet op. Neem zo genet in de set, dat is het. Nog meer geschoten, jongens. Linksaf, ja, op construction site stonden ze. Wee, joh, ben wel geraakt, Black. Ben je er nog? Ze staan ook nog op construction site. Nee, we hebben nog niet geraakt. Van Black van SMD. Hier kan jij hem. Oh, zo vol geraakt. Ja, de vooruit. Ja, we zijn echt beschoten, maar dan ook geraakt. Ja, ik zie dat de vooruit. Gaat hier bloed in de vooruit. Oh, wat wel. Bij mij is de vooruit nog wel clean. Jezus, dat is zetten, bro. Misschien dat ze gingen afremmen bij die bocht. Gaan we richting Brad van Garage van dat vloer. Ik dat hij het, volgens mij zit een schild voor. Nee, leuke achtervolging, hoor. Ja, leuk scenario. Ja, dikke shootout, jongen. Oh, ze remmen. Gaat hij daar linksaf? Ga je weer richting het GSF-terrein? Is de witte elefant van ons? Ja, het is. Ligt die goed niet bij ons. Jo. Gaat de schoten bij de brug, oprecht uit. Politie. Ja, maar was met de... Ja, waar ben jij? We hebben nog steeds gemaakt, jongens. Holy fuck, langs. Waar ben je? Kan je even leiding nemen? Ja, kan je even leiding nemen? We moeten tanken. We komen weer terug naar die shootout van net, jongens. Beide collega's zijn dood. Fuck, Carly, die zijn naam nog steeds gewond. We gaan weer richting die poten. En steeds gewond. Er worden steeds gewond. Ja, ja. Ik doe mijn lampjes even uit nu. Zwart is er te. Nu wel. Is er een voertuig naar links? What the fuck? Afrikaat rijdt richting Plezierhaven. Op de boord zit ze nu aan. Ja, zwart ST, maar focus maar van die Afrikaat. Vanavond ben jij de baddie en ik de sugar daddy. Nee, ik speel er mee op dit moment. Oh. Oh. Dit is momenteel voor politie AB. Dit is ook voor de Afrikaat. Gaat hij links af richting strand. Ja. Ze waren wee, yo, die kan veel grip. Gaat hij weer links af. Richting Kapperzaakstrand. Chopperzaak. Is hier hulp nodig? Jongens, ik word beschoten zo, let op. Focussen. Ze hebben een gezet. Wil je dat band, wil je schieten? Van die Afrikaan? Ja, maar hij schiet er al. Nee, wacht. Ze hebben wel twee klepten. Wow, we zijn met een hele cape, jongen. Dit bedoel ik, jongens, actiereactie. Ze hebben net een setup gedaan, meerdere collega's zijn dood, dan komt de hele cape pas. Snap je wat ik bedoel? Dat is een beetje waar ik jullie op wil behoeden. Hoe jij speelt als Creamy, daar handelen wij als politie op. Wij gaan niet zomaar iemand kapot schieten, behalve als, ja, wij kapot zouden worden, snap je? Let's go, Mataba! Ik lees op jullie donors op, boys. Shannon, jullie sowieso voor de liefde, jongens. Let's go. Vanavond, met een hele kit. Vandaag ben jij de baddy, volgens mij. Vandaag ben jij de baddy. Ik ben niet een 5. Wees zo de kruis. Ja, met de bommen. Breng nu op brugje naar de lessen. Kom maar dan keet, jongen, hè? Lijp. Ja, olieveld. Dit wordt wat, jongens. Ik ben rechts gaan met die broer. Ik denk het wel. Kunnen jullie daar vast kijken? Nee, staat niks. Oh, dit wordt wat. Wee, yo, we gaan de bergen met de keet, jongens. Zit dit? Wee, yo, gast. Yo, let's go, Appie. Wow, we zitten met veel erachter, bro. Wat een... Oh, dat ging eruit. Kut. Oh, nee, de ruit is eruit. Oh, dat is de zijkant. What the fuck? We gaan nu naar beneden. Wee, yo. Gaat hij rechtsaf? Gaat hij richting auto's? Wat een gekjes, jongens. Ik heb een steentje uit mijn neus. Nee, negatief. Gaat hij linksaf? Gaat hij mij bij L.A. Rubber? Gaat de collega? Serieus, gaat hij daar rechtsaf? Gaat hij richting Merenpark? Die zwarte SRT rijdt nu op de brug boven jullie. Wow, yo! Oh nee, als ze daar in hier heen, wat je ziet er weer gaan. Kan je verderop kijken waar je sowieso aan... Ze gaan daar sowieso schieten dan binnen. Of misschien daar... Ja, daarom. We hebben geschoten. Oké. We rijden nu bijna ter hoogte van de ingang. Zij gaan ze de tunnels. Maar die zwarte ST gaat 100% op de tunnel. Hij gaat rechtdoor. Oh. Negatief, het rijdt om. Probeer af te blokken. Hij gaat, hij draait om. Hij gaat terug naar die brug waar die zwarte steen net stond. Dat is wel... Wow, ha, boys, ik ben helemaal in een concentratie, boys. TDA met B en dan de linker, zeg maar. Oké. Amarokje. Die hele vraag rijdt ook heel. Rijd nu in de trein. Er staat hier een mule. Wat is dit dan? Kijk dan, die staan even aan het handen. Komt het hele korps langs. Bij de treinstelsel.
Wat een zieke achtervolging wel hoor. Kijk die route. Ja! Hey, wat sap meer? Wat sap kerel? Dat was een superchat maatje. Echt sap. Vanaf vandaag ben jij de baddie. En ik je sugar daddy. Linksaf rijden op de brug richting middenpark. Wai yo, wat een cage jongen, wat een cage zijn we. Jezus. Wow, dit is wel vet man, zoveel mensen. Het loopt best wel soepel, niemand wordt gedood ofzo. Ik ben benieuwd dat ze lekker een setup krijgen. Ik denk het wel, je rechts. Maar lekker op. Maar ben ook flink beschoten net. Ik daar rechts af. James. Blijft er recht doorgaan. Ik zie nog niks op de brug hier. Nee, oh, die kelder zit nog. Oh, daar links staat heel veel... Volgens mij staan er wel veel voertuigen op de brug hierboven. Ja, dat is een ander scenario. Oh, oké. Okay. Dat verzoek gaat hij daar rechts ander af. Ander scenario, jongens. Pitstop. Ben er weer. Pitstop! Ja, ik sta bij kruis met pitstop. Zegt je Rodi C. stikt. Daar zijn we. Wat dik dit man, wauw. Ja, ondanks al het gezeur hè, in de stad wat allemaal gaan is, toch dit hè. Ik vind dit echt wel leuk hoor, nog steeds. Zo'n dikke achtervolging. Nee, gevaarlijk efficiënt. Wij zijn Taycan op de snelweg bovenin. Maar ja, het haastig. Je achtervolging wordt wel steeds beter man. Weer rechtsaf te jagen. Het duurt lekker lang. Weinig gebit en zo onderling. Dat is wel echt vooruit gegaan hoor. Dat iedereen een beetje afstand houdt van elkaar. Kijk hoe smooth dat loopt. Dat heb ik wel eens anders gekend, dat iedereen gepit heeft. Met die middenpark. Hij zegt Klaas en Bodyveld. Ja, dat is gewoon beter. Er komt een set op aan, net op dit. Dit gaat helemaal uit de klauwen lopen. Ik denk bij Diamond Casino. Let op dit. Nou, Diamond Casino is wel risky voor de krimis. Je gaat hier rechts af. Oh, de pier, of de dam. Oeh. Oeh, de dam. Ik zou even voorvliegen dan, Zulu. Doe wel. Die dam. Daar gaat de motor niet meer. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Helikopter of zo klaarzetten, weet ik het. Wie is deze goed dan? Weet jij dat? Zwarte ST op de berg. Ja, links volgens mij. Ik denk dat dat pistool. Hij is geen sniper. Nee, ik wou net zeggen. We rijden nog steeds op een dam. Is dat een pistool aan de overkant? Wat zie je? Hij duurt van dam, gaat hij rechtsaf. Hij ziet er zo ver dat hij jawel, jawel. Hij heeft ons auto geraakt. Ja, dat is echt een gebouwde keuze. Hier voor in deze hier aan het gaan, nu is die hem. What the fuck, bro? Dit is wel ziek. Staat een voertuig op de berg, pas op, niet uit de stad. Ja, grijze steen rechts van jullie, maar niet uit de stad, man. We rijden nog steeds gewoon op een weggetje. Wauw, wat de hel, man. Kijk dit, jongens. Mogelijk Moskou, oké. Okay. Mogelijk Moskou. Nou, ik ga zo meteen even een beetje kijken hoe en wat. Wie het is. Als ze echt vaker nog zetten doen, dan kun je misschien een bandje schieten van die vliegen. Kijk, ze doen, kijk. Kijk, dit bedoel ik jongens, kijk. Wat ze dus nu zelf doen, die ene gozer die daar in zijn eentje schoot, is de tweede setup. Dat houdt dus in dat wij nog meer beschoten zijn. Waardoor wij nu nog harder en eerder een setup gaan gooien. Snap je wat ik bedoel? Ik wil jullie gewoon een beetje bewust van raken dat wij nu niet zomaar schieten. Omdat criminelen nu twee keer een setup heeft gegooid op ons. Zouden wij dit mogen doen? Snap je? Dus hou daar rekening mee voor als jij een achtervolging doet. Daar wil ik je er alleen maar mee een beetje bewust van maken. Wow, joh, dit is wel dik man, die Lambo Keta links. Goed, dat goed. Ik heb het. Zwarte ST zonder motorkap heeft ook heel veel. Maar het al genoeg uit. De stad, man, de stad. We gaan niet zomaar schieten, behalve als er op ons heel veel schoten, zoals nu. Ja, het is Trifolovski. Ja, dit is sowieso Moskou. Die praten niet van iets Russisch. Kunnen jullie doorrijden, ST? Hoe is het? Staat in de hand. Jullie kijken achter je allemaal zo uit. Rustig, hallo, hallo. Ik heb niet te schreeuwen. Laat ons maar gewoon die komst op setups gooien. Verderop staat er nog groene is het grijze ST. Wij mogen nou zitten op je gooien. Ja, zijn mattie zijn afgevallen. We zijn eraf. Kan iemand daar stoppen? Ja, ik sta daar. Ja, er staat nog steeds een rode ST boven, pas op. Ben je veilig, man? Ja, ik ben veilig, wel geraakt. Ik dacht dat Erik ging uitzenden. Oké, nog een set, nummer 3, jongens, snap je? Nummer 3 en wij hebben steeds niet geschoten. Op een gegeven moment. Ja, nu moet het wel, laten we het zo zeggen, snap je? Yo, what's up, man, Nancy? Geef maar de super, of 5 euro. Hé, hey, elevaatje, ga eens even weg. Daar kan jij wel. Heel peloton achter je. Daar kan jij wel, elevaat. Elevaat wegwezen. In ieder geval vanzelf af gaat hij links af. Hoppa, mochie. Is alles nog veilig daarbij aan niet. Wat een chip hier weer. Dikke runnen, nee. Ja, positief. Pas op hoor, we gaan even links inhalen. Wij komen links van jou. Gaat, rechtdoor, wij gaan links, helemaal goed. Het is één iemand en hij heeft een neus.
What the fuck, man? Die runnen dat is toch niet. Alleen die runnen moet echt zo twee takt geluid hebben, man. Bab, 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 bab. Yo, één. Echt met tegen voor de submaatje. Zullen we even kijken snel. Gaat hij hier echt door? Dat is van garage, gaat hij dus een groep zijn. Nee, ik doe dat vooraan. Thanks voor alle tolles, boys. Ik lees er zo meteen op naar deze video. Ik kan maar richting hier gaan. Ze hadden elke maar één iemand van setup. Ja. Met pistol. Die ligt niet veel, dat zie ik. Dat is wel slim, gewoon één pistol. Gewoon een paar bandjes. Ja, maar ik weet niet, maar eerst, ja, eerst had je allemaal automatische wapens. Hoor. Ja, volgens mij is de invoer van automatische wapens iets teruggetrokken ook. Ja, ja, maar net hadden we er zitten hoor. Oh, zo. Hey, hier bij de rode graag. Staan mensen op de brug van Reuven Ruijs. Gaat hier even doorgaan. Onderuit van gaat hier rechtsaf. Oei, joh. Dikke lesje. Hey, what's up, Gio? Gio met de pijn, jongen. Bij Gio ook een stream, kerel. Het Gio had wel een korte bericht gedoneerd, dus vandaar dat ik hem op lees. Gio, shout-out aan jouw broeder. Welkom bij de stream, kerel. Jongens, even alle donors, man. Ik loop gewoon achter met de donors. Denk je maar eens allemaal, jongens. Ik lees het zo meteen allemaal op naar deze achtervolging. Ik zie het allemaal op, jongen. Dat is het. Juist. Komt hij de andere kant weer uit. WP langs. Gaat hij richting onderkant ziekenhuis. Onderkant ziekenhuis gaat hij de A2 op. Ik zit volgens mij achter je stage, zit een beetje een achtervolging nu. Rolling! Controlling man! Hey Terry, wat's up, nee! Mannen, dank jullie allemaal wel. Jullie mag even stoppen met achtervolging, man. Onderkant ziekenhuis, neemt afslag. Anders gaat hij een pit inhalen, is dat de bedoeling? Neemt afslag A4 op. Chauffeur is deze, man. Ik denk dat hij die grot in gaat, die dinges. Meter en dat is vaak hier. Wij gaan het even afblokken als dat gaan blokken. Lijkt niet op dat hij erop wil. Gewoon door richting Kettle. Alright. Is alles bij A9 nog gewoon goed? Han? Wow, yo, wat ja, een keet, bro! Alles nog gewoon goed daar? Boy, ja, ik ben nu de 6 aan het doen. Hij keert om, gaat terug richting meter op de 04. Hij gaat er wel in, denk ik. Ik denk dat hij wel in gaat nu. Maar rij alvast in als ik. Hij probeert het wel, maar het is niet gelukt. Hij keert weer om, gaat nog een keer. Hij probeert naar binnen. Is hij niet? Zet maar gewoon naar. Hij wil binnen. Die rode is laat ze naar binnen komen, laat ze naar binnen komen. Hij gaat nu naar binnen. Laat ze naar binnen komen, laat ze naar binnen komen. Hij gaat nu door. Je moet niet meer naar voren gaan. Ja, niet. Waarom gaan we? Nee, hij gaat dadelijk weer proberen. Oh, gaat er nu gewoon weg. Dat is namelijk al vlekken insluiten. Ik denk dat ze er staan. Hij kan ook gewoon via ergens anders erin. Ja, waar rijd je nu? BP, gaat hij richting onderuit vallen? Misschien dat hij het weer probeert. Of UWV. Oh, hij gaat UWV proberen. Er is weer een cheater gecatcht. Wij gaan alvast vinden. Nee, gaat niet. Dus terug richting BP, gaat hij misschien. James mag krijgen nog even. Blijf dan nog maar even staan, ja. BP bank langs, gaat hij terug richting de A4. WTF, collega gaat over mijn fiets. Nee, rijd naar voren, rijd naar voren. Zag je dat? Oh joh, er lag een fiets op de weg, jongens. Wat taal, hè? Ja, hij ziekenhuis tunnel door. Hij gaat weer richting A4 meter. Had er niemand van. Gewoon een hoekje zat jij. Niet daar, niet daar. Nee, daar boven twee. Ga ze doen, Let op dit, jongens. Staat deze hier in de tunnel, jongens. In de tunnel zit deze hier. Ja, ik ga het proberen. Get it. Hij gaat er nu in. Hij gaat erin. Ah, psych! Nee, joh! Wel. Nee. Hij gaat richting. Oh nee, hij gaat er toch weer terug. Misschien gaat hij het weer proberen. Met jou wel. Gaat hij erin? Hoppa! Ga nu die buis nee, in. Nee! Hij gaat rechtdoor. Wel. Dit is waar jouw kant op kan gaan. Dan moet je het blok afblokken. Linksaf. Ja, dan gaat er iets klaar. Hij blijft rechtdoor gaan. We zitten met zoveel erin. Dat was C-Z. Wij gaan bij... Nou, als met C-Z is... Ja, dat is waar. Hoeveel zitten is ook niet best. Hier is op 10 man uit. Ja, die kan jij ook een uitzappen? Achterin? Wat is dit dan? Oké, ik kon niet open. Rustig aan. Iets geschreeuwd, man. Woeie, wat de fuck was dit? Zo extreem hoef je nou ook weer niet te maaien. Hij is wel vrij ontzettend. Wat is dit dan voor NPC-actie? Ja, ons regel. What the fuck? Oh, wat is dit? Hoe dan? Wat was dit, ouwe? Gewoon benen schieten. Hey, ze zitten er nog achter. Ja, als we mijn benen zien, dan doe ik het nu, hè.
Ja, gewoon een tunnel schielen. Oh, hij heeft toen een agent. What the fuck? Ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar. Deze ook? Hij zat stil in één keer. Deze weer. Eentje heeft gun crash. Holy shit! En dat kan er wel nog niet. What the fuck, bro? What the fuck was dit? Wil geen tunnels nog niet? Zeg eerlijk, dit met die sirenes vind ik het meer. Ja, daarom Marwan. Ik doe ook altijd die sirenes aan. Het is gewoon veel spannender, realistischer en ook voor communicatie naar het overige verkeer is het echt wel belangrijk. Oh, what the fuck. Ja, die hele magazijn was wel een beetje... Luister, Johnny, ben je auto? Kijk eens, dankjewel, kerel. Ja, ik kom binnen. Hey, rustig, hoi. Wat is het denken afvullen als jij gewoon in die tunnel hier verderop... Oh my god. Ja, maar ik heb je ook niet net gezet. Wel. Je weet de kamer zo die kant op laten gaan. Even kijken, jezus, wat heb ik veel donors gemist, man. Laat me die even oplezen, jongen. Ik loop er echt heel ver achter. Even Piat en Urgenis zeggen, hoeft dit niet op te lezen? Eentje heeft game crash. Blijkt niet, wij hier blijven, of? Iemand van die rode is in de stad uitgevoerd. Dus hij komt er. Ja, laat me niet in de stad. Ja, hij komt er. Wat is met die Afrika? Waarom rijdt hier een M3 naar binnen, een riolering? Elijah. Might be Elijah, ja. Hij vliegt er gewoon weer uit, hoor, voor vandaag. Dit nee, ik ben het niet. Ah. Ik ben het niet. Wow. Met een M3. Wat is zijn nummertje? Ja, heb ik niet kunnen pakken. Dat is bij A4 snelweg. Is het die rode of van hem of niet? Hey, de Afrika komt eruit. Kom mee. Misschien er vanzelf wel anders. Ah, ja. Wilt u nou tanken? Homie, dat ben ik. Wat een gekhuis, jongens. Holy wacht eens even, want die andere had een keer zo'n kunnen wegrijden. Wacht, Karel, kan je deze reviven eens anders? Even een ambitje pakken. Wie reviven? Ja, die kerel die ik heb doodgeschoten, want hij kon niet weg, omdat die, ja, die vriend van hem, die had een gamecrash. Oké, wat zijn nummertje? Hoezo kan hij dan niet weg? Ja, zijn vriend zat zeg maar in de auto, zat stil. En hij stapte eerst in en toen stapte hij uit weer en hij komt niks. Ik dacht... Die rol is stil en niet naar buiten, dat is de bedoeling. Wel. Is goed man, Edge. Waar komen ze ongeveer uit, weet jullie dat al? No. Heeft iemand van jullie nog een repair kit voor mijn motor? FVP, ik ga heel eerlijk zijn, bro. Kijk, ja. Bro, je hebt wel echt... Je hebt een van de top tier zwaarste... Morgen. Je hebt vast een repair kit over. Ik ga even kijken. Oh, toevallig. Hoppa. Kijk, toppetje. FVP, ik ga heel eerlijk zijn, bro. Je hebt een van de zwaarste crimes gedaan die je op een RP-stad kan doen, bro. En ik ben liever eerlijk dan dat ik ga liegen tegen jou, bro. Voor wat jij hebt gedaan is er gewoon geen unban mogelijk, man. Het is heel kut. Dus hier ben maar wij zijn daar gewoon heel streng op. Wij willen dat soort mensen helaas niet in onze stad hebben. Helaas, sorry. Maar we willen dat gewoon niet hebben, man. En we moeten dat ook voor andere mensen die dat eventueel van plan zijn, gewoon hard aan te houden. Dat het gewoon niet dat het nooit hoeft, meer kan. Want je hebt wel iets gedaan, gewoon dat doe je niet per ongeluk. Gewoon enkel Vandaar, man. FVP, ik ben liever eerlijk dan ik ga liegen. En dat is helaas het antwoord waar ik alleen kan geven, man. Sorry, kerel. Jari met 3 zijn, wat vond je van de ride-out van Lost? Bro, Jari, dat was dik, man. Dit was dik. Ik heb echt vanavond oprecht leuke... Bro, we hebben echt veel leuke shit gezien vandaag. Shootout hier en daar, gijzeling hier en daar. Dikke achtervolging. Oprecht, we zaten wel af en toe te zeggen hoe kut Future wel niet is. Maar dit soort dingen bleven wel echt gewoon vet op onze stad, man. Die achtervolgingen zijn echt leuk, man. Dus dat, ik vind dat echt dat toeneemt. Het is gewoon af en toe setup hier en daar, maar wel gewoon leuke actie. Het duurt ook wel lang, dus dat is nice, man. Ja, shout out Los, man. Echt vet om te zien dat er gewoon echt veel mensen en groeperingen nu wel die gas zetten op die RP. Dat vind ik echt vet. Dat is echt nice. Dus shout out Los voor dat, man. 100.000% bro. Dani met de 3 zeggen, Erik is zo droog, bro. Erik is echt altijd zo'n random... Inderdaad, droogkloot. Die is, ja, is goud, jongen. Maar dat maakt Erik ook gewoon geniaal, jongen. Goud. En die lach van hem, dat is dan weer zo'n hele andere lach die je niet verwacht. Ik kan het niet nadoen, maar shout naar Erik. Let's go, Dani. FVP Tabba met de 3 draad. Wie zegt, yo, maat, wat zeggen we ervan? Comeback staff Tabba deze week. Bro, alle hens aan dek, zou ik zeggen, komt u verder. Maak een solly aan, doe een goede shies. En bro, je bent van harte welkom, bro. Het ding is, we moeten meer mensen hebben, nee. Zodat we meer en sneller de stad beter kunnen maken. Dus dat is een beetje hoe we... Moet nog Jerrican gehaald worden? Ik zou niet uitvallen van die maatje. Hey, Swift, denk de enige 69, broeder. Dankjewel, kerel. Appie, ben je erin zeggen, hey, wat in welke soundpack heb jij? Appie, check even mijn video, man. Ik heb ooit een video gemaakt, hoe maak je 5M beter. Daarin staat een linkje met een download van mijn soundpack, man. Check hem even uit, kerel. Appie, dit met de 3 maat. Let's go. Major met het 491, happy birthday to me. Dat wou ik even doen, ik ga een stuk Major. Gefeliciteerd, kerel. Ik kom straks weer aan het scenario.
Ja, we moeten even wachten, jongens. Is iedereen weer ready? Want dan kunnen we weer. Oh, we gaan verder. Oh, we gaan verder, joh. Oh, lol, dat was ik vergeten, joh. Ik heb zin in een vegan broodje. Voor mijn auto, meneertje. Ik heb ook wel zin in een lekkere. Ik ben bij Onderkant Ziekenhuis. Lekkere kipnuggets. Correct, zo veilig. Hey, Nancy, van de Tom en de Pijl, donatie. Hey, dit ben ik weer. Ik wil even mijn man Mark van Vliet een verjaardag cadeau geven. Ik zat zelf te denken aan een auto. Welke auto raad je aan? Dat kan. G63 AMG. Let's go, Nancy. Dat vindt hij wel leuk. En anders verkoopt hij hem. BMW een 5 is ook wel leuk. Nancy, neem maar de 5. Hey, Darian met een 316. Hebben we een visio. Ik ben er weer bij. Darian. What's up? Hey, Darian. Tegen de 3,16 met de vies erbij. Met de vies. Scott zijn maand sponsor, bro. Yo, maatje, blijf zo doorgaan met stream, kerel. Scott! Bij hem is het rood. Love, man, broeder. Boys. Oh, we gaan oprecht richting de 1000 likes op YouTube, man. Check, nog 111. Boys, dat kunnen we letterlijk aantikken. 111 likes kunnen we toch wel aantikken, boys. Shout out iedereen, jongens. Let's go. FOP Swim met een 116. W. Barry Bangle, keep up the grind. Barry Bangle is een fucking strijder, man. Let's go, man. We verdienen het wapen. Ik heb een euro, man. Shout out jouw Swim voor de 1,16. FOP met euro niet hardop. Want dat voor die andere persoon niet eraf was gevallen. Ja, positief. FRP, ik zeg je eerlijk, nu jij dat op deze manier zegt, bro, ik vind dat eigenlijk niet eens zo'n heel scheef ding. Het ding is wel... En hoe sportief. Daar ga ik niet alleen over, man, over dit. Maar het voorstel vind ik wel interessant, man. Dus dat moet ik dat moet ik eerst even fucking communiceren, man. Maar ik vind dat wel een goed idee, dat wel. Komt hij de tunnels al uit? Dus dat, man. Melle, ik moet nog allemaal commands toevoegen, ook in de Twitch-chat, man. Dus dat moet ik een keer gaan fixen. Op YouTube kan je al uitroepteken Donorsound 5 doen en dan krijg je die nummer al. Maar ik moet dat op Twitch nog even goed zetten, man. Justus, kusen, die. Ja, de nummer heet trouwens Die van Gazo. Waarom zeg ik hem niet op het logische stuk? Oké, jongens, de achtervolg gaat verder, boys. Dus, stay strong, boys. We gaan er even knallen, man. We zullen ons gaan. Als het goed is, blijven die gewoon altijd open en worden die ineens zo'n tijd man. Dat is het inderdaad, Tim. En het was Moskou! Shout out Moskou, man. Dit wordt fris, man. Dit is fris. Oké, dan gaan we vertrekken binnen 3, 2, 1. Go, 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 go! Lekker band. Zijn band is lek. Is zijn band lek? Ja, en hoe? Het klopt zo af. Ja, hoezo? Zo! Die lek heb gestoken daar. Oh, je hebt lek gestoken. Wat? Wat is er? Een aangekraakt. Ja, echt, dit is Betty, ik zweer. Ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen, waar? Wie is het? Huh? Hij blijft maar. Hij heeft schijt. Ik kan niet stoppen, wat zie je? Waar rijdt hij nu? Die rennen met z'n allen achter hem aan. Die man zei nog, wat een leuke achtervolging. En waar rijdt hij dan? Jullie zijn echt van dit. Ja, ik had niet eens door dat je zijn bad had weggestoken. En waar rijdt hij nu dan? Huh? Wat? Ik sta er geen reet van. Waar rijdt hij nu dan? Hè? We zijn al gestopt. Hij weet niet wat er is. Hè? Geen idee. Hebben we mooie boeien? Hij denkt dat het een glitch is of zo. Is het echt Barry? Wat is er met die motor aan? Nee, Barry is helemaal niet. Shout out Barry, jongens. Abonneer even allemaal op Barry. Goud. Dat is je mond gehad, hoor. Ik snap het niet. Wat doen we nou? Hé, wat zullen we nu doen dan? Wow, dit gaat weer één goed gezeik opleveren. Nee, hoezo? Weet je hoe vaak ze hebben klaargestaan? Dit is echt geen gezeik. Ja, dit is echt wel een 60 wow, set. Het wordt toch hervat, broer? Hoe doe jij? Hervat van wat? Hij doet een gijzeling. Dat is niet hervat. Het was een gijzeling. Jij was er niet bij, Hassan. Het was letterlijk een gijzeling. Jij was er niet bij. Hou je bek, bro! Zijn we hier iemand aan Pasha Battles? Ik snap het niet! Ligt ook gewoon een notencollega neer. Ik snap echt niet. Kalm aan. Ik ben nog bijna doodgegeten, Barry.
Mijn man zegt, hebben jullie sticky bom op de motor? Nou, we zo stoppen, maat. Hé? Zijn pantsakker helemaal weg. I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling. Even Piet hebben de euro, maatje. Ik wil gewoon even meelopen. Dus nou ging niet. Vertellen. Moet ik de communicatie afpakken? Ja, FP, we hebben daar wel de kraan op dicht gedraaid trouwens, man. Voor die collega hier achter. Helemaal zo'n grap gaat worden als ik zo ga. Ja, FP, ik moet er eerst even over hebben. Ik moet nog even. Echt eerst even over hebben. Mijn collega, man. Die zullen hier niet tevreden over zijn. En dan komt de dag dat ik weer buiten ben. Nee, is iemand zijn maffiabaas voor hem? Mooi, man. Ja, jij niet door de sponsor, man. Let's go! Mom, I'm sorry! Ja, niet wat zacht keren, welkom bij de fucking gang, man! Ja, dat is mijn baas. Hij is de onderbaas van Poetin, boys. Ik stop geen reet van, ik stop geen reet van. Dat is mijn grote vriend. Hey, bro, is er niemand beschikbaar? Hey, Black! Ik ga staan op Steam, man, dus ik weet niet of je nog mee wil rijden, anders doe ik hier wel. Ja, dat is heel ik ga nog even kot doen. Hij nog even een potje, jongens, even nog een potje. Dat kan ik niet. Ik roep met een dood bedrijf, dan ga ik één man opleven. Je moet één man. Ik snap hem, maar hij werd dan toch hervat en zo, of wat? Ik snap er niks van. Oh, deze koppelbier is visselijk. Ik ga even ons even... Ja, ik heb me zo gemuurd, maar ik snap... Hé? Die guy was gecrashed. We gaan de achtervolging hervatten en zijn band wordt lekker gestoten door Tom. Maar... ons is dev 4, Tommetje. Volgens mij rijden we verkeerd. Of niet? Wat? Maar, wat was nou hier de bedoeling van dan? Ik snap er geen reet van. Nou, ik dat stiekem zijn banden lekker dicht. Maar hij werd toch hervat door een lag of iets ofzo? Nee. Hij was gewoon gecrashed. Ja, die andere die waren. Die andere lek. Uit die SMT die zijn omhoog geholpen. Maar er was er eentje van gecrashed. En die zijn weer afgekoppeld naar buiten. En deze die was volgens mij gewoon gecrashed. Ja. En die heeft daar een gijzeling gestart. Ja. En die wou gewoon volle tanken weer verder. En toen heeft Pietje stiekem zijn banden lekker gepikt. Maar gecrashed als in niet zijn pc, dat hij uitstapt op de jengels, maar gewoon... Gewoon normaal. Gewoon gefloot. Oh. Oké dan. Hey, Venom, wie jij met een 3 zeggen? Hoor, mag je stem helaas niet, jongen. Let's go. No, man. Mijn snap is private. En ik heb een fucking mooi, prachtig vrouwtje. Dus ik hoef niemand snap meer. Helemaal goed, jongen. Maar ja, ze hadden ook al meerdere setups in plaats, dus en meerdere gijzelingen, dus ja. Ja, oké, dan snap ik het wel. Ik dacht dat hij... Soms moeten wij het ook slim spelen, hè? Ja, ik dacht dat hij een gamecrash had. Ik denk al, wat doen wij dan? Nee, die heeft hij niet gehad. Nu snap ik het. Oh, dit gaat ook soepel. Zo, maar wat gebeurde met onze wagen daar, man? We vlogen over zo'n pijp heen ofzo, what the fuck? Soms heb je van die hobbels dingetjes erin zitten dat je opeens vliegt. Nou, fuck was dat, jongens. Holy shit, man. We zijn nog aan het potje. Jongens, ik ben fucking goed in kot, jongen. Oh. Niet normaal. En wat een los, zien we de D-man. Wat vind jij van dat Barry Bengel een 48 uur gaat gooien dit weekend, bro? Hey, hier, let ook bij ons. Oh, fuck. Oh, hun worden beschoten, denk ik. Oh, beneden. Ja, kutje. Ja, dat is helemaal ruk nu. Ja. Ja, ik ga niet helemaal weer die tunnel in, dat wordt hem niet. Hoor die dingen te wijden zijn, denk ik. Ja, daar hebben we een AB. Ja, dat is beneden jongens bij hun. Ja, verdorie. Ja, ik heb een nieuwe pack gekocht, Marwan. Ik heb echt een zieke fucking pack, man. We gaan hem met een gun spelen zo, jongens. Waar je u tegen zegt, bro. Dat ding is echt fucking lijp, man. I'm a day, I'm a mom, I'm sorry. 50 dub. Alright, hey Erik, het was me waar genoeg om vandaag een koppeltje weer te rijden. Het was gek, wel gekke avond, man. Dat was wel lachen. Oh, pistool. Nou, we hebben heel veel actie ondanks dat we niet heel veel geschoten. Nee, maar ik vond het wel leuk. Dat was heel erg lachen. Dat is wel gewoon shit. Ja, we kijken hoe we eruit zien. Onze gasmaskers. Ja, daar kan ik wel prijs voor geen nieuws, hè? Dani, let op. Ah, het is wel dik. Hé, hey, maar Erik, ik ben er morgen helaas niet. Even vrije dagje. Ga ik even lekker uit eten. Filmpje pakken. Ja, ik ben er morgen ook heel laat thuis van werk. Oh ja, oké. Nou, succes morgen op werk dan. Dan spreek je wel overmorgen weer. Ah, hey, rustig hè. Yo. Penis, jongens. Penis. F8 kwit. F8 kunstgebit.
Alright, let's go. We gaan even kort spelen. Ik heb er wel zin in, jongens. Ja, Call of Duty, jongens. Ik vind het gewoon leuk om een beetje als een outro-spel te doen, man. Dat is wel lach, man. Dani, net op deze nuke, bro. Ja, ik heb alleen nog geen suppressor op die gun, dus dat is wel een ruk. Maar deze gun is gek, man. Gekke gun, hoe. Morgen is niet live. Daan, morgen ben ik helaas niet live, jongens. Donderdag is het morgen. Dan gaan we even de vrije dag. Ik weet niet eens meer wanneer ik de laatste de vrije dag heb gehad, man. De laatste keer, jongens. Het gaat lekker, maar Willem. Welkom bij de stream, bro. Als je er bent, maat. Hé, hey, later, Lin. Later. Hoe geef je een sub weg? Ja, Yannick, je moet even bij de superchat knop zoeken. Je hebt zo'n dollar briefje onderaan de chat. En daar kan jij een sub weggeven. Meneer Originele Modern Warfare 2 eens doen dan. De originele, bro. Ik heb dat niet eens, man. En de originele is wel dik, man. Check deze gunner, boys. Check deze fucking gun, hoe vet die eruit ziet. Check dit. Kijk dan. Oh, kijk dan die, al die pixels die bewegen daar, man. Tering vet. Ja, deze is gek, man. Is gek. Let's go! Potje ratelen! Lekker, man. Brian gaat lekker, man. What's up? Je moet nog wel even terugvoegen. Milan, wat? Je moet me nog even terugvoegen? Milan, hè? Hoe bedoel je? Is dat een nieuwe SMG in Fortnite? Serieus? Oh, die camera is echt... Bro, deze gun is echt ziek. En ik heb dus nog eentje. Die had ik al. Dat is deze. Kijk al die slijm. Hier, deze. Kijk dan. Die drupt helemaal. Die had ik blijkbaar al. Oh, wat doe ik nou? Daarnaast heb ik ook nog... Die shotgun ben ik een beetje aan het levelen. Nou, die heb ik dus nu. Slijm. Oh ja, dat was het. Maar je hebt... Die bro, oprecht... Kot is de beste. Kijk die skins, bro. Hoe ze die skins maken. En die camo's. En die wapens en shit. Kijk dit dan. What the fuck is dit? Kijk deze ook vet, wow. Check dit. Wat was dat nou? Hier, kijk, een soort Dark Matter en zo. Fuck je fris. Nou, ze maken het wel dik. Ah, dit is een leuke map voor een shotgun. We gaan met een shotgun spelen. Dan hebben we nog een Fortnite stream. Ja. Weet je wat is met Fortnite, boys? Fortnite is echt wel een goed spel, hoor. Maar ik... I don't know. Het is gewoon... Ja... Niet meer de vibe hoe het, wat ik leuk vind, man. Laten we het zo zeggen, man. Warzone moeten we een keer spelen, maar ik voel dat nog niet, man. We kijken twee apen door een open buis. Ah, oh, ja, Dennis. Dennis, waarom we nou zo tof doen, man? Even shotgun. Oh ja, deze gun is ook gek. Deze. Maar we pakken even de shotgun. Dit is een leuke map, man. Ja, fucking ziek hoe die game er ook uitziet. Ik ben ook blij dat ik eindelijk COD kan spelen op echt een goede PC, man. Wat had ik vroeger, had ik dat allemaal niet. Zo en gas. Ja, die shotgun is gek, man. Ik ben deze een beetje aan het levelen, want ik wil hier even wat attachments op thuis spelen. Oh, dat is een teammate. Oh. Oh, ik heb trouwens meer FPS aangezet, man. Oh, kut. Dus, oh, joh, mijn game speelt veel soepeler nu dan eerst. Ik heb namelijk een 360 Hz monitor. Alleen speelde op 200... hoe zeg je dat? Op 220. Oh, wow. Dus nu heb ik veel meer snelheid in de game. Dus dat is ook wel chill. Dat heb ik even verbeterd. Ik wist niet eens dat ik dat niet aan had gezet. Ah. Ik moet deze shotgun alleen nog even levelen. Zodat hij van verderaf even wat meer damage doet, man. Ik heb net geen mensen one-shot namelijk. Oh, jammer, GG. Deze map is chaos, man. Yo, Asta, wat's up, kerel? Wat speel je in Modern Warfare 3, man? Gewoon multiplayer. Oh, dit ding moet echt wel wat beter worden, man. Hij is een beetje... Beetje wack met de range nog. Deze map is gek. Oh. Wauw, man. Deze map is echt gek. Een beetje wennen aan die shotgun, man. Ik moet ook gewoon weer inkomen dat ik nu heel veel moet schieten. Reloaden. Gaan pushen, fuck it. Nee, bro. Oh, het is echt fucking druk, man, in deze map. Ja, dit zijn echt gekke mappen, ouwe. Oh, snipers. Pushen. Oké. Ik heb trouwens een tik met kot, dat ik me zo mijn mond beweeg als ik een one-shot wapen gebruik. Teammate! Oh! En deze gun is net, ik weet niet wat het is. Ik moet nog even een attachment droppen voor dit ding ofzo. Dat hij net wat verder of meer damage schiet van afstand, man. Ja, bro, dit is echt een chaos, man, bro. Wel lachen, als je eenmaal een beetje die vibe kent, maar ik moet nog even inkomen. Ah, hij schoot niet. Nice, ik zoom in en hij schiet niet. Wat een drama.
Jezus, wat is dit, bro? Ik heb een tik bij mijn neus, ja, dat is echt zo. Dat heb ik ook. Wat een chaos, man. Jezus! Hey, echt, dat hebben we 2 gedaan in de vierde, man. Ik heb iets op Instagram gestuurd. Hij goeie shit, bro. Ik zal het even checken, maatje. Dankjewel, broer. Ja, wat een ijzeren vol. Oha. Nee, bro. Oh, dat ding is wack, man, geworden, man. Dat ding was fucking overpowered van dichtbij. Hi. Ik ben dood. Maar hij is een beetje, Hey, bouw een nice... Ga druif weg. Get fucked. Kijk, daar is hij wel echt goed, man, van dichtbij. Oh, sniper. Ja, GG. Jammer. Hey, tussen drijven gestuurd, jongen. What? Oh, team heeft vuile boef. Pak C. Ah, jammer, man. Ja, Raan, ik zal even de PM lezen straks, man. Ik dacht, man, wat fuck, man. Jezus, wat komen er veel kijkers terug. Wat sap, jongens. Wat de hel? Dat is hier allemaal zijn, man. Insane. Oh, jammer, GG. Ik ben een beetje aan het inkomen, boys. Ik ben nog een beetje aan het ouwen. Gewoon snel spelen, veel schieten. Maar deze map is gewoon één fucking bende, bro. Dat is niet normaal. Even een bom gooien hier. Hoppa, vang die maar. Oh, ja. Oké, okay, nog 2 keer doodgaan zonder kill en dan pak ik een andere gun, man. Ik dacht even leuk spelen met een shotgun, maar bro, het is echt een chaos hier. Hitmarken, man! Hoe krijg ik daar een hitmarken, bro? Nee, man. Hoe dan? Ik was een fucking goede movement. Krijg je een hitmarken, bro? Ja, kut, bom. Is hij dood? Bah, wat? Hoezo krijg je daar een hitmarken, bro? Ik was fucking goede movement daar. Nice. Oh, jammer, jongens. Ja, hoe was hij niet dood, bro? Ik snap er geen reet van. Dat was... Is er nog iemand? Friendly UAV active. Oeh. Is dood? Kijk, nu komen we een beetje in, man. Let op deze headshot. Oh, jammer. Oh, mis. Dat was echt scheef. Oh, jammer als ik die nog had. Nou, die kot is wel leuk, maar het is een beetje chaos deze man, man. Holy shit. Oh, je moet een beetje die movement snappen met die shotgun. Ik heb zoveel deads, hè. Bizar. Oh, what the fuck. Ik spam daar, lijp. Nou, zo meteen gaan we even een potje doen met een goede gun. Gewoon wat meer afstand in de map. Ja, maar een beetje scheef nog. Nice. Ik ben nu nog een beetje aan het ouwe hoeren, zeg maar. Is het potje mag nog even een beetje veel doodgaan, jongens. Spelen jullie ook of niet, coach, jongens? Kan je lopen? Ik blijf hier campen. Ik wil gewoon even campen, jongens. Zit iemand rechts? En links? Oh, dit! Ja, maar Modern Warfare 3, nice, man. Ik vind het wel leuk, man. Movement. Hij is dood. Oh, nee! Oké, ik begin in te komen. Oh, ik ben best wel chill nu aan het spelen, man.
Oké, 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 oké. Stun. Dood. Aha. Nee, bom. Oké, zie je, we komen wel een beetje in nu. Dus dat is wel nice. Oh, jezus. Ja, die tik aan die neus komt weer, jongens. Insane. Rebirth is terug. Dat is wel lachen, man. Oh, jammer. Rebirth is wel lachen, man. Ah, jammer te zien. Ja. Ah, deze gun is wel leuk, maar is net te slecht van veraf, man. Net te slecht. Oh, mis. Jezus. Pak een andere gun. Ik voel me niet meer. Pak even een sniper. Gewoon even een dikke feed halen nog. Net op dit. Oh, jammer. 1. 2. Oha. Die sniping is leuk, man. Ik ben op zich, ik kan het wel een beetje. Het sniper is echt gek. Oha, die ging best wel clean ook weer. Oh, dit, dat sniper is echt leuk. Oh, jammer. Oh, dit, dat was best wel goed, man. Yo, Hubo, ook mijn stream, kerel. Als je er bent, man. Oh, ik zie niks. Hij sniper op deze map is wel blij. Ah, te zien. Wow, dat was best wel gek, man. Ik ga hier even een beetje een 4 mee maken. Wat is? Oh, die trekken overhalen dit wel iets te lang eigenlijk, man. Oh, nee. Oh, ik heb een shotgun. Oké, 3 kogels, 3 kills, let op. 3 kogels, 3 kills. Drie kogels, 3. Ik dood. 1 kill nog. Jammer. Reloaden, reloaden. Let op deze feed, boys. Deze was ziek. Ah, jammer te zien. Door, man. Ik vind het wel leuk, maar ik ben nog echt een beetje aan het inkomen. Bro, deze map is zo bizar chaos, man. Let's go. Oh, dit. Nou, oké, dat sniper zit er wel in, man. Goeie shit, man. Maar je bent ook echt zo goed met quizkopen, maar eigenlijk wel een science erop. Dat is wel waar, Marwan. Die sniper is nog niet genoeg geleveld, man. Dat is wel een soepele noscope op het einde. Deze gun is ook een meta, hè. Die man heeft ook een drummerk eronder. Ja, deze is wel gek, man, deze gun. Die zie je wel vaker. Pak sniper en zet hem op short barrel een kleine stok. Of haal stok er helemaal af, scope er af. En dan heb je een beste wapen voor een kleine map. Dan heb je eigenlijk een soort van... Maar ik heb 42 kills en 42 deaths. Wat ziek, man. Dat is wel goed, man. Daar moeten we een beetje naar kijken. Ik weet wel dat mijn shotgun clash... Daar ben ik een beetje mee bezig. Want ik wil zeg maar die... deze, die moet ik hebben. Dat die stok eraf is. En ik weet niet, man. Maar er moet iets met die muscle... Er moet iets meer range op kunnen, man. Maar ik heb geen idee hoe. Weet je, misschien is dat een andere barrel of zo. Weet ik veel. Er moet wat meer aim down sight speed... Meer range op zitten of zo, maar goed. Oké, we pakken nu even mijn meta-wapentje die ik echt chill vind. Dan heb je sowieso een one-shot gun, maar dan snipe. Dat is wel hard, man. Dat is hard. Ja, als je snipt, weet je wel, die scope is wel een vibe, man. Daar ga ik wel eerlijk zijn. Dat quickscope met zo'n grote scope, gewoon... Dat is wel chill. Ja, ik ga niet weer deze map spelen. Die query vind... Ja, die kan wel trouwens. Spelen we die wel even. Ja, ik wil eigenlijk voor het nuke gaan een keer. Maar ja, ik vind dat zo lastig. Ik ben nog gewoon niet goed. Dit is mijn wapentje waar ik echt de laatste mee speel, man. Deze. Die BP50. Dat ding geeft me een beetje die... je had zo'n wapen in... hoe heet die kut Call of Duty? Die Advanced Warfare. Die iedereen gebruikte, weet je wel? Ook weer. Geen idee hoe dat ding heet. En daar lijkt deze een beetje op. Speel een keer weer Rainbow. Ja, Rainbow Six Siege is wel een leuk spel. Alleen... zonder scope dan één sneeuw. Dat is waar. Dat is waar. Ja, ik heb wel eens gezien dat mensen inderdaad dat gebruiken. Dat is best wel gek, man. Gewoon nu op stream kan wel. Ah, Imagine. Hoe heet dat ook weer? Dit gaan weer Rico komen. Meer Rico komen in de future, in de toekomst. Wie weet, man, Seb. Wie weet. Nice, man, Huub. Hij is weer helemaal netjes, man. Hij is weer helemaal krasvrij en zo. Nou, een paar kleine krasjes, maar je hebt nog een zwaardere behandeling. Maar ja, hij is weer netjes. Hij ruikt weer clean. Het is echt goed, man. Ik heb ook een mailtje gestuurd naar die
We drijven op een technische rit van een Golf 8R. Dus we gaan het zien, boys. Yo, Mark, was af, heel. Yo, daar hebben we de drie man. Als ik een keertje niet op Steam nieuw gehaald, is ook goed. Daar we gaan het zien, man. Als ik een nieuw heb gehaald, dan laat ik het weten, man, boys. Ja, dit is mijn wapen. Dit is zo chill. Alleen hij reload een beetje slow. Dat komt omdat ik meer kogels in de magazijn heb gezet. Maar ik vind deze echt wat chill, man, deze gun. Controlling. Kijk hoe clean schiet. Bal op prik. Geef toe, dat was wel een slimme. Ik kan wel slim zijn. Ah, jammer, GG. Ik wil wel een beetje voor nieuw gaan, jongens. Nou, ik heb wel inzicht, maar deze gun is zo goed en clean. Hij schiet ook echt leuk, man. Dat heb ik ook altijd. Een wapen kan wel sterk zijn, maar als hij niet leuk schiet, kan ik er niet mee omgaan. Deze gun schiet ook gewoon leuk. Ik laat even concentreren dan. Gaat hij daar boven? Kijk dan, holy fuck, bro. Dit ding is echt wel overpowered. Oh. Even healen. Reloaden. Top, healen. En we zijn nu chill. Enemy taking alpha. Oké, een beetje weglopen van die situatie. Ah, jammer man, jammer. Deze is echt ziek man, deze gun. Oh jezus, wat fijn. Team heeft weer alle vlaggen. Ik heb ook niet meegeholpen, maar alle vlaggen zijn weer weg. Deze map is wel chill, maar ook weer niet. Hij is best wel chaos, man. Secure een alpha, dat is top. Ik ga even teammate helpen. Oké, hij heeft hem al, jammer. Deze gun is echt top, man. Hij ziet er ook zo leuk uit. Teammate, kom even doorlopen. Ik zit bijna te twijfelen om te leave, man. Heel eerlijk, er gebeurt gewoon weinig in deze pot. Dit is zo'n pot dat niemand pusht en iedereen maar in de span blijft of zo. Ik weet niet, ik voel deze. Kijk, hij spant er net en weet dat ik daar kom. Zit er nog? Hij is doorgespusht. Komt hij terug? Oh, jammer, Jeep. Goed shit, man. Maar ik weet niet, jongens, wat zeggen jullie, liever of doorgaan met deze pot? Ik voel het niet, man. Ik heb het gevoel dat echt deze pot te saai gaat. Dit was echt neuk, man. Oh, wauw. Ik reload weer. Maar nou, ik heb het gevoel dat het echt een sloom potje gaat zijn de hele tijd. Zeggen jullie boys? Lieve? Okay, iedereen zegt lief. Laat me nog even. Oké, als ik dood ga, dan lief ik, oké? The enemy has captured two objectives. Get them secure. Ja, fuck deze game, bro. Dit potje is zo saai, man. Dat wil je toch niet spelen, man. Oh, iedereen camp daarom. Oké, laatste potje, boys. Let's go. Laten we daar nog even een banger van maken, man. Let's go. Zeg jou vast, je moet cover sneakers aandoen en iedereen hoort jou lopen, maat. Ja, dat is wel een goeie, man. Even zien, is dat dit? Dat je zeg maar, Oh, dat is niet dit, dat is de... Hier, cover sneaker. Waar staat dat? Hierbij? Running sneakers? Lightweight boots. Ah, hier, daar kan ik dus nog niet. Ah, oké. Okay. Ja, kijk, dat soort meta-dingen heb ik dus allemaal nog niet. Dus daar moet ik echt nog even levelen, man. Nee, bij boost. Ah, saai game. Ja, dat was echt een saai game, bro. Ik weet niet, maar dan gebeurt er gewoon zo niks daar, man. Doe dan Lockwood MK2 een shotgun maken. Wat? Wat bedoel je? Kan je Lockwood MK2 shotgun maken? Dome! Wat een topmap om als laatste... Dit is nice. Dome! Het enige wat ik wel met deze map heb... Dus het voelt niet echt OG aan als vroeger. Dit vind ik jammer dat dat niet die trucks zijn van MW3. Maar dit is een goede map, man. Dit is nice.
Dan moet je de twee... Oh, twee daily challenges doen en dan in Luckium. Ah, op die fiets. Ah, ja. Oh, nee. Is dit een pre-match? Ah, wat de... Sorry, man. Deze ook niet, hoor. Deze guy is echt slecht, maar what the fuck, bro. Ik helemaal hyped. Fucking hell. Weer geen dome. Nog een potje baan schrijven. Nog een potje pauze. Of meer daily challenges. Win matches to earn points. Oké, wacht. Proximity mine. Wat zijn die? Waar kun je de daily challenge... Weekly daily. Blind to operate with flash grenade. Dus we moeten gewoon even... hier een flash grenade opzetten. Flash... Oh, kut. Ja, wel goed. Flash grenade. Flash. Flash grenade. Dus we zetten die nu aan. Ik moet twee gasten flashen. En dan heb ik een daily challenge gehaald. Moet ik dat zo zien? En dan unlock ik die ding uiteindelijk. Oh, deze man is wel leuk. Scrapyard. Wat is Huub, wat ga je doen? Als je voor de 8R gaat krijgen, moet je wel... Ja, Huub, er zit een must op die 8R, man. Akra's moeten erop, man. Akra's moeten erop, man. 100%. Gooi die mini-kippie. Oh, mini-kippie. Ja, die blijft leuk, hè? Oh, zoomie, wat zit je... Oké, dat is echt raar. Ga naar wapens en dan staat er tussen de snipers. Als het goed is, is de stok weg. Oh, bij snipers. En snipers kopen erop. Oh, zo bedoel ik. Ik ga wel even opzoeken. Meta sniper class. Dan vind je hem denk ik ook wel. Ik wil nu nog even lekker schieten met deze gun die ik net had. Of gaan we met een andere? Ja, ik vind deze echt chill, maar... Oh nee, we gaan met die nieuwe. Waarom? We hebben nog niet eens met die nieuwe gun geschoten, bro. Wat doe ik nou raar? We gaan die erbij pakken, man. Die nieuwe, die oranje. Die ik net niet zien. Dat ding is echt clean, man. Dat ding is echt heel clean. Dat is... Deze. Deze is vet. Droomauto. Ik vind een M5 CS in het wit wel heel erg vet, man. Die vind ik heel nice. Of een ja, G-Wagon blijft standaard, maar is echt wel heel vet. Ja, kijk hoe die eruit ziet deze gun. Ja, Golf 8R ook, man. Ik vind 8R GTI. Ik heb nu een GTI. Ik vind deze ook... Eigenlijk hoef ik geen beter auto dan dit, man. Ik wil eerlijk van zijn. Ah, kut. Ik stun... Oh, kut. Ik ga het helemaal fout. Stress, ik heb jeuk aan mijn arm. Zo, nu niet meer. Oké, dan zo weer. Bro, dat is bro, man. Hey, daar hebben we de 3 maatje. In de bowling, man. Ballgame hard, net als bowling. Ik zeg ballgame hard. Deze man, Dani. Ik lees zo meteen op, maatje. Is allemaal dood? Ja, what the fuck? Ah, lees hem nu even op. Je moet even die schoenen klikken. En dan staat er onder de daily challenge de chance om die schoenen te unlocken. En dan moet je iemand flashen of zo. Oh. Want ik moest 2 daily challenges halen. Voor die stok of zo, voor die shotgun. Ik ben dood. Oh nee, ik ben niet dood. Dit ding is echt bizar. Dit ding is echt heel bizar. Oh, mijn god. Nee, ik zag die kogel. Kutje. Stunnen, let op. Iemand gestunnen. Hij liep hier. Friendly UAV online. UV, beter. Oh, de UV heeft me echt gesaved. Ik heb geen stun meer. Ik ben dood, jammer. GG. Oh, kut. 2 man daar. Ik moet nog even gewoon een beetje afgaan. Ik heb alleen hier... Ik heb gewoon voor heel veel wapens nog geen... goede attachments, man. Geen suppressors, niks nog. Ik ben niet op die elleboog, man. Jezus, wat een headglitch. Dus ja, ik zit nog heel veel met wapens gewoon te spelen. En ik koop af en toe zo'n packje hier en daar om een beetje gewoon... hoe zeg je dat? Gewoon goede wapens te hebben, maar ja, echt attachments heb ik nog allemaal niet. Ik ben nog best wel... Waarom was hij niet dood? Low... Ja, level voor alles, man. Ik ga gewoon een beetje stunts. Jee, hoppa, we hebben hem nog gestunt. Wat? 200 punt. 200 punt. Hoe zeg je dat? Hoe noemen we dat nou? De focus is niet meer, jongens. Ik ben een beetje aan het klooien, man. Ik ben een beetje moe aan het worden. Ah, dat krijg ik ook wel na zo'n lange dag, bro. Ik heb veel gedaan vandaag. Dan word je op een gegeven moment ook een beetje moe, hè? Gewoon even dit potje nog even lekker afmaken. Goud, man. Oeh! Get fucked, man! Oh, die guy is echt... Die moest een PC uit het raam flikkeren, gewoon. Wow, die was ziek. Oh, ik ben scheef. Zie je, mijn 1 wordt kut, man. Wauw, man. Ik ben echt een beetje aan het ouwe hoeren nu, man. Lossing Septex!
staat! Zo, die was echt shit daar, bro. Wauw. Als hier een suppressor op hebt, is helemaal weer fris, man. Watch your damn fire! Took a shot! Loading! Ah, Varro, ik schrik me dood, man. Jammer. Oh, ik ben dood. Oh, laat maar. Zoek die met 7 maar even. Gewoon random stuns, hoor. Misschien dat iemand... Oeh, bijna, jammer. Weet iemand een goede merk? Ballen. Ballen wat? What the fuck zit... Huh? Wat dan, iemand? Ik weet niet, zeg. Ja, ik weet niet, man. De focus eruit, jongens. De focus eruit. Ik kan echt niet snel reageren. Ik ben een beetje scheef. Stun. Wauw, jammer. Dus ja, man. Ik weet niet. Dat heb je altijd aan het einde van de avond een beetje, man. In ieder geval ik heel erg. Ach joh, goeie shit dan. Nice, what the fuck. Changing mag! Stun grenade out! Tossing scepter! Waar zit hij dan? Ik stun naar iemand, maar... Oh. Wauw, die range. Wauw. Wat een gun is dit, bro! Dit ding is echt overpowered, man, eigenlijk. Oh, jezus, sniper. Wauw, oh, ik vind het zo heet. Vanavond allemaal. En Mootje, sowieso lof dat je erbij was, kerel. Tot de volgende maat. Mootje! Ik ben zo gek. Van allemaal hier. Tossing stun! Kill confirmed. Oh, jammer te zien. Oké. Ja, man. Ik heb sowieso wel weer vandaag genoten, man, jongens. Ik weet niet. Wat vonden jullie van de stream tot nu toe? Dat vraag ik ook echt nooit. Wat vonden jullie vandaag van de stream? Ik ben gewoon echt benieuwd. Ik weet niet. Ik had vandaag wel echt naar mijn zin, man. De scenario's die er ook allemaal kwamen, dat was echt wel lachen. Dat was echt wel nice. Dus ik weet niet. Ik vond het wel... ik heb eigenlijk niet zo heel veel geschoten, maar wel veel gedaan weer. Ik vond het wel een vibe. Ik heb heel veel mensen gestunt, trouwens. Nice. Sowieso een week. Ah, het is goede shit, man. Jullie moeten eens een keer airsoften, man. Dat is wel lijp, eigenlijk, man. Ik heb dat nog nooit gedaan. Lijkt me wel, wel weer eng, man. Eerlijk. Die kranen zijn best wel heftig, volgens mij, man. Ja, kijk dan. Als mijn aim goed is, is deze gun echt bizar. Kan ik hier uit? Nee. Niet wel. Oh, jammer, piek niet. Oh, ik ben dood. Ja, jammer, je ziet. Niet zo leuk, man. Gewoon eerlijk. Ja, maar... dat... Bro, dat mag, tuurlijk. Gooi je mening. Maar vertel dan wel... Wat heb ik dan wel liever? Wat was er niet? Vertel... Daar heb ik dan ook wel voor, wat aan. Wat was er dan, zeg maar, kut? Of minder leuk, weet ik het. Daar ben ik dan ook wel een beetje nieuwsgierig naar. Kom, push met de cape, hier links. Hier de cape. Ja, ik ben scheef, man. Niet gaat YouTube eens een keer shit fixen dan. Ja, Huub. Ah, ik weet niet, man. Het is gewoon echt kut. En het nekt echt mijn kanaal op de lange termijn, man. Ik weet het. Ik ben een daily streamer, weet je wel. En als je de hele tijd je kijkers ziet weggaan omdat de kut buffer issue er is, dat is gewoon echt jammer, man. Ah, wauw. Dat is wel mooi om te doen, man. Daan, wat is het dan? Ja, Airsoft is wel fucking dik, hoor. Maar het is echt... Ja, dat is ook wel... Spannend, hoor. Nou ja, maar je ziet. Sommige scenario's waren wat serieuzer oppakken. Wat bedoel je? Dus sommige scenario's wat serieuzer oppakken. Als in dat ik dat moet doen, of hoe bedoel je? Hè? Sommige scenario's... Maar wel contact met YouTube gehad dan... Ik weet niet, Huub, man. Niemand begrijpt het, dat is het ding. Heel alle andere streamers, niemand weet wat er gaande is, zeg maar. Wat dit is. Tony zit ermee, ik hoor niemand erover praten ook. Dus dat is ook wel een moeilijk iets, man. Het is gewoon een soort van silent probleem. Niemand weet hoe en wat en niemand weet ook de fix. Jongens, ik kan niet meer focussen, geen zin meer in. Dus dat is een beetje, man. Dus dat is een beetje. Het is wel jammer, man. Ik hoop dat er wel een fix gaat komen, man. Volwassener? Volwassener? Dus ik... Sommige scenario's moeten dat serieus oppakken. Wat? Ik moet volwassenen doen? Heb je Vespa nog dit? Ja! Ik heb er gisteren nog op gereden, man. Probeer de lock. Zo is het. Want het is niet goed. Dus doneer ik via 10... Wat? Via YouTube? Probeer de lock. Zo ja.
Oh, Heden, zo bro. Bro, Heden, ik ben gewoon moe, man. Ik oprecht, mijn ogen staan om 5:30. En ik ga zo meteen lekker naar bed, bro. Is een adblock. Ja, maar zou dat echt dat zijn? Als niemand het aangeeft, gaat er ook niks gebeuren. Ja, maar Huub, ik snap het ook niet, man. Wie zou je moeten connecten, bro? Maar ik ga wel even kijken. Ik ga even mijn netwerk misschien vragen, man. Dat is een hele goeie, man. Huub, denk voor de support, bro, sowieso. Chat, mijn ogen staan om 5:30. Ik ga lekker pitten zo. Even douchen nog, even een broodje wegbikken. En dan, ja, ik weet niet, gewoon even chill, je weet toch? Nee, oprecht, ik vond het vandaag echt leuk. We hebben vandaag echt gewoon... Ik vond het leuke scenario. Shout out naar iedereen die daar vandaag mee bezig was, oprecht. Ik weet wel, ik vond het gewoon een nice. De achtervolgjes waren leuk. Af en toe wat schieten en zo. Dus frisse avond, man. Frisse avond. En wat zank jij ook, bro. Shout out naar iedereen die keek vandaag, jongens. Shout out naar Dani. De top donator van de stream met een 112, hè. Hij blijft echt bizar, man. Wauw, man. Bijna weer €400 op die donorbouw. Thank you very much allemaal voor de support, boys. Hey, chat. De Twitch stream gaat er eerst uit. Dus bedankt iedereen die gekeken heeft via Twitch. Shout out naar iedereen sowieso voor de follows daar. En morgen ben ik helaas niet live voor iedereen. Overmorgen wel weer. Dan gaan we weer knallen, jongens. Hey, boys, ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Fijne avond, jongens. En morgen ben ik helaas niet live. En overmorgen wel weer. Wees erbij, ze super dope zijn. Thanks voor de liefde, jongens. En tot overmorgen bij Groene Stream. Ciao, boys. Let's go.